Doe niet meer mee. Ongeveer te gaan en dan zit dit verschrikkelijke 2020 er eindelijk op. En dan gaan we uiteraard naar een veel beter 2021. Van harte welkom bij de Oudejaarsshow. In samenwerking met Nieuw Nieuws en Geen Stijl hebben we twee geweldige gasten aan de bar. Het gezicht van Nieuw Nieuws. Hij is jarenlang bij Poont. Een Twentse boer, maar een oprechte, eerlijke jongen. En een leuke gozer om aan je bar te hebben. En op dit moment dus ook mijn collega. Dames en heren, handjes op elkaar voor Dennis Schouten. Enthousiasme slaat eraf. Ook de mensen die je hebt meegenomen, er komt werkelijk niks, Dennis. Even nog een keer, Dennis Schouten! Dag Dennis, dag, leuk dat je er bent. Gaan we samenwerken, jongen? Ja. 4 uur lang. Ja, voor vandaag wel, hè? Voor vandaag wel, hè? Vandaag en houden we er ook gelijk weer mee op. Houden we gelijk weer mee. Dat is helemaal goed. Hey, en jij hebt een hele leuke gast uitgenodigd. Beetje buiten de bubbel van Geen Stijl. Maar het is een mooie meid. Ze zat in Temptation Island. Ze heeft een flinke bos met krullen. Ze kleedt zich niet helemaal naar het seizoen. Ze twerkt graag. En ze zit op OnlyFans. En daar zou ik ook graag meer van willen weten. Dames en heren, de handjes op elkaar voor Fabiola Volkers. Ja. Ja, dankjewel. Ja, vind je het een mooie aankondiging? Heb ja, ik het een ik beetje vind het goed leuk. Gezegd? Ja. Turk is wel een beetje je hobby? Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, ja. Inderdaad. Ja, maar ik kende je wel, maar ik volgde je nog niet op Instagram. Dat ben ik 2 weken geleden gaan doen. Oh. Maar dan heb je wel even wat te doen. Dan heb je wel even wat te bekijken, zeg maar. Oh, op mijn Instagram. Ja. Ja, inderdaad. Dat is elke 5 minuten een story en, en er wordt wat afgetwerkt. Is dat niet vies? Dat is zo'n oude man. Nee hoor. Nee? Nee. Hoe oude man word ik? Hoe oud denk je dat ik ben? 38? Ja, bijna. Je bent een schat. Ja? Ik ben vorige week 44 geworden. Oh, ik zou niet dus, zeggen. Dus dat kan nog, hè. Dus mm-hmm. En hij is nog vrijgezel. Ja, en dat gaan we ook zo houden. Maar nee joh, ik en vrouwen, dat is geen dingetje. Maar daar gaan we het na de uitzending nog wel even over hebben. Is goed. Dat, nee, dat kan dat niet nu. Nee, maar we moeten Wilfred nog bellen en zo. Dan komen we weer tijd ja. Over. Maar je fietst er straks gewoon nog een keer in. Ik fiets als ik een paar biertjes op heb, wat. Eerste vraag is, Dennis, wat wil jij drinken? Een bakeltje. En wat wil jij drinken? Champagne. Uiteraard. Ja. Ik moet je teleurstellen, want jij bent wel natuurlijk de diva. Ja. Je bent een mooie vrouw en veel aandacht. En ik zie ook veel met champagne in de weer. Maar het is hier een beetje een paupertent. We hebben het hier ook met elkaar. We hebben geen champagne glazen. Oh, ik zei wel uit de fles. Ja, zeg maar dat maakt voor percentage helemaal niks nee, uit. Nee, maakt niet uit hoor. Ik zei wel uit de fles. Oh, ze wil ook wel uit de fles drinken. Ik zag hem helemaal leeg. Ik zei er wel neer. Okay. Ja, zei maar uit de fles. Ik vind het best. Dennis heeft wel uitgepakt. Hij heeft echt een mooie chandon voor je gehaald. Ja. Ja. Dat is een lieve moest ik al. Hij had geen geld meer op de rekening. Nee, ik ben altijd blij. Stond op mijn rider, hè? Ik moet komen, maar dan moet er wat zijn. Is dat enige wat op je rider stond? Ja, ik ben makkelijk. Je bent heel makkelijk? Ja. Oké. Okay. Heb je een vriend? Vraag ik voor een vriend. Nee. Nee. Hey, en vertel mij eens heel even, wat is nou dat OnlyFans? Nou, het is een... het komt uit Amerika... En het is zeg maar hetzelfde als Instagram, alleen je wordt lid van zeg maar bijvoorbeeld mij en dan betaal je maandelijks iets. Hoeveel? En dan ligt er aan, je kan alles zelf bepalen. En je kan ook zelf bepalen wat erop gaat staan, zeg maar. Maar officieel is het gewoon een porno-site. Maar? Je kan ook zeggen, zeg maar Tony Junior heb ook OnlyFans, maar die gaat niet naakt, maar die laat een exclusieve beelden zien uit zijn leven achter de schermen. Maar jij gaat wel naakt. Ik moet je maar eens abonneren. Nee, ja, Dennis. Is dat wel eens zo half-half gezien? Je gaat zo goed als naakt, kijk, maar net niet naakt. Op Instagram. Nee, dat is niet waar. Je gaat wel naakt? Ja, helemaal. Oh, helemaal naakt? Helemaal. Oh, ja. En wat vraag je dan per maand? Het ligt eraan. Ik doe allemaal acties. Het is niet zeg maar altijd hetzelfde. Ongeveer 22,5 euro, toch? Las ik. En het is verschillend. Ik doe verschillend. Maar... ja, ik vind het wel leuk om te doen trouwens. Ja, nou, ja dat mag leuke wel ook. Leuke nieuwe hobby. Ja, leuke nieuwe hobby. OnlyFans. Zit jij er ook op, Dennis? Nee. Waarom niet? Omdat ik... ik denk niet dat mensen te wachten op een blote Dennis Schouten. Wat denk jij? Nou, maar exclusieve beelden uit je leven. Dennis. Ja, oké, maar nee. Goed. Maar lieve mensen, voor het geval u Fabiola nog niet kent. Ze kan ook zingen. Ze heeft een liedje gemaakt, onder andere over FC Groningen... Ter introductie even een klein stukje uit dat videoclipje van Fabiola. Wil jij weten wat ik dat stuk maak? Doe mij hennie, want ik ben niet op die wodka. Ik neem jou erbij, als jij dan een ballon maakt. En dan zorg je niks voor dat ik je kapot maak. FC Groningen, investeer in woningen. Vraag naar wat je wil, roep eens voor mij beloningen. Boekels die belonen me.
van Paupertijd, jongens. Kom. Een begolden heb je hier, goed, zeg. Bent u er nog? Misschien kun je zelf het refrein even beginnen. Ik ben wel een beetje schor. Ja, ik moet FC de Groningen, investeren in woningen. Ja, nou, laten we het gelijk daarover hebben. Oké. Okay. Ja. Ik heel veel mensen ben verhuisd. Ja, sorry, maar, ik ben heel blij. Je bent nou Noordwijk verhuisd. Ja, maar, heel strand. Veel mensen zo lekker. Vinden jou misschien een blonde bimbo of zo. En ik dacht toen ik die tekst hoorde, van dan misschien hebben mensen de diepere laag niet begrepen. Kan dat kloppen? Ja, het is zeg maar van, ja, ik kom uit Groningen, daarom FC Groningen. Ben wel een beetje voor een club, maar voetbal interesseert me eigenlijk niet. Oh, het gaat heel goed met FC Groningen. Dat wel, ja. Komt door mij, hè? Ja, dat komt door jou, oké. Okay. Hoe staan ze dan? Weet ik veel. Oh. Derde, tweede. Nee, ze staan eerste. Niet. Ja, ze hebben onlangs Barcelona afgeslagen in de Champions League. Ja, nee, dat... die nee. Ja, nee, nu dat Robben erbij zit. Dat was die hefgek van Robben. Maar moet er wel bij zitten. Dit is Dennis achter zijn spelcomputer, hoor. Als achter zijn Nintendo. Dan wint Groningen misschien de Champions League. Ik hoor overigens dat ze het plaatje hebben klaarstaan. Ja, hoor je dat? Ja. Hoe hoor je dat? Ja, ik hoor ze dat zeggen. Techniek met het plaatje nu. Gaan we toch nog even kijken, mensen. Gaan we het plaatje starten? Hoppa! Oh man, wat gezellig, jongens. Anders zit je bij porno. Ja, dat gaat niet. Ja, yes. Nou, dan gaan we champagne. FC Groningen, investeer in woningen. Vraag naar wat je wilt, Robben zorgt voor mij beloningen. Boekels die belonen me, betaal je niet dan komen we. Wil niet dat je praat en je haat zal me lonen, ja. Ik kreeg wel een beetje een Meiden van Holland gevoel bij je. Was ook de bedoeling. Ja? Ik wou de Amerikaanse stijl erin doen. Ja? Ja. Dat is Amerikaans, zie je niks anders dan dit. Maar wat is Amerikaans dan? Dat je twerken, billen, zeg maar, ligt op zo'n bedje, half naken, dat is Amerikaans. Dat is Amerikaans. Kijk maar naar Amerikaanse rappers, vrouwelijke dan, hè? Ja. Ja. Ook mannen, zoals Tyga, die hebben alleen dat soort clips. En Nederland is daar nog best wel nieuw in en je ziet niet veel mensen doen en ik ben... Je bent dan pionieren. Ik ben daar. Ja, jij bent ik was ook de eerste vrouwelijke... vrouw met OnlyFans in Nederland. En nu zie ik alleen maar op mijn Instagram allemaal meiden doen. Vind ik wel goed van ze, maar ik was wel de eerste. Is dat ook jouw grootste inkomstenbron, dat OnlyFans? Nou, nee, ik deed shows, zeg maar dat kan ik nou niet doen, maar shows was shows? Echt... Optredens? Optredens, ja, door gewoon heel Nederland. Met dit liedje? Nee, dit is net bij corona uitgekomen, dus ik kan helaas niet optreden. Maar wat voor shows deed je dan? Ja, ik deed echt wel entertainment shows. Ik zong wel, maar ook echt dat ik iemand uit het publiek trekte en het ging laten zitten op een stoel en een lapdance gaf. Dus het was echt een show waar ik echt over na had gedacht en voor geoefend had en echt dansjes. Je had echt geoefend op de lapdance? Ja, ja. Dus gewoon je het al geleerd of niet? Nee, nee echt gewoon zeggen, vier weken lang. Vier weken lang echt naar Amsterdam gereden, toen nog met de trein, toen had ik nog geen rijbewijs en toen echt geoefend. En op de lapdance? Ja, en dat moest helemaal in Amsterdam. In Groningen kon je niet op niemand oefenen, denk ik. Nee. Heb je alleen koeien? Nee. Ja. Maar oké, dat deed je dan in stripclubs of wat moet dat? Nee, echt een professionele dansschool. Okay. Q Factory had ik speciaal een zaal afgehuurd en kreeg ik een danslesvrouw, een choreografie en zangcoach en dan. Dus je hebt echt moeten leren voor twerken en zo. Nee, dat niet, maar dat wel voor zeg maar choreografie voor je show te hebben. Dat je niet dat je elke show hetzelfde doet, snap je? Dat je niet denkt ik doe maar even wat. En was dat dan met heel veel publiek of? Nee, alleen mijn oude management zat erbij. Nee, maar ik bedoel, je deed ook optredens, maar was het dan voor heel het publiek, volle zalen, feest? Ja, echt gekke volle zalen. Ken je Club Vitalia in Rotterdam? Helemaal uitverkocht. Echt gewoon uitverkochte clubs. Voor jou? Ik koop een kaartje voor jou. Ja. Ja, ken je nou verbaasd? Dan ik. Ja, echt. Dat is zo. En het was superleuk om te doen. En als ik nou de filmpjes terugkijk, krijg ik nog steeds echt kippenvel. Van. Maar zeg maar, jouw begin was dus gewoon, je doet mee aan Temptation Island. Ja. Ook aan Love Island of X on the Beach, wat was het? Alleen Temptation Island. Alleen Temptation, oké. Nee, ja, goed. Maar dat is een redelijk plat programma. Meestal zijn die mensen heel even in en dan is het al heel gauw klaar. Ja, klopt. Je hebt dat wel door kunnen trekken. Ja. Je krijgt er ook wel heel veel gedoe bij, hè? Ja. Dus maar als ik opgooi bij mensen, ik zeg Fabiola, dat iedereen volmondig zegt, nou, dat vind ik een hele leuke vrouw. Nee, dat klopt. Vind je dat niet lastig dan, als je naar Albert Heijn loopt, die tweedeling, dat ook mensen, dat je weet dat mensen kijken en denken, ah. Nou, aan het begin vond ik het lastig, maar ik ben er wel mee opgegroeid, zeg maar, van, weet je wel, de haat. Dus nu doet het me vrij weinig, maar aan het begin is het altijd wel even slikken. Je hebt dan nooit dat je denkt van, nou, ik ga een normale baan zoeken, ik heb hier geen zin in om dit nog 5 jaar zo te doen.
Nee, dat niet. Nog niet. Maar hoe oud ben je inmiddels? Ik ben 20. 20? Ja. Oké. Okay. En ja, jij zegt ik ben opgegroeid met haat. Ja. Hoe dat dan? Ja, ik deed ook mee met, begon met Holland's Next Topmodel toen ik nog echt 16 was. En toen, toen begon ook al de haat, zeg maar, van wat doe jij daar en dit en dat. En, maar word je dan juist rebelser of ga je dan juist wat na Temptation Island was ik echt rebelser geworden. Ja? Dan dat ik was, of dat ik voordeed. Maar nu ben ik het gewoon. Nu heb ik die label van ik heb scheid en dat denk ik wel. Ja, dat zie je ook wel een beetje in hoe je je kleedt. Nou, ja, het is hartje winter. Het is feest. Ik claim me altijd als het feest is zo. Nee, goed, ik nodig je voor mijn eerstvolgende feest uit. Dat absoluut. De BH is wat aan de kleine kant. Kan dat kloppen? Nee, die past. Dat hoort zo. Oké, ik heb er absoluut... Lieve schat, ik ben 44. Ik heb echt werkelijk waar nog nooit op OnlyFans gezeten. Ik heb nog nooit een aflevering van Temptation Island gezien. En ik ben wat zenuwachtig nu je hier aan de bar zit. Maar je bent nog wel op zoek. Waarnaar? Een vrouw. Nee, Dennis, ik ben niet op zoek naar een vrouw. Dat weet je. Maar stel nou, de geïnteresseerde vrouw die denkt, leuke man. Dan moet ze dat lekker blijven denken. Ja? Ja. Dan mag ze jou geen berichtje sturen. Ze mag me best een bericht sturen, maar de kans dat ze een bericht terugkrijgt is niet heel tot nul. Ik heb 4 zussen. Ja, oh, wacht even. Hoe oud zijn die? Ja, allemaal ouder. Ja, nee, dat is goed. Rond de 33, 26. En wisten jullie wel eens kleren uit? Nee, eentje is lesbisch, dus die draagt andere kleding. Oh, nou, dat schiet ook niet op. En nee. Dus een soort van kereltje. Ja, een gangster. Ze beschermen altijd. Oh, dat is wel lief. Dat is wel lief. Hey, we gaan het de 2020 gaan we doornemen. Yes. Aan de hand van hele leuke filmpjes, vooral van Dennis en een paar van mij zitten er ook nog bij. En drink, zeg wat je wil. We regelen het voor je. Er zijn oliebollen. Waarvan ik niet zeker weet of je ze moet opeten hoor. Maar drink gezellig. Bemoei je met de filmpjes en alles. Want Dennis. Jij bent overgestapt, min of meer naar nieuw nieuws. En als ik het goed begrijp, loopt jouw contract bij Pont vannacht om 12 uur af. Ja, ik ben bijna verlost. Ja, ben je blij? Weet je, ik heb daar bijna 5 jaar gewerkt. En dat was op het begin echt heel leuk. De eerste 4 jaar waren echt heel leuk. En zij geeft je wel een kans die een ander mij niet gaf. Alleen op een gegeven moment werd het... op een gegeven moment was het niet meer leuk. En toen had ik alleen nog maar gedoe met de omroepbaas. Dan is het wel een verlossing dat het voorbij is. En ik vind het ook jammer dat het op zo'n nare manier uiteindelijk voltrekt. Maar wat is dat toch? Dat hoor ik toch steeds vaker bij Pont zelf ook wel meegemaakt. Hmm. Ja, dat je daar binnenkomt en dat dan word je de hemel in geprezen. Je bent het grootste talent van Nederland. En in jouw geval heeft hij daar ook nog wel een punt dat je een van de grotere talenten bent. Maar uiteindelijk gaat iedereen de weg met ruzie. Nou kijk, weet je, je hebt daar gewoon, het zit gewoon zo daar. Dominique Wees is de baas en die is ook echt de baas. Dus ja, niet dat alles doet iedereen je overlegt. De vuren heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Maar goed. En op een gegeven moment was dat allemaal top. En je doet precies op het begin wat je gevraagd wordt. En dan krijg je een kans. En op een gegeven moment, dan denk je toch wel, je doet wel hele controversiële dingen. Niet iedereen vindt dat tof. En op een gegeven moment word je wat ouder. En dan zeg ik op een gegeven moment, ja Dominique, ik heb dit nu al 8 keer gedaan. Ik zou nu wel een keer iets minder dit willen, iets meer dat. Iets meer diepgang. Het wordt niet letterlijk zo gezegd, maar het is gewoon, als jij een eigen mening krijgt, daar houden ze niet van. Je moet gewoon doen wat er wordt gevraagd. Toch wel gek is, Dennis, want weet je waar die omroep voor opgericht is? Juist voor je eigen merk. Ja, maar je merkt toch wel, ondanks dat ik echt niet alleen met modder wil gooien, want ik ben zo ook wel heel dankbaar, maar iedereen die op een gegeven moment op een bepaald niveau kwam, Jan Roos, Jan Versteeg, Jo Janneke is er met gedoe weggegaan, eigenlijk iedereen. Shelley Sterk, uiteindelijk iedereen die later nog wel wat wet gaat er met gedoe weg. En iedereen die niet heel bijzonder is in wat hij doet, die kan er heel lang werken. Want die blijven ook luisteren en die weten ook, dit is mijn plafond. Ja. Maar ik wou niet per se weg, ik wou meer groeien met die omroep. Ja. En ik gaf af en toe ook van, nou, misschien kan links zo'n beter, misschien kan rechts zo'n beter. Maar nee. Maar ik geef je wel even, ik heb er ook gewerkt 2,5 jaar en ik ben er ook niet op een leuke manier weggegaan. Dat is gedeeltelijk. Niemand gaat daar leuk weg. Nee, maar dat is ook gedeeltelijk, was dat mijn schuld. Ik ben ook een onmogelijk persoon. Maar ik werd laatst door je bijna ex-collega Bram Douwers geïnterviewd. Dus ik kan toch alles zeggen, want het wordt er toch uitgemonteerd. Mm. En toen heb ik wel het compliment echt aan Dominique ook gegeven. En dat meen ik serieus, dat hij echt een oog heeft voor talent. Hij heeft jou onder de hoede genomen. En de jongens die je net opnoemt, Danny Goossen, Jan Versteeg, Jo Janneke van der Bergen, Daan Nieber. Rutger, Jan Roos. En Pont heeft nu ook gehaald, hè? Ja. 58.000 mensen. Oké, dat is misschien is dit een leuk moment voor jou om Dominique even te feliciteren. Nee, Dominique, jongen, van harte gefeliciteerd. Bel me vooral nooit. Ik vind Dominique een ontzettende lul. Maar hij heeft wel een talent. Nou, ze zoeken nog mensen. Hij is bijna weg. Zou dat wat voor jou zijn? Presenteren? Ja, interviewen? Mark Rutte interviewen, bijvoorbeeld? Ja. Ja...
Misschien ooit, later als ik wat ouder ben, meer ervaring op heb. Je bent pas 20, meid. Ja. Dus we hebben nog alle tijd. Lieve Dennis, je had als eerste filmpje, begin van dit jaar, januari, heb jij een clipje opgenomen, je ging actie voeren voor de radio. Ja, toen was het jaar nog mooi en leuk. Ja, toen begon het nog goed. In januari. Vertel eens. Ik had onrecht gemaakt met Bram Krikke en ik ken natuurlijk Bram Krikke heel goed en Wilfried Gené heel goed. Voor de rest ken ik eigenlijk ook bijna niemand in de media. Maar die streden, ik ken ze wel, maar vaak niet iedereen vindt me even aardig. En op een gegeven moment stuurde Wilfred mij om 12:00 s'nachts een appje. Ik lag in bed. Dennis, ik wil heel graag de radioring winnen. Maar Bram Krikke gaat die winnen, want die heeft meer volgers. En toen stuurde ik naar hem. Dat klopt. En toen stuurde hij mij, wat kan ik nou het best doen? Ik zeg, jezelf terugtrekken. Want het heeft niks meer met radio maken te maken. Het heeft gewoon te maken met wie heeft de meeste volgers. Ja. Ja, maar ik wil hem toch winnen. Ijdel als dat hij is. Nou, ik zeg, weet je wat Wilfred, dan gaan we campagne doen. Dan gaan we alles doen. Filmpjes maken, muziek maken. En dan heb je kans om te winnen. En dat hebben we gedaan. En? Een knaller van een hit gemaakt. En uiteindelijk hebben we gewonnen. Zullen we even kijken, een stukje kijken naar die hit? Heel graag. Laten we even kijken naar het start. Oh. Jij krijgt die ring niet van ons cadeau. Dat zou jij wel willen. Al volgt de jeugd jou massaal. Met die prijs ga jij aan de hand. Niks. Ja, Dennis, wat een leuk clipje, ook helemaal jouw muziek. Ja, ik dacht, dan maak ik direct een mooie Hollandse knallen van. Daar houdt Wilfred ook wel van. Ja? Dus zo geschieden. En jullie wonnen ook nog die radio. Uiteindelijk wonnen we dus ook die radioring. Het kostte me wel een programma, want ik kreeg daarna een appje van Bram. Onrecht 2, kun je vergeten. Dus, was het data daarmee te maken of wilde hij gewoon meer geld? Nee. Want we staan wel echt aan de maximum wat de publieke omroep kan betalen aan iemand. Maar hij zei gewoon van doe dat maar met Wilfred, want je bent toch kansloos, ik win hem wel. En hoogmoed kwam voor de val. Ja, wat goed man. Ja. Maar jij werkt ook af en toe bij Wilfred toch in het programma? Ja. Nou, ik heb eerst bij die tv-editie Veronica Inside gewerkt. Ja. En even later stopte dat om onrecht te maken, nu de radio-editie. Ja. Ja, en leuk. Vroeg het bed uit. Heel vroeg het bed uit. Ben je bij Thierry Baudet voor de deur staan, 's ochtends vroeg en dan zijn schoonmaakster tegen of de buurvrouw? De buurvrouw, ja, die dan half naakt in dat huisje stond van hem. Dat was heel gênant. Maar dat is leuk. Ga je vroeg op pad. Is goed. Als het goed is, zouden we, maar ik twijfel even, hebben we Wilfred ook aan de telefoon? Ja, dat klopt. Ja, hey Wilfred, goedenavond. Hallo zeg, hallo. Ik hoor niks. Wilfred? Hoor je me niet? Ja. Oh, ja. Ja, ik hoor heel ver weg, hoor ik naar Wilfred. Ja, wat moet ik nog meer doen? Moet ik dichterbij komen of zo? Nee, het ligt meer aan het geluid hier, Wilfred. Dat moet harder. Oké. Dus ik vraag nog even aan de techniek of het geluid hier wat harder mag, want ik kan Wilfred nauwelijks verstaan. Harder. Hallo? Is het nu beter of niet? Hallo? Ja, Boris, ja. We gaan ons best doen. Wilfred, wat leuk dat je eventjes op oudjaarsavond tijd maakt om bij je goede vriend Dennis aan te schuiven via de telefoon. Ik begrijp dat jullie ook kerst hebben gevierd samen. Ja, ik ben een beetje opgedrongen kennis, die Dennis. Hè. Ik las op een site dat hij bij mij zou komen eten. En toen opeens dacht ik, wat is dit nou? En toen zag mijn vrouw dat ook. En toen hoorden mijn kinderen dat. Die zeiden, ja, maar dan moet je hem ook echt uitnodigen. Als hij er langskomen, dan moet hij langskomen. Goed man, Dennis Goud op kerst je huis inhalen, je moet maar durven. Ja hoor, het geluid is weer weg. Goed. Man, heb ik eindelijk Wilfred een keer gespreken. Ik heb nooit voor mijn camera gehad, nog nooit gesproken. Ik denk dat hij ons nog wel hoort, maar dat hier de speakers. En het is ook zeker geen onwil van Wilfred, lieve mensen. Het is eventjes techniek die ons in de steek laat. Goed. Oké, ik ga even een biertje tappen ondertussen. Hey, ik hoor zijn er nog? Ja! Ja, daar is hij wel hoor. Zo, zullen we gewoon die hele show opnieuw beginnen? Nee. Wilfred, wat ben je aan het doen Wilfred? Ik werd gebeld net door jou, door een vriendin dat mijn nummer had weggegeven, toch of niet? Hè? Was jij dat niet? Nee. Ja, je bent gebeld door techniek denk ik. Nee, mijn nummer schijnt ergens online te staan. Dus ik word echt de hele tijd door anonieme mensen gebeld.
Of. En je gaat me dan vertellen dat mijn nummer online staat. Dus dat was net ook weer het geval. Nou, dat heb ik dus nu ook al een paar dagen. Maar ik neem 2 januari weer een nieuw nummer. Oh. Ach joh, heeft geen enkel nut, Dennis. Dan komen ze toch weer achter. Maar je hebt stalker 1 tot en met 35 in je telefoon staan, toch? Inmiddels 53, ja. Jezus, jongens. Ik heb daar helemaal geen last van. Wat doe ik verkeerd? Wie ben je eigenlijk? die doen mocht er ook nog eventjes in, natuurlijk. Hi Wilco, ik ben Tom. Wilfred. Dag Tom. Dag, hallo. Mogen we heel even terugblikken op jouw jaar? Want jouw jaar begon geweldig met het winnen van de radioring. De gouden radioring, jongen. De gouden radioring. Ja. Ja. Jij krijgt die ring niet van ons cadeau. En weg. Daar was Wilfred weer. Ligt het nu aan de techniek of aan... Dat komt steeds omdat allerlei mensen mij nu weer bellen op dat nummer. Klapblijf, ik heb het net op het internet dat gevonden. Dus, en je wordt gestalkt. En mensen zeggen dat het komt door mij? Nou, ze zeggen steeds, Dennis heeft jouw nummer doorgegeven op het internet. Dus je kan beter een nieuw nummer nemen. Nou, dat kan bijna het is wel heel apart, want ik word dus ook sinds gisteren de hele tijd gebeld. Oké, dus dat zal die... Ga dat eens even met elkaar uitzoeken. Oh, Wilfred is weer weg. Oh. Wat is weer even ingebeld. Wat een goed gesprek dit, jongens. Daar is die had nog zoveel vragen voor. Daar is die weer. Nee, ja, je kunt... ja. Ja, hij is er weer. Ja. Wat mooie vraag. Ja, ik ben er weer. Omdat hij ook heeft geprobeerd om een paar weken terug, door het radioprogramma wat hij nu heeft in de ochtend, anders te noemen, toch een kans te maken op wederom de Gouden Radioring. Maar dat is niet gelukt. Nee, hij is gedisqualificeerd. Ja. Ja, maar ik ben wel weer bij de laatste 3 als het gaat om de zilveren radioster. Dus samen met Gerard Ekdom en Bram Krikke heb ik nog weer een kans om wel een prijs te winnen. Weer Bram Krikke? Ja, ik word gek van die Krikke. En die wint hem elk jaar, die zilveren ster. Dus die zal hem weer winnen. En dat is de enige prijs die Wilfred nog niet heeft gewonnen. Hij heeft alle prijzen gewonnen. Heb jij alle prijzen gewonnen, ja? Ja. Roos van Montreuil, Sonja Barend Award, dat soort dingen. Don Bontje van het jaar heeft hij zelfs gewonnen. Serieus, ja? Heb ik ook gewonnen, ja. En de meest charismatische man van Nederland. Wat zegt hij? Ja, dat weet ik niet. Ik ben wel blij dat je er zelf heel hard om kan lachen. De meest charismatische man van Nederland. Ja, maar JFK Award. JFO, dan is toch dat je goed gekleed bent of zo? Ja, en dat je enorm veel uitstraling hebt en persoonlijkheid en dat soort dingen allemaal. Nou dat heb je wel. Je kan zeggen wat je wil, maar je staat wel voor je eigen punt, zeg maar. Dat hebben we van de zomer wel meegemaakt. Ja, dat was gezellig, hè? Ja. Zo, ik benijd je niet, zeg maar, over hoe jij het hebt gehad de afgelopen jaar. Het is van de zomer, maar ik ben wel blij dat je gewoon nog steeds gewoon 's ochtends op de radio bent en het programma gewoon maakt met de mannen. Nou ja, weet je Tom, ik doe er niet echt mijn best voor om aardig gevonden te worden, maar ik heb mezelf overtroffen deze zomer. Zo, man, jij hebt echt... goed dat hij hier boven zijn eigen grappen lacht. ik wil je niet vergelijken met Thierry Baudet, maar je hebt ongeveer dezelfde shitstorm over je heen gekregen. Iedereen heeft dan een mening over je, nou dat weet je wel, maar dit was inderdaad wel heel extreem. Hey, je staat er nog steeds. Maar ik ben ook wel eens een beetje, maak me ook wel eens zorgen om je. Nou ja, kijk, het enige, het is soms wel een beetje vroeg en dan ook weer laat. Dat maakt het wel eens pittig. Maar tegelijkertijd, jongens, we praten over niks. Hè. Het is gewoon verplaatsen van lucht dat wij doen. Ja, het is een mening. Het zijn stel woorden. Ja, meer is het niet. Nee, meer is het niet. Maar ik maak me meer druk omdat je zo ontzettend veel doet. Radio, programma. Dat valt ook wel mee. Valt het allemaal dat mee? Dat valt echt wel mee. Ik heb echt het idee dat jij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werk bent. Nee hoor, dat valt echt mee. Ik ben 's ochtends een paar uur bezig, dan haal ik mijn kinderen van school, dan ga ik mee lunchen, dan ga ik ze 's middags weer naar school toe brengen, breng ik ze daarna naar de sport toe, dan ga ik 's avonds een uitzending doen, dus ik heb zoveel tijd voor andere dingen. Oké, nee, dan lijkt het maar zo. Maar Wilfred, ben je blij dat het jaar erop zit? Nou, niet in het bijzonder. Ik bedoel, ik vind ook sowieso, zo net vroeg iemand nog aan mij, heb je nou voornemens voor het nieuwe jaar? Nee, dat als je voornemens hebt om dingen anders te doen, moet je ze op het moment doen dat je ze voelt. Oh, dat heeft niets te maken tegeltje. Met een... Jawel, maar ik bedoel, dat heeft niks te maken met het einde van een jaar of het begin van een nieuw jaar. Het was heftig en daarna zijn we doorgegaan. We maken volgens mij weer hartstikke leuke televisie. We maken ook goede radio. En ik hoop dat ik voor Dennis nog een paar leuke programma's kan verzinnen. Dan gaan we dat dit jaar ook keihard tegenaan. Ja, wil jij Dennis naar tv halen? Nou, ik denk dat Dennis veel talent heeft. Dus ik hoop voor hem ook, en dat meen ik serieus, dat we een paar leuke dingen kunnen verzinnen die hem weer wat verder kunnen brengen. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat hele poot niet. Ik zie dat ze nu opeens weer meer leden hebben en dat ze geweldig worden, dat ze groter worden.
Maar alle mensen die wat kunnen, die flikkeren ze eruit. Dus ja, ja, vind ik niet zo handig. Die belanden uiteindelijk ergens in een bar, ergens achter bij Geen Stijl. Mogen ze dan een biertje tappen en Wilfred Gené proberen te bellen. Tom heeft ook bij Poont gewerkt, Wilfred, maar die is er ook uitgegooid. Echt waar, joh? Nee, ik ben weggelopen. Oh, tijdens een draaidag. Jij bent weggelopen tijdens een draaidag. Ja, dat ze tegen mij verwachten dat ik ministers ging interviewen over de trui die Mark Rutte aan had tijdens het concert van de Toppers. Nou, maar dat ga ik niet doen. Dat vond ik een beetje overreden. Nee, niet willen. Nee. Toen ben ik weggegaan. Ja, Fabiola, we hebben hier ook nog Fabiola aan de bar, Wilfred. Ken je Fabiola? Nee, ik kan Fabiola niet zien. Er zit een zwart vakje voor haar. Dat is waarschijnlijk waar ik zelf zou moeten zitten, maar... Ja? Een zwart vakje voor haar. Maar ken dus je Fabiola, kan je iets omlaag gaan? Kun je iets omlaag gaan, Fabiola? Dan kan je gezicht zien. Omlaag? Ja, even bukken, ja. Op de Oh, je bent blond. Ja, dit is een hele goede move van je, Wilfred. Fabiola probeert ondertussen de borsten vast te houden, dat kan er niet aanvallen. Ik denk, ik geef het beeld even mee, omdat jij een zwart vlakje ervoor hebt. Maar ken je haar? Nee, ik ken het niet. Ik zie een hele korte rok, zie ik. Verder zie ik niet zoveel. Ga ze de hoogte van Tom staan dan? Ja, ze is gekleed. Oké, nu ben ik helemaal weg. Oh ja. Oh, daar ben ik weer. Hallo. Ze was een soort zonsverduistering. Waar zou ik Fabiola voor moeten kennen dan? Dat ze heeft 600.000 volgers zo'n beetje op Instagram. Heeft meegedaan op Temptation Island. Maakt muziek. En, Saboteert Nederland. Wat? Saboteert Nederland. Saboteert Nederland. is wel vrij bekend, Wilfred. Is het geen stuk? Maar ja, ze ziet er mooi uit. Maar hoe bedoelt ze Saboteert Nederland? Dat snap ik niet helemaal. Ja, ik ook niet. Nee, ja, kijk, Nederland heb altijd, zeg maar, Nederland is een beetje, hoe noem je dat? Ja, niet zo open land, zoals Amerika of Miami, snap je? Wij zijn niet zo open? Nee, jullie... Nee, jij misschien wel, maar... Zeg maar, algemeen Nederland vinden al dingen heel gauw erg. Ja? Ja? Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ja. Je bent naakt gekleed, oh, wat erg. In Amerika is het gewoon heel normaal. In Amerika lopen ze in een string. Serieus? Ja! Oh. Dat had ik even gemist. Maar jij ziet op de uiteindelijke carrière in Amerika wel... Ja, als het corona er niet was, was ik nu al in Miami. Maar Wilfred, die kan mij altijd helpen aan baantjes. Kun je ook iets met Fabiola, Wilfred? Nou ja, ik weet niet precies wat haar ambitie is. Hè. Ze wil dus Amerika veroveren, maar wat wil ze precies doen in Amerika dan? Ja, in de string rondlopen? Nee. Ja, wat wil je precies gaan doen? Ja. Nou ja, ik ken daar wel mensen, qua muziek. Oh. Ja. Ja, ze heeft een grote hit, maar... FC Groningen investeren in woningen gemaakt. Dat vind ik een toptekst. Als er nou één volkje is in Nederland wat last heeft van zijn woningen, zijn het Groningers. Dus ik vind dat ze zich daar hard voor maakt, vind ik knap. Maar ze komt uit Groningen dus, begrijp ik. Maar er gaat niks boven Groningen, jongens. Pet op de kop. Fantastisch dit, man. Ik ben fan van... Ik heb jaren in Groningen gewoond, hè? Ja. Ja, jij kent Piet van Dijken goed, als het goed is. Ja. Herenstraat helemaal. Goed voor mij. Maar goed, nu wordt het wel heel erg inzet. Fabiola, heb jij nog een prangende vraag voor Wilfred? Want anders laten we die man lekker oud en nieuw vieren. Ik laat hem lekker oud en nieuw vieren met zijn familie. Ja? Wat ben je eigenlijk aan het doen, Wilfred? Wat ga je doen vanavond? Er staat nu een romantische film te kijken. Die kinderen zitten steeds vuurwerk af te steken. Dan ga ik de politie bellen. Ik weet waar je woont. Dan komt de politie die kant op. Dit is van het niveau 1 spul, weet je wel. Van dingen die twee keer ronddraaien en dan hoor je plup en is er afgelopen. Oké. Dus waar heb jij dat vuurwerk nog op de kop weten te tikken dan? Bij de Welkoop, hier om de hoek. Oh. Die hadden het achter de kast liggen. Maar het is gewoon niveau 1, dus dat mocht voor de kinderen. Het is volledig sterretjes, legaal. Dat werkt. Volledig legaal. Ja. Okay. Maar ga jij zo meteen nog met Fabiola op stap dan, of niet, Dennis? Nee. Ik denk als ik zo klaar ben, dan word ik opgehaald door een vriendinnetje. En dan denk ik dat we nog even langs Soest rijden. Nou, gezellig. Oh, oké, maar mooi even in Utrecht afzetten. Nou ja, dat kan ik wel. Ben je rond uur of half twee uur nog wakker? Ik heb geen flauw idee, Dennis. zien we zo meteen wel. Nou, helemaal goed. Goed. Wilfred, veel succes met je carrière in Miami of in Amerika. Eén van de twee. Nou, dank je wel. Maak er een romantische avond van, Wilfred. Ja, en alles goede voor 2021, beste man. Ja, nou ja, goed. En je kunt ook bij Rollenpraat aanschuiven bij Dennis. Want dat is een enorm succes. Dus ik zou daar eens over nadenken, Tom. Ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat mag niet van Jan. Jan heeft een nekel aan Tom. Nou ja. Echt? Ja. Ach, Jan beledigt binnen de kortste keren weer iemand en komt hij nergens meer aan de bak. Dus je kan zeggen van Jan wat je wil. En ik ga hem geen veren in zijn reet steken. Maar hij is er natuurlijk een paar jaar lang helemaal uit geweest. En hij pakt zich wel lekker terug met dat Rollenpraat, hoor. Ja. Ik ben een groot fan van Jan. Ik enorm ook. Fan. Ik had hem geprobeerd binnen te brengen, maar dat is ook niet gelukt. Nee, hij mag bij Talpa het gebouw niet meer in, hè? Nee. Dat is echt zo. Hij was uitgenodigd bij 15 jaar. Toen werd hij afgebeld, want hij mocht het gebouw niet meer in. Verbod. Ja. Goed.
Wilfred Domhaas, ik wens je een geweldige jaarwisseling en een geweldig 2021. Er komt dus goed eens een nieuw programma aan, heb ik begrepen. Ik ben benieuwd. En als die 600.000 volgers van Fabiana nog even op mij stemmen voor die televisiester of radioster, dan ben ik ook weer binnen. En zou ik zou je promoten. Ja, en die 1100 van mij, die komen er ook bij. Echt. Oké, nou dan is hij binnen. Is goed. Hey, succes. Fijne avond. Fijne uiteinde. Groetjes. Oké. Nou weet ik niet of mensen hem ook nog in beeld zagen. Nee, hij had geen beeld. Hij vond het eng om ook in beeld te gaan. Dat snap ik. Dat snap ik. Oh, oh, oh. Hij gooit mijn deuren. Hij gooit mijn deuren. Het is er heel goed. Gooit mijn deuren. Oh. Hij hangt nog. Hij hangt nog. Hey, we gaan gewoon weer even je naar mag ophangen, Wilfred. Ja, hij is weg. Hij is weg. Maar dat was hij net ook. En toen kwam hij weer terug. Maar een geweldige man, hè? Wilfred, ik nou. Lijkt mij een heel aardig man. Ik nog steeds. Ik heb werkelijk waar, dit is de eerste keer dat ik met de beste man gesproken heb. Ik bedoel, je moet zelf ophangen, Wilfred. Dat lukt niet. Zet de telefoon uit. Ja, zet hem uit. Haal je batterij eruit. Ja, ja. Aha, goed. Wij gaan even weer naar een filmpje kijken, Dennis. Wil je even, want het is, was ook redelijk begin van het jaar, in maart, geloof ik. Zanger Lorenzo. Nou, en dan moet je mij even, want Lorenzo is bij ons de ijsboer. Ja, nou goed, Wilfred had het dus net over dat zijn nummer nu door iedereen wordt doorgestuurd. Hij is degene die mijn nummer naar iedereen nu doorstuurt, dus dat contact is wat minder. Maar goed, die jongen heeft een kleine beperking, maar is een groot zangtalent. En wat gebeurde er nou? Het ging niet zo goed vorig jaar met Twente. Of begin van dit jaar. Die jongen komt uit Twente? Die jongen komt uit Enschede, ja. En nou goed, hij had een liedje gemaakt met Brahma Red Twente. Ja, nou dat was een middenvelder die ook toen ze in 2010 kampioen werden speelde. Maar nu ook, toen het minder ging, op de bank zat. Lorenzo was boos. Lorenzo belde mij. Ik heb al 8 keer de bus opgewacht. Ik heb clubbestuur bedreigd. Maar dat blijft niet geworden. Want ik zeg, dat is vervelend. Dan moet je misschien echt een statement maken. En dan moet je gaan zingen op het veld. Nou, hetgeen gebeurde. Het veld? Op het veld. Maar ja, liep naar het trainingsveld. En eerst zong hij van dat Brahma moest spelen. Nou, toen sprak hij die Garcia, weliswaar onder wat dreigende druk. En toen zei Garcia, ik stel hem op. Maar Brahma speelde weer niet. En Garcia was de trainer? Ja, ja? Okay. Twente verloor weer. En toen zegt hij, Dennis, we gaan weer naar het veld. Want ik heb een liedje, Garcia rot op. Dus de trainer moest oprotten. En toen ben ik maar met hem meegegaan naar het veld om dat in beeld te brengen. En toen gebeurde er dit. Wat gaan we doen? Jullie gaan stoppen. Gaan we lekker naar. Ik versta u echt heel slecht. Dan moet je de muziek eens afzetten. Nou ja, dat is. Kijk, we hebben een artiest bij ons, mevrouw. Ja. Wil je daar niet mee aanlopen? Wat zegt u? Wil je daar niet mee aan? Ja, jij loopt er mee aan. Nee, jij loopt er mee aan. Hoe gaat het dan? U wilt graag op beeld, hè? Nee, want ik sta ernaast. Ja, maar u loopt steeds bij me, hem voor de beeld. Ja, en? Ja, Lorenzo, gaan we weer. Volle bas! Meneer, laat u de artiest even voor wat het is. Dat is onze artiest. Ga weer. Oh. Ja, daar gaan we. Of ik trap hem weg of je doet hem uit. U mag ook meer zingen. Nu ben ik ook nog de plopkap kwijt. Ja, hij heeft mijn plopkap gejaagd. Kunt u die weer ophalen? Ja, laat u hem even hier staan. Niet aankomen, hè? Dan word ik echt heel boos. Nee, dat mag niet. Niet doen. U mag erop passen, u mag er naar kijken, niet aanraken. Ja, ga ik even naar onze artiest. Nu! Dang. Mag ik mijn plopkap terug? Dan leg je een prullenbak. Volgende keer sla ik naar die in. Dag meneer! Ik heb goed nieuws voor jullie. We zitten erop. Het zit erop, dames. Wat vonden jullie ervan? Geweldig, jongen. Nou, aan die kant van zijn. Ik vond wel iedere keer dat denk van, we staan hier gezellig. En dan kruipt u iedere keer het beeldscherm in. Ja, dat hoeft toch helemaal niet? Jawel. We taaien af. Mag ik u bedanken? U was geweldig publiek. Joe.
Ik vind dat je dat wel heel leuk doet voor Dennis. Want je maakt geen ruzie met ze, je gaat niet lopen zeiken. En die vrouw die erbij liep, die vond het eigenlijk ook stiekem wel leuk. Nou, het fraaie was dus eigenlijk ook, want we waren er dus al eerder geweest. Nou, toen had Twente gezegd van, goh, we gaan stewards bij de training neerzetten. Want we willen niet dat het nog een keer gebeurt. En dan staan er twee van die dames. Dat maakt het eigenlijk nog mooier. Want zet daar twee bonkige kerels na en je komt er niet op. Nee. Maar nu stonden gewoon twee oude juffrouwtjes, ja, die al een AOW'tje kregen. Ja, dus wat werd het eigenlijk nog mooier. Ja, was heel gênant. Ik kan ook vertellen, ik had dat weekend erop had ik dus een feestje in Twente. Er kwam een buffel van een kerel aan, een beetje met het formaat van Lorenzo. Die zei, imami club te skanden, imami club te skanden. Nou ja, en uiteindelijk sloeg hij mij erin voor, aan blauw oog. Ja, heb je daar daarom een klap gekregen? Ja, dat is wel de keerzijde. Maar toen had ik wel een blauw oog om dit... Nou, jij moet ik zeggen, want je hebt vorig jaar ook wel eens een keer een filmpje getwitterd of zo, dat je langs die Twentebus rijdt. Toen ze degradeerden, ja. Want jij komt wel uit die buurt, maar je bent voor Willem II. Ja, klopt. En Willem II had toen heel mooi gewonnen. Had een mooie overwinning op FC Utrecht geboekt. Dus was een groot feest. Ja. Jouw clubje. En toen reed ik dus terug vanuit Tilburg, maar Twente had verloren in Venlo. Dus ik haalde die bus in. Ik zeg, nou, ik heb een prachtig weekend gehad, maar nu zie ik wat treurigs. Ja, en het schijnt dat daar de dood op staat voor sommige mensen in Twente. Dus maar dus je hebt je blauwe oog gekregen. Ja. Hij heeft gewoon één klap en dat was het. Nou, gewoon op een gegeven moment, club belachelijk. Ik zei, ja, nou ja, kom gezellig weer. Imami club belachelijk, ik ben van vak P, ik ben hooligan. Ik denk, nou goed, ik zeg maar, we zijn hier in een feestje. Was een optreden van Dries Roelfink, dan weet je, ben ik in mijn element. Ja, Dries is jouw Dries held, is in mijn element. En op een gegeven moment kwamen er ook allemaal vrouwen van middelbare leeftijd bij staan. En toen, toch te laat, pats, heeft hij mij geslagen. Maar goed, aangifte gedaan. Uiteindelijk moest hij mij een vergoeding betalen van €1500. Ja. Maar dat had hij niet. En toen zei jij, laat maar zitten, joh. Nee, toen uiteindelijk zei ik, dan laat hem maar een paar weken zitten. Nou, en toen moest hij 3 weken in de gevangenis zitten. Zo ben omdat ik hij jou een klap heeft gegeven? Ja. Uit clubliefde. Uit clubliefde. Ja. Ja, het is niet lief. Moet hij niet doen. Nee, maar diezelfde Lorenzo is dus nu heel boos. Want? Nou ja, omdat hij wil iedere week een optreden doen. En ik heb gezegd, nou Lorenzo, dat lijkt me iets te veel van het goede. En toen zei hij, ja, de tering, dan gooi je nummer overal neer. Oh, wat goed. Oh. Maar jij zei, hij wil elke week een optreden doen. Er is geen zanger in Nederland die op dit moment elke week een optreden heeft. Nee, maar hij wil gewoon dat ik hem film en dat hij dan zingt. Oh, wat erg. Maar goed, jij gaat een nieuw nummer heb je vanaf morgen. Vanaf 2 januari, als het weer kan, dan... misschien wil Wilfred wel mee naar de T-Mobile en dan... Ja, die wordt ook gestart. Reclame maken daar. Jezus, ja. En jij zegt, ik heb hiervan genoten? Ja, was echt... Ik had deze video eerder gezien. Ja, ja, we kijken terug op het jaar. Ja, dus ja, alle ja, filmpjes ja, ja, ja. Die zijn al een keer geweest. Ja, maar misschien heb ik ze niet... Maar deze heb ik wel gezien. Ik kijk niet altijd alles, maar deze kwam voorbij. En ik stuurde naar mijn familie helemaal door. Dit moet je zien, het is echt grappig. Ja? Ja. En dan zeg je over, ik ken hem. Ja, ja? Ik ken hem. Hebben jullie wel eens wat gehad, of niet? Zoiets? Hebben jullie wel eens iets gehad samen? Of? Die? Huh? Jullie nee? Twee? Nee. Dit is de tweede keer dat ik hem ooit zie. Ja? Nee, derde keer. Ik heb je ooit een keer geïnterviewd. Ja, derde keer dat ik hem zie ooit in mijn leven. Wat was die tweede keer? En hij was met een vriendin van mij, dus dat... no. Oké. Okay. Nou, ja, ken jij Natasja? Ja. Als het haar vriendin is? Ja. Ja, ik wist dat ze elkaar kenden, maar of dat echt vriendinnetjes waren. Nou ja, gewoon ja. Ja, gewoon ja. Gewoon ja. Gewoon ja. Ik voel een nieuw liedje aankomen. Een nieuw refrein. Gewoon ja. Gewoon ja. Gewoon ja. Het past helemaal in de stijl van jouw teksten, denk ik. Gewoon jij ja. Jij bent wel iemand die overal gewoon ja op zegt. Dat ligt eraan. Ja, nee. Oh. Maar meestal ga ik gewoon voor de makkelijk weg zeggen gewoon ja, is goed. Dus stel Tom zegt van, hè, Tom die vindt het moeilijk om thuis te komen. Die zegt, joh meisje, kan ik vanavond bij jou het hotel in? Dan zeg jij, gewoon. Mijn gay vriend slaapt bij me. Oh, ja. Nou, helemaal feest. Ja. Echt. Maar, Tom is van alle maten thuis. Het maakt mij niet uit. Oh, ik had 36, 37 graden is en er zit een rat in. Een tijdje geleden had ik een hond. Nou, en ik geen hele in Berg. Nou, die hond liep 3 weken achteruit. Ik zeg nou. De hond liep 3 weken achteruit? Ja, dan had jij ermee... Oh, zo? Ja. Oké. Okay. Nee, ik zou met je rug tegen de muur dansen vanavond. Dus, maar Fabiola, wat was jouw... ik zie dingen... Ik heb natuurlijk een beetje onderzoek naar je gedaan. En dan kijk je echt met heel veel plezier. Maar ik zag ook toch ook een minder leuk stukje jaar over... maar als je naar buiten dat er wat mis was gegaan met een BN'er en dergelijke. Dan ben je niet, zeg je niet zomaar gewoon ja.
Dan sta je wel op. Een aanranding. Ik zag een vlog van jou daarin. Ja, klopt. Dat bracht jij de suggestie aangerand. Tim Hofman sprong voor jou in de bres, zag ik nog. Ja, die springt super, alles in de bres. Hè? Ja, als het super lief van hem. Ja. Dus hij komt voor mij op als ja, eigenlijk enige BN'er. Ja, ja ik ben geen BN'er, maar anders had ik voor je opgekomen. Weet toch wel. Nee, joh, kende jij Tom voor vandaag? Ja, ik heb wel ook zijn stem ook. Ja, dat is het. Als ik herken word, dan gebeurt het. Zit ik in staart, die lul, die heeft net zo'n stem als die gozer van Ponies. Oh, wacht even. Is hem ook. Maar goed, ga verder. Ja, het is zeg maar, het was 2 jaar geleden gebeurd, dus nu eindelijk kon ik erover praten. Ja, was het zo zwaar? Ja, natuurlijk. Ja, dat geloof ik, hè? Ik heb dat niet meegemaakt. Ja, dus het is wel zwaar voor een vrouw om dat mee te maken. Ja. En vooral als je jong bent en vooral ja, als je gewoon mensen gauw vertrouwt. Ja. Maar dat is een wijze les. En daarom had ik het ook... Maar wie was die BN'er? Daarom heb ik het ook opengegooid van... Let op, elke is die bekend voor jongere meiden ook te waarschuwen. Maar wie was die BN'er? We willen een scoopje. We hebben dit programma gewoon één scoopje nodig. Iemand die jou aan de schamp pakt. Maar volgens mij weet iedereen het. Wie het was. Nou, dan kun je dan het is er wat misgegaan. Nou, dan is er helemaal wat misgegaan. Het is helemaal langs me heen gegaan. Ja, nou, wie was het dan? Ja, het was die Bilal van Macromafia. Bilal Wahib. Vuile klootzak. Ken je zijn nummer? Nee, maar jij wel. Ja, maar ik heb hem geblokkeerd. Oh. Ja, lijkt me slim. Maar heeft hij nog wel eens sorry gezegd? Nee. Nee? Nee. Maar hoe is dat dan gegaan? Want ik heb wel een filmpje gezien dat jij met een videobel die zei die komt eraan of zo. Ja. Was dat die nacht? Ja, die had ik nog van hem. En dus ik dacht, ik post dat erop, weet je wel, voor een wraakactie. Eigenlijk dom vraag is nooit goed, maar uiteindelijk heb ik de waarheid. Maar in hoeverre was het een aanranding dan? Want jullie spreken af, jullie hadden wel gezamenlijk een hotelkamer. Nee. We waren uit en ik was nog skeer. Verjaardag toch, was het? Op zijn verjaardag. We waren uit en ik had nog geen geld voor een hotel te boeken. Ik was nog een jonge meid toch. En toen hij zei, oh je kan in mijn hotel. Ik zei, ja, maar dat ga ik niet zomaar doen. Toen zei hij, ja, maar ik heb... een tweepersoonsbed en een tweepersoonsbed, je kan je vriendin meenemen, kan je daarna slapen. Ja. Daarna slapen, naast je vriendin. Dus ja. Maar uiteindelijk was het helemaal niet het geval. Uiteindelijk ben ik op de hotelkamer gezet in mijn ondergoed. En waarom in de ondergoed waar kwam dat punt omdat je ineens in je ondergoed stond? Ja. Dat ik nee zei. Hè? Nee, maar je dat ik nee zei. Al heeft jou het hotel uitgegooid toen jij geen seks met hem wou? Ja. Ja, maar oké, maar hoezo had je dan op dat moment... niks te nadelen, na de club was ik echt vies besweet en toen ging ik douchen en mijn make-up afhalen. Dat vroeg ik me even af. Dat is een hele logische verklaring. Ja, klopt. En toen ben je... Dus gebeurd. En, misschien was hij dronken. Maar op een gegeven moment waren toch 2 bedden. Dus jij lag in het andere bed. Ik zei, ik ga hier nu slapen. Ja, dacht je echt niet. En toen, we kregen gewoon ruzie en hij gooide hem op de gang. Maar hoe kom je dan in je... Je had wel je kleding uitgetrokken dat je een BH ik ging naar douchen, zeg maar. En ik ging mijn pyjama aandoen. En toen ik dat wou doen, gooide hij hem op de gang. En toen daarna heb ik gewoon op de gang 2-3 uur geslapen. En maar dat is toch heel gênant? Nou. Als iemand dat doet. Als iemand je op de straat zet. Nou ja, eerst wat je doet is huilen natuurlijk. Maar ik snap zijn punt ook wel nu. Omdat ik zeg maar verleidelijk gekleed was en sexy dans. Ja, maar dat is geen excuus. Nee, maar oké, ik snap het wel een beetje zijn punt, snap je? En mijn vriendin zei, wat vind je daar nou van? Ja, zei, je hebt hem zelf uitgedaagd, jouw schuld. Maar goed, jouw vriendin die werd gevingerd door een vriend van Bilal. Ja. In allebei de gaten ook. En, maar ik vind dat dan wel een wezenlijk punt. Waar jij zegt, ik snap het wel, dat is wel een dingetje. Of hoe jij er nou ook bij loopt, of wat dan ook, mannen mogen naar je kijken, mogen opmerken van... Maar nee is dan wel nee. Nee. Daar klink ik misschien een hele slappe zak in. Nee, maar jij zegt, ik begrijp wel, maar je bent nu ook verleidelijk gekleed. Ja. En stel nou, ik of Tom, die vergrijpt zich aan jou en jij zegt nee, dan zeg je dan... Maar dan ja, ik zie nou niet voor jou te twerken in een club met mijn billen. Dat deed je bij hem wel. We moeten nog een paar uur, dus dat niet eens kan nog komen. We waren uit. En die op zich, weet je wel, ik snap hem misschien 10%, 20%, maar voor de rest... Nee, ik snap wel dat hij... Dat heel veel haat, maar ik ben er gewoon... Maar ben je boos op hem nog? Ben je nu nog boos op hem? Ik heb het achter me gelaten. Ik ben iemand die heel gauw iemand kan vergeven en het achter kan laten als het is klaar. Dat is heel goed. Maar kijk, ik snap wel dat hij opgewonden van je wordt en dat je in sexy kleding rondloopt. Maar wat je natuurlijk niet doet, is iemand van 18 de straat opgooien. Of een de hotelkamer uitflikkeren en zeggen, zoek het maar uit. Je woonde toen nog in Groningen, neem ik aan. Ja. Ja, en dit was in Amsterdam. Ja. Ja, weet je, dat doe je niet, weet je. Dan ga je maar gewoon met je stijve lul ernaast liggen. En dan is het gewoon plafonddienst. En wacht maar tot je afgekoeld bent. Maar heeft hij uiteindelijk daadwerkelijk aangerand? Of heb jij nee gezegd en ben je eruit gezet?
Ja, ik leg het uit in mijn... Dat heb je gezegd. Je zegt, ik ben aangerand. Maar het is me niet volledig duidelijk wat dan de aanranding was. Nou, wil je het allemaal weten? Ja, eigenlijk wel. Ik genoeg verteld. Okay. Maar het was niet fijn en het was niet leuk. Nee. Ik heb van geleerd en ja, dat is het. Ja, dan sluiten we het daarmee af. Ja. Heb je nog één vraag nog? Sorry. Ik ben nou jij sluit het af. Voor Bart ben ik nu. Heb je aangifte gedaan? Nee, ik had het niemand verteld en dat is eigenlijk heel dom. Okay. Maar is dat een tip ook voor de dames? Ja, je hebt best wel veel jonge meiden die jou volgen. Ja, ik heb het ook verteld in mijn video. Als het gebeurt, praat er over mensen over. En ik heb het op dat moment alleen tegen die domme vriendin verteld. En die zei, ja, het is jouw schuld. Dus ik dacht, oh, het is echt mijn schuld. Omdat ik me zo kleed. Maar dat is helemaal niet zo. Je lekker zo blijven kleden. Ook al loop je naakt, ze mogen niks doen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Jij loopt nog wel eens naakt door de PC-Hoofdstraat. Ja, oh jee. Maar ja, er zit weer een of ander aapje voor je doos. Ik denk, nou ja, daar hadden we dan ook weer niks aan. Maar dan moeten we waarschijnlijk naar OnlyFans. Ja, want ik weet wel precies. Wat het is, hoor. Ja. Zullen we heel even een klein feel-good momentje erin gooien 2020? Feel-good? Feel-good, weet je wat dat is? Ja, dat is iets waar je toch vrolijk van wordt. Ja, ja, ja. Je weet wie onze minister-president is? Ja. Ja? Nou, toen we net in corona zaten, mm-hmm. de lockdown, en we wisten allemaal niet zo goed wat er moest gebeuren. Klopt. Toen ging ik uiteindelijk weer naar de Tweede Kamer, daar werk ik veel, daar maak ik mijn filmpjes. Vroeger ging ik ook allemaal naar demonstraties hoor, zoals Dennis, maar ik ben blij dat hij het nou doet. Mm-hmm. Hij een blauwe oog van de FC Twente supporter krijgt, liever hij dan ik. Het is je niet gegund, daar niet van. En dan moet ik je even bij vertellen, mijn vader gaat niet zo lekker, die wordt heel oud, laat ik het zo zacht uitgedrukt hebben. Die hele lockdown is er net met alle regels. Je mag niet naar buiten, je mag niet naar een begrafenis. En een vriend van mijn vader is dan net overleden. En mijn vader belt, terwijl ik in de Tweede Kamer zit te wachten, belt hij mij en dan gebeurt het volgende. Dat snap ik, maar dat moet je ook niet doen. Meneer Rutte loopt nu net langs en die zegt ook elke keer blijf binnen. Wat zegt hij? Nee, het gaat over mijn vader, dat hij binnen moet blijven. Ja, dat moet hij echt doen. Hoe oud is hij? Mijn vader is 75. Ja, echt doen. Ja. Dit zegt meneer Rutte nu tegen je. En zeker niet naar een supermarkt of zo. Nee, serieus, dat zegt hij nu live tegen. Dus niet naar die begrafenis gaan morgen. Nee, dat mag niet. Maar wilt u tegen mijn vader zeggen? Ja. Even op afstand. Je krijgt even meneer Rutte aan de telefoon. Het gaat om een begrafenis van een goede vriend. Wat spieken dan? Ja. Maar ik mag natuurlijk niet jou. Maar jij, ik wil wel met hem. Ja, met Mark Rutte hier. Hij heeft echt gelijk hoor, zo. Niet doen. Echt, zou het echt niet doen, Joyce. 75 bent... Gaat om een begrafenis van een goede vriend. Ja, maar snap ik. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar kijk dan of jullie misschien later iets kunnen organiseren met vrienden om die herdenking te doen. Als alles weer een beetje normaal is. Ik zou nu niet gaan hoor, als ik mag adviseren. Wij zeggen het ook al 2 weken tegen je pa. Dus nu goed luisteren naar onze minister-president. Afgesproken? Hartstikke goed. U heeft de zoon die van u houdt. Dat is belangrijk. Ik heb jullie allemaal gehoord en ik ga niet. Super. Dankjewel, pa. Te gek. Dankjewel, Mark. Nou, ik ben Amazon, maar. Ja, je staat gewoon op de speaker. En dat vind ik wel zo knap van onze Mark Rutte. Hij zit midden in een coronadebat. We zitten net in die hele corona-shit. Hij loopt daardoor. Hij moet achter wat regelen met zijn persverlichters en zijn mensen achter hem. En hij hoort dat en hij draait bam in één keer om naar de mens Mark Rutte. Neemt dat gesprek met mijn vader over. Ja, vind ik schattig. Vind je niet? Maar dat is natuurlijk ook wel Mark Rutte die heel goed weet die momentjes, die persoonlijke momentjes kan pakken. Waar wel heel veel mensen hem ook wel in zijn hart sluiten. Hè? Ja, maar ik heb hem regelmatig tot aan zijn sok afgefikt. Nee, dat weet ik. Maar hij weet ook wel op dat moment, buiten verder, ik me kan voorstellen dat het voor jou persoonlijk een heel mooi moment was. Precies dat moment te pakken van de wit, oh, er staat nu een camera op. En als ik dit nu zo doe, denk mensen, goh, wat een persoonlijke man in een moeilijke tijd. Dat is dus een hele knappe politicus. Dat is super knap van hem. Dat maakt heel veel dingen waar die toch twijfelachtig zijn, wel goed. Ja, kijk, als politicus is hij heel goed. En wat hij de afgelopen 10 jaar voor zijn kiezen heeft gekregen. Van economische crisis, migratiecrisis, klimaat, economisch. En nou ook nog eens een keer corona eroverheen. MH17 ook nog. Geef het je te doen. Dat daar fouten in gemaakt worden, ja, dat snap ik. Maar na de tijd kom je bij je vader. En wat deed dat met jou en je vader dan, als je daar later over gaat? Nou, ik wil er niet al te veel over uitweiden, maar een klein beetje wel. Kijk, mijn vader had het nog niet helemaal door wat daar gebeurde. En die bel, ik was wel zo slim. We namen dit op dinsdag op en ik heb hem op woensdag pas geplaatst. Hè. Dan heb je het meeste bereik en dan komt hij in de talkshows en dat soort dingen. En dus op donderdag is dat filmpje in allerlei talkshows geweest. Ik zeg het verkeerd, op woensdag ding is.
En oké, ik krijg een duimpje er beneden, bedoel je dat er dat de rij gaat alleen, dan gaan we zo heen. Komt goed. En op vrijdag belt mijn vader me op en hij zei, was dat echt Mark Rutte? Ja, ik dacht dat jullie voor de gek hielden. Dat je me voor de gek hield. Ik zei, nee pa, dat was echt Mark Rutte. Maar hoezo ken jij die dan? Ja. Maar is jouw vader dan enigszins dementerende? Ja. Oké. Okay. Mijn vader heeft een hele agressieve vorm van Parkinson. En dat is zeker op dit moment echt een hel. Heeft me ook gehad. Laten we het gezellig houden. Er is iemand druk aan het gebaar. Ja, want dat betekent, lieve mensen, we hebben iemand in het land. Verslaggever ter plekke. Ja, Reinoud van Nieuw Nieuws. En oh, daar staat hij. Hallo Reinoud. Ja, goedenavond jongens. Oh, we hebben hier weer geen geluid. Ja, ik heb nu wel beeld en geen geluid. Steven! Dat is onze technicus. Oh, nou, we hebben ook geen beeld meer. We hebben ook geen beeld meer. Als jij denkt dat je een factuurtje kunt sturen, ben je verkeerd. Of die facturen gaan naar Bart. Hoef jij je geen zorgen om te maken. Als je de helft van mij wilt vermaken, ben ik niet boos. Ik heb geluid, maar ik zie Reinoud niet. Nou, het klinkt daar wel gezellig, Reinoud. Vanop Pluto. En we hebben geen geluid meer. We hebben geen beeld en geluid. Maar goed, Reinoud is dus op dit moment in het land. Ik heb hem naar Den Haag gestuurd. Ja. En daar gaat hij toch nu op Oudjaarsdag. Ah, daar is hij weer. Reinoud, ja. Is het gezellig? Hallo. Ja, het is hier hartstikke gezellig. We zijn hier in Duindorp en het gaat helemaal los hier. Dan mag jij gewoon filmen in Duindorp. Wij mogen hier gewoon filmen. Kijk man. Ik heb nog een lekker biertje erbij gekregen. Oh, nice. Dus dat gaat hartstikke goed. Hey, maar Reinoud, als ik het goed begrijp, kijk, want we zitten in een lockdown, ook met oudjaar, er mag van alles niets. Maar in Duindorp is er wel feest. Hoe kan dat? Ja, omdat we hier eigenlijk niet zoveel hebben met de maatregelen, denk ik. Ik weet ook niet wat het is. Maar omschrijf het eens hoe het daar eraan toe gaat. Want ik zie achter jouw beweging, maar wat is er gaande? Nou, er zijn hier karaoke sets, er zijn vuurkorretjes. De hele buurt trekt naar elkaar toe. Alle buren zijn bevriend met elkaar. Er is heel veel bier, champagne. En iedereen is aan het zingen en aan het dansen. En ja, kan niet meer van maken. Oké. Okay. En is de sfeer gezellig of heb je het idee daar wat straks ingegrepen? Want de politie moet vaker in Duindorp ingrijpen. Ja, nee, de sfeer is nu nog heel gezellig. Ik heb wel gehoord dat ze verwachten dat rond middernacht het een en ander wel de lucht in gaat. Dus we blijven op scherp staan hier. Maar voor nu gaat het allemaal nog heel gemoedelijk. Reinoud, het ziet er inderdaad gezellig uit. Het gaat gemoedelijk. De mensen zijn aardig voor je. Dat is niet altijd in Duindorp. Zijn ze niet altijd fan van camera's. Dat is fijn. Verwacht jij nog problemen, behalve dan het vuurwerk straks? Nou, ik verwacht voor nu nog geen problemen. We zijn net wel op het Texelplein geweest waar vanmiddag een feest was. En daar is het wel een beetje grimmig. Daar wordt wel wat vuurwerk afgestoken. Maar tot nu toe, de politie zit er ook wel best wel bovenop. Het gaat nog allemaal best wel goed. Ja, want ik begreep ook, sorry Dennis, dat de politie dat heeft aangegeven dat men eigenlijk de boel een beetje laat. Mits de regels niet al te veel overtreden worden. Dat is misschien ook wel de beste manier. Ja, dat denk ik de beste manier is om weer op die manier de escalatie te voorkomen. Maar ja, we zijn hier in de straatje zelf. Ja, het is gewoon gezellig, ik kan het niet anders maken. En rond 12 uur kan het wel eens omslaan. Ja, want het einde van de middag is daar ook een feestje geweest waar je broer, iemand die muziek maakt, daar een soort van festival heeft gegeven. Toen heeft de politie ook niet ingegrepen, klopt dat? Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat het geregistreerd stond als een demonstratie. En een demonstratie mag. En op die manier hebben ze een feestje kunnen vieren. Ja, maar ja, dat is wel goed. Kom, we gaan hier ook nog even demonstreren. Ja. Hey, Reinoud, succes daar. En bel weer in als er wat gebeurt. Ja, jullie horen van mij. We komen nog bij je terug later deze avond. Blijf daar. Succes daar. Joe. Dank je wel, Reinoud, sterverslaggever van Nieuw Nieuws. Dat is jouw protégé. Nou, hij was dus altijd eerst cameraman bij Roddelpraat. En hij zei iedere keer tegen mij ik zou ook wel graag wat op beeld willen doen. En toen zeg ik, nou, maar op zich, jij kent het ook wel van die cameramensen die dan zelf heel graag op beeld willen. Dus ik had iedere keer iets van, dat zal wel. En dan heeft hij echt tot 8 maal toe om gevraagd. Zei ik op een gegeven moment, ik geef je een kans. En die beelden zullen we later vandaag nog zien. Maar toen ging hij op een gegeven moment naar Amersfoort. Hij liep volledig uit de spuigaten. En ik was op vakantie en hij stuurde mij gewoon een mp4'tje toe. Gewoon een filmpje. Had hij echt goed gedaan. Dus ik zei, blijven doen. Dus hij is eigenlijk cameraman. En nu doet hij af en toe verslag.
En hij wil ook graag, want het is oudjaarsdag. Ik zei, ja, hij heeft eigenlijk vrij. En hij zei, nee, ik wil er graag in. Dus nou, daar staat hij dan. Hij heeft, nou, dat is goed. We gaan hem straks nog vaker zien. Zeker. Hey, ik zei net al, Dennis, over dat ik qua filmpjes... vroeger struin ik ook elke demonstratie af. En kreeg ik ook nog wel eens een duw en een klap en dat soort dingen. Ik ben inmiddels een stukje ouder. Ik vind het wel gezegend. Laat me lekker gaan. Jij staat er nog wel heel vaak. En jij stond ergens in maart uit mijn hoofd. Of juni. Juni stond jij op het Malieveld. En Nederland was net in de ban van Black Lives Matter. George Floyd was overleden. Dat was verschrikkelijk, ben je dood gegaan. Ja. Die demonstraties die sloegen over naar Nederland. Nou, het was wel heel erg. En eerst, kijk, die man is natuurlijk gewurgd. Dat was tragisch om te zien, dat filmpje. Heeft iedereen denk ik wel gezien. Jij ook, toch? Ja, zeker. Iedereen. En ja. Toen op een gegeven moment toen kwamen er allemaal ook demonstraties, ook in Nederland. En dat stond vol. En ik had op een gegeven moment toch wel het idee. Kijk, ik kan me er natuurlijk niet heel erg verplaatsen, het gevoel van die man. Dat ik, ja goed, ik ben blond, blank, veel Nederlanders, Nederlands. Dus dat kan het eigenlijk niet. Maar dat waren dus wel mensen, dat werd ook heel gekwetst. Het hele land stond vol. Maar ik had op een gegeven moment kwam het over mij heen van, god, dat we werden weggezet als een heel racistisch land. En toen raakte ik op een gegeven moment in discussie met een donkere man daar. En nou, daar heb ik een boel gezeur om gehad. Goed, zullen jij even die beelden kijken? Laten we het doen. Ik weet wel wat je voor een beetje probeert te sporen, nee, met een beetje bepaalde opmerkingen. Is het leuk wat je doet? Ik heb gezegd dat het in Nederland heel erg meevalt, het racisme. Jij weet niet hoe het is. Jij weet niet hoe het is. Dus niet doen met je mening die je van tevoren bedacht. En hier komen te doen om haar te komen vertellen hoe wij leven. Maar hoe niet zo weet doen. Ik niet is leuk lullen met je blauwe ogen en blonde haren. Je weet niet wat wij meemaken. Groen. Dit vind ik discriminatie. Niet interessant voor mij. Oh, ja. Voor mij is het ook niet interessant welke kleur je hebt. En dat is voor heel veel mensen in Nederland. Ja, oké. Okay. Het gaat toch best goed in Nederland? Dat is het enige punt dat ik wil maken. Het was een klein stukje, maar vind je dat hij hier ergens een punt heeft? Dat jij je niet kunt voorstellen hoe dat is? Ja, daar heeft hij wel een punt, want ik kan me dat inderdaad niet voorstellen. Maar ik kan me wel proberen om te verplaatsen in iemand. Mm-hmm. En ik vind toch, kijk, als je kijkt naar alle landen, en dan heb ik het alleen over Europa. Nou, als je naar de wereld kijkt, doen we het in Europa al heel goed. Maar als je naar Europa kijkt, doen we het, vind ik, zelfs in Nederland heel goed. Want we zijn op dit moment zelfs in zo'n fase dat bijvoorbeeld zelfs de NPO zegt van, we moeten zoveel gekleurde mensen af en toe op beeld hebben. Ja, daar hebben ze een Divi-bokaal voor, ja. Dan ben je toch heel actief bezig om zelfs die groepering omhoog te halen. Zelfs niet eens gelijk te trekken, maar op sommige momenten zelfs omhoog te halen. Dus ik vond dat, ja, kijk, tuurlijk, het kan op alle... Ik geloof, kijk, de vorm van racisme waar ik wel echt in geloof is dat als jij solliciteert bij een bedrijf dat 100 sollicitaties binnenkrijgt en jouw voornaam begint met Ahmed of een andere naam wat niet heel erg Nederlands is, dat er heel veel bedrijven zijn die zeggen, laat maar. Daar geloof ik wel echt in. Dat ook geloof ik wel. Maar ik geloof niet meer dat het zo is dat als mensen iemand op straat zien lopen die negroïde is of Turks of Marokkaan, dat die als minder zien. Nou, weet je wat het probleem is met die diversiteit? Dat maar willen bereiken, dat zo pushen om dat maar te doen en dat dwingen om te doen. Dat je dus krijgt dat er hier in Amsterdam een barok-ensemble is, die werken van Bach speelt over de hele wereld en die op subsidie gekort wordt omdat er niemand van een kleurtje in zit en ze ook geen plan hebben. Maar misschien kan het zijn dat heel veel mensen met een kleurtje niet helemaal into Bach zijn. Er zullen er best een paar zijn. Ja, wij gaan ook niet zeiken dat mensen die rituals zingen, die ze vroeger op de katoenplantage zongen, hè, dus liedjes van negers die als slaaf verhandeld werden, die dat zongen, die koren die bestaan, dus ga je ook niet zeggen, er moet een witte in. Nee. En dan had je ook nog een ballet waar een Turkse jongen in zat en die was gewoon niet zwart genoeg. Die werd ingeruild voor iemand die donkerder was. Fabiola, hoe kijk jij naar de racisme discussie? Nou ja, ik heb veel buitenlandse vriendinnen en als ik met hun ben, dat het wel nog gebeurt in Nederland. En wat merk je dan? Wat voor voorbeelden heb je? Nou, zeg maar, ze lijkt Marokkaans, maar dat is ze niet. Ze is andere afkomst, maar maakt niet uit. Maar we gingen, zeg maar, iets bestellen, vlees. Zeiden ze in Groningen dan, hè? Maar dan moet je vast halal hebben. Ik zei, nee, hoeft niet. We willen gewoon de vleesloempia. Nee, halal moet jij hebben, toch? Weet je wat, dat soort dingen en nog andere dingen. Maar dat is één incident, toch? Maar het gebeurt wel vaker. Dit is eigenlijk van die mensen, sorry. Het gebeurt. Positief bedoeld, maar dat maakt het wel heel knullig. Maar als je zegt, nee, het is niet zo. En andere vergelijkingen ook. Dus ik zie het wel nog wel gebeuren in Nederland. Ja. Ja, heb je nog meer van dat soort voorbeelden van je vriendinnen die dat... Ja, maar ja, het gebeurt nog wel. Maar ik vind het juist ook goed dat we ervoor protesteren. Ik vind het wel goed.
Ja, maar wat denk je nou op dat moment? Kijk, weet je wat het probleem is? Want ik woon in Twente, jij ook in Groningen en ik weet... Ja. Daar zitten wel echte racisten. Die zitten daar, die zitten gewoon net wat meer in de provincie als in Amsterdam. Want in Amsterdam zijn er bijna net zoveel mensen van kleur als echt Nederlandse mensen. Dus als je racistisch gedacht hebt... Het is wel waar dat inderdaad in ieder racisme zit. Maar waar ik woon in Glanenbrug, volgens mij woon jij in Stadskanaal, toch? Ja. Daar zijn gewoon relatief weinig mensen. En ik weet dat daar gewoon ook echt mensen zijn die zeggen... Oh, die zwarten, die moet ik niet. En ik weet nog wel dat er bij Twente ooit een spits speelde het en Koevo en bekende noemde... Je hebt nu toch een standbeeld? Ja. Maar bekende noemde ook wel in Twente het kachelpiepke. En ik heb ook wel opvatting, ken ik als... je bent zo smerig als een Turk. Ja. En natuurlijk, daar zit wel een kern van racisme in. Maar op het moment dat die mensen, allemaal mensen op zo'n plein zien... die tegen racisme demonstreren, dat helpt niet. Die mensen denken alleen maar, oh, als het toen niet past, dan donder maar op uit het land. Dat helpt niet. Dat helpt gewoon niet, want de mensen die je wil bereiken... zijn de mensen met racistische opvattingen. Dat wordt alleen maar gevoed doordat zo'n groep zich tegen hen keert. Dus zo'n demonstratie, ik zie niet dat het helpt. Nou, ik denk dat het heel goed is om je te laten horen. Omdat je dat misschien zelf een goed gevoel geeft. Ik denk niet dat mensen die daar staan denken dat morgen alles beter is. Maar ik denk wel dat ze op het moment dat zoiets gebeurt, er zoveel mensen dat aanpakken. Mm. Er heel veel mensen zijn die zich daar kut over voelen, die zich daar niet prettig bij voelen. En dat geldt hetzelfde voor die viruswaanzin, wappies en zo, al die gasten. Iedereen heeft recht om voor zijn mening te komen. En als jij je kut voelt, en als er nog 700, 800, 900 mensen zijn op dat Malieveld, die zich er ook kut om voelen, dan ben je dus niet de enige. En dat kan Dat steunt heel erg, maar het verandert vaak niet heel veel. Nee, dat ben ik met je eens. Maar, en als je kijkt wat het doet, al die politiemacht die op de been altijd gaat. En iedereen mag ook maar demonstreren. Ja. Als wij een demonstratie aankomen voor iets heel erg kuls, dan kunnen wij daar gaan staan met 30 man. Dan staat er ook meer dan 30 man politie. Het kost ook zoveel geld. Ja, maar dan zou je... de andere kant is dat je dan gaat bepalen wie er wel mag demonstreren, wie niet. En dan kom je in een soort... Nee, kijk, dan gaat het helemaal mis. En je moet nooit, hoe abject iemands mening, of hoe gek, of hoe weird, of hoe heftig, of hoe smerig iemands mening ook is. Je moet dat nooit wegstoppen. Maar achteraf, nu die racisme discussie hebben we nu... Nou, dat leefde 2 à 3 maanden. Hè? Wat heeft opgeleverd? Nou ja, wat het concreet de laatste jaren heeft opgeleverd... is dat je Zwarte Piet bijna nergens meer ziet. Maar wat heeft het de laatste... Nou, dat heeft het dus wel voor die mensen toch wat bereikt. Ja. Maar oké, maar na dat George Floyd gebeuren... heeft het denk ik niet heel veel bereikt. Nou, wat er gebeurde met George Floyd... nogmaals, was verschrikkelijk wat er gebeurde. Dat was vreselijk, absoluut. Alleen wij vertaalden dat op een gegeven moment... dat hier mensen op de Dam stonden... en er ging Akwasi allemaal gekke dingen zeggen. Ik traf Zwarte Piet in zijn gezicht en dat soort dingen. Mm-hmm. Pardon. Ik geloof best dat de beste man nooit van zijn leven de intentie heeft om Zwarte Piet op zijn bek te timmeren of wat dan ook. Maar had gewoon niet moeten zeggen dichtelijke vrijheid. Ik heb er wat stoms gezegd. Maar het heeft die man een compleet omroep opgeleverd. Hè? Als hij niet die opmerking had gemaakt, had omroep Zwart nu niet bestaan. Laat staan, de leden gehad. Dat heeft hij dan knap gedaan. Dat heeft hij maar hij heeft ook bijna, het is nou niet zozeer hij, maar vooral de goede gemeente eromheen. En bijna een programma van jouw goede vriend Wilfred Gené om zeep geholpen. Toen dat Veronica aan Zuid kwam. Ja, Johan Derksen maakte dan een grap over hem. Weet je zeker dat het Akwasi niet is? Nou, dan kun je over twisten of dat een smakelijke grap is of een goede grap is of niet. Ja, we zagen Zwarte Piet en toen zei Johan Derksen... Goh, weet me zeker dat het Akwasi niet is, vlak nadat hij op die Dam had gestaan. Ja, en vervolgens gingen Arie Boomsma adverteerders bellen en zeggen... joh, dat programma moet van de buis, je moet daar niet adverteren. En daar pas ik echt voor. En dat vind ik echt heel triest. Ik moet wel zeggen, ik vond het geen... ik vind heel veel wat Johan zegt hartstikke leuk. En hij is ook vaak op beeld en dan maak je af en toe een slipje. Maar op het moment dat je een Zwarte Piet ziet en zegt... is dat Akwasi niet waarvan je weet dat die strijd tegen Zwarte Piet... is dat geen heel gepast grapje. Ja, het is uiteindelijk verplaatsen van lucht. Wilfred zei Zoals Wilfred ook zei, het is verplaatsen van lucht. Maar het is een opmerking waarvan je weet als je maakt... dat er een select groep is die erom lacht. Maar als wij in Nederland serieus om zo'n knullig grapje... als dat het racisme van Nederland is... dan valt het hier best wel mee. Zeker. Oh, als dat het ergste is, valt het Ja, maar mee. Dat is wel wat er gebeurt. Maar Men had één zondebok nodig. En vol gingen we erop. Klopt. Ben je benieuwd wat ze er in Den Haag van vonden? Dat heb jij klaarstaan. Ik wil heel even kort kijken naar Martin Bosma... over Akwasi en Johan Derksen, de welbekende rel van afgelopen zomer. Team Akwasi of Team Johan? Toch maar wel Team Johan. Toch wel? Ja. Hij ging die door de stof gisteren? Nou, hij hield zich redelijk staande, maar werd natuurlijk helemaal geslacht door zijn buddy of zijn voormalige buddy, dat weet ik niet, meneer Gené.
En het is natuurlijk te gek wat er gebeurt. We gaan nu op de Nederlandse televisie. Als je dit een jaar geleden had voorspeld of drie weken geleden, dan had niemand je geloofd. Gaan we dus een uur lang praten over of een grap leuk was of niet. En dan allemaal mensen die daar mening over hebben gaan uitleggen dat een grap niet leuk was. Of een beetje leuk, of dat de intentie leuk was. We zijn natuurlijk helemaal knettergek geworden. Ja, Martin Bosma zegt we zijn gewoon knettergek geworden erover. Ja, maar Martin Bosma is van de PVV, dus dat kwam er wel heel goed uit. Ja? Maar heeft hij niet gewoon een punt? Nee, hij heeft wel een punt, maar het speelt... We moeten toch grappen kunnen maken over elkaar. Maar het speelt er natuurlijk wel heel erg in de kaart als je van de PVV bent om dit te zeggen. Kijk, nogmaals, ik vind dat heel veel grappen kunnen. Alleen ik had wel gezegd als ik Johan was, toen dat grapje was gemaakt van... Was misschien, ik begrijp dat het grapje voor sommige mensen ongepast binnenkwam. Dat was niet de bedoeling. Maar hij zat er de volgende aflevering te zeiden... Ja, misschien vindt iedereen het leuk, maar ik vond het wel een heel leuk grapje. Ja, dat is nou niet handig. Ja, omdat hij gewoon voor zijn punt staat, wat hij zegt. Voor zijn punt. Zijn punt was, je ziet een zwarte Piet en dan zegt hij... Ja, beter zeker dat dat quasi niet is. Dan maakt toch geen punt. Het is gewoon een grapje. Ja, dat is toch prima. En als hij hem daarna niet terugtrekt, dan staat hij voor zijn punt dat hij dat grapje gemaakt heeft. Ja, maar je maakt wel een programma op een commerciële zender. Hij krijgt een heel groot salaris en je dwingt een Toto of Gillette. Die maak je heel ongemakkelijk hiermee. Ga jij nou zeggen dat Johan Derksen het Gillette zo ongemakkelijk maakt? Ik denk eerder dat andere mensen het andere mensen voelen direct zich daar zoals Arie Boomsma. Ja, maar als je continu moet rekening houden dat iemand maar gekwetst raakt of wat dan ook, dan kunnen we niks meer. Dan kunnen we geen grappen meer maken. Dan vieren we straks een feest om een glas water heen. Ben ik helemaal met je in. Mooie uitspraak. Ja. Feest om een glas. Hoe heb jij dat meegekregen, Fabiola? Ja, met wat? Waar we het net over hadden. Ja, die grap. Ja, nee. Ja, ja. Ik vind het wel, ja. Wat vind je? Ja? Nee, op dat moment kan je echt niet zulke grappen maken. Waarom niet? Nee, het gaat niet op tv. Dat gaat wel te ver. Hier mag het wel? Maar hij weet zeg maar hoeveel mensen er kijken. En het is doelbewust wat jij zei. Toch? Hij weet wel doelbewust dat hij op dat moment scoort bij een bepaald doelgroep. En dat is niet goed. En het is niet goed. Nee. Maar waarom vind je dat dan niet en goed? En ik ben sowieso tegen dat soort grappen. Maar iedereen is dezelfde, dik, dun, dezelfde kleur, maar niet uit. Iedereen lekker zijn gang laten gaan, lekker laten leven. Spread the love. Maar ik mag toch... Ja, maar nee, dat doe je goed. Maar op het moment dat we grappen over elkaar maken, Fabiola, dan is dat een grap. Ja, maar met respect. En dat was volgens mij zonder respect. Zeik over respect de hele tijd. Ja, we moeten wel respect hebben. Nee, maar serieus, Fabiola, daar word ik echt moe van. Want wij maken geen onderscheid tussen respect, tussen respecteren en accepteren. Ik accepteer dat iemand een bepaald geloof heeft of wat dan ook. Maar je hoeft er toch geen respect voor te hebben, man. Wat een lul. Ik heb wel respect dan. Voor corona? Heel veel respect. Nee, ja, corona is een ander verhaal. Maar ik laat iedereen zijn waarde. En ik heb niet echt een mening. Maar ik vind wel sommige dingen wel te ver gaan. Dat is overigens wel best. Als je gewoon een bekende Nederlander wil zijn of worden. Geen mening. Ja, dat is jou ook influister. Ik heb heel veel mensen die aan het begin van de carrière stonden. DJ's en dergelijke. Ook jongens met een kleurtje. Ja, die zei, jongen Tom, wat moet ik met die Zwarte Piet discussie aan? Is er ver weg van blijven. Ja, je doet het nooit goed. Nee. Maar ik vind het wel goed als mensen zich gediscrimineerd voelen, dan ze voor zichzelf opkomen. En dat is goed. Ja, natuurlijk. Dat is goed. Ja, dat moet dus ook. En voor de rest, lekker laten gaan. Lekker laten gaan? Lekker, ik doe gewoon mijn dingen. Ja. Want je had het net over die gozer van Mokromafia. Ik heb de serie nog niet gezien. Moet ik hem kijken? Ik heb hem ook niet gezien, nee. Maar ik hoorde dat hij erin zat. Nou, ik vond een vies tegenval. Ja, want een vriendin van mij die belde, die zei van, heb je Mokromaf van mij gezien? Ik zei, nee, hij staat op Videoland. Ik zei, hoeveel Marokkanen gaan dood? Ja, heel veel. Ik zei, gelijk een abonnement genomen. Mag dat? Of nee, dit is ongepast. Nee, je distancieert me ongepast, ja. Ik ga weg. Het is wel heftig. Nee, natuurlijk. Kijk, weet je, zo'n grap kun je... Weet je wat het is? Dit is toch een algemene grap, als jij die grap maakt, dat daar geen racistische context achter zit. En ik weet ook dat die bij Johan er niet achter zit. Maar ik weet wel dat die mensen die strijden tegen racisme... en die in de supermarkt wel eens voor kutchinees zijn uitgescholden... dat die denken, hierdoor komt dat. Hierdoor wordt dat gevoed. Maar ja, ik weet dat als dat individu... Ik vond die grap van Johan zelf ook wel. Ik zat naast mijn vader, haha. Leuk, haha. Nou ja, maar ik weet gewoon dat die mensen zijn wel snel gekwetst. En die zijn al gekwetst. En in deze tijd is het opgelegd dat het niet meer kan. Dat accepteer jij?
Ik heb dat heel lang onder een tafel geschoven. Nou ja, ik maak nu een programma met Jan Roos. Dus die doet het ook steeds. Dus, maar Jan Roos vervult een beetje de grote bek van Johan Derksen, zeg maar, in jouw programma. Zeg maar, ja, maar Jan gaat nog graag 3 keer verder. Ja, maar daar heb je dan geen moeite mee? Ik heb er soms wel moeite mee. Ja? Ik heb toch centje duit. Nou, ik vind Jan, kijk, net zoals Johan, die zijn op humoristisch vlak en op opinievlak, dat ze meningen echt enorm getalenteerd en superleuk. Alleen, je weet dat je daar af en toe ook mee over de schreef graaft en gezeik krijgt. En dat neem ik dan graag op. Ja. En daar bereik je ook hoe je op mee. Kijk je wel eens Roddelpraat? Ja. Heb je ja. wel eens heb je erin gezeten? Familie is er fan van. Ik heb er wel. Ze is ook al eens besproken. Een keer besproken. Ja. Ja? Door Jan Roos. Op goede manier? Ja. Of, dat ik lekker op een bordeel lag. En, Jan zegt gewoon altijd dat hoedje. Dat hoor je. Nou, dat vind ik dan weer niet aardig. Nee, of is dat een grapje van Jan? Het is wel een grapje. Okay. Ik kan het incasseren. En als ik het kijk en hun zeggen dat over mij, ik lach erom. Maar je weet hoe Jan het bedoelt, hè? Ja, je kunt wel ja. zien als Jan daar zit. Je ziet dat Jan gewoon op zoek is naar een leuke opmerking. Mm. Maar waarom kan jij dat dan wel hebben? En heel veel mensen met een kleurtje bijvoorbeeld over zo'n grap over quasi niet. Nou, ik denk dat als het over kleur gaat en zeg maar als hoer, dat is anders. Dat is echt anders. Hoe van kleur. Maar wat is daar anders aan dan? Want het is, je hebt dan is het verschil je achtergrond, je etnische achtergrond of je beroep. Nou, waarom hadden we vroeger oorlog? Ook qua kleur en macht en alles. Ja? Ja? En niet omdat iemand een hoer was. Nee. Nee, snap je? Het is maar net, jij weet dat Jan het zegt. Maar stel nou, er loopt een voorbijganger langs je en die zegt, hey, hoer. Dan is dat vervelend, denk ik. Maar ik denk op het moment dat je weet dat in een satirisch programma dat Jan Roos dat zegt, dat het dan anders binnenkomt. Dat je weet, ach, hij maakt een grapje. Ja, dat is en jij weet natuurlijk ook dat je er zelf mee speelt. Want als je een soort van bordeel afhuurt en zo op zo'n bed ligt. Dan weet je. Het was, je van, weet de, dat men het was dat van der Valk, geen bordeel. Maar, ja. Oh, nou, dat zit er niet heel ver vandaan. Ja, nou ja. Ik heb van der Valk wel eens zo gebruikt, hoor. Maar dan betaalde ik er niet voor de dames. Maar wel voor de Van der Valk? Ja, wel voor Van der Valk. Dus achteraf zei iemand ook wel eens tegen mij, dat ik een soort van date bij Van der Valk. En dan betaal je gewoon 100 euro voor een kamer. En dan zegt iemand, ik heb een afspraak met een meisje, die ken ik helemaal afgesproken Van der Valk. Ja, dus het zei diegene ook, het is net tegen mij alsof je naar een bordeel gaat. Alleen betaal je nu niet voor de vrouw, maar voor de kamer. Ja. Maar ja, goed. Als je een escort neemt en gaat naar een hotel, moet je en de escort betalen en de hotel. Wat dat betreft had ik een goede deal. Ik me nog herinneren. Maar Van der Valk zijn wel de beste hotels van Nederland. Ja, ik vind ze top. Die suites zijn echt geweldig. Die kosten geen kloot. Je moet er alleen nooit eten. Ik vind het ook wel. Ja, dat dacht ik. Ik ben ook wel vrij smakeloos. Bij een cafetaria red ik mezelf nog. Nee, maar dat programma ging er wel bijna aan onderdoor. Van VI. Dat liep hoog op. Ja, ja dat liep hoog op. Dat liep heel hoog op. Ja. Maar vind jij dan dat zo'n grap al de moeite waard is om te zeggen, adverteerders, niet meer adverteren daar, dat je die mensen gaat bellen? De cancel culture. Ik snap het wel. Ik snap het zeker wel. Het is wel heftig en hij weet dat het doelbewust was. En ik vind dat je sowieso eigenlijk niet kan zeggen, want het heeft geen respect in mijn opzicht. Ik vind het geen respect hebben. Goed, kan je Boef nog herinneren? Ja. Ja? Boef had een paar jaar geleden, had hij kech gezegd tegen meisjes. Ja. Ik ben niet van de straat. Ik had het woord nooit gehoord. Nee, maar in Nederland zeggen we enorm veel shit. Ja. Nou, iedereen. Er gingen mensen, die gingen poppodia bellen en zeggen, je moet het optreden van Boef moet je annuleren. Je moet hem niet meer boeken. Mm-hmm. Is dat triest? Is dat triest dat je dat doet? Dat je iemand zijn werk uit zijn brood uit zijn mond gaat stoten? Weet je wie bepaalt of die jongen geboekt wordt of niet? Jij, ik, mensen, publiek. Als mensen geen kaartje meer voor hem kopen, omdat ze hem een lul vinden dat hij kech zegt, kopen ze geen kaartje meer. Jij vindt dat het de kijker moet cancelen en niet het bedrijf dat als de kijker dat wil. Als de kijker Boef een lul vindt, omdat hij kech heeft gezegd tegen een paar meisjes daarom niet meer maar wil stel zien. Maar stel nou, Jan gaat iedere week, voorbeeld hè, bij Roddelpraat, iedere week steeds harder iemand beledigen. En het publiek vindt het mooi, want Jan beledigt mensen keihard. En het wordt steeds extremer. Het wordt misschien zelfs op een gegeven moment racistisch of echt dat je mensen de meest vreselijk. En mensen die vinden dat geweldig en blijven maar kijken. Zou jij het dan raar vinden als een sponsor op een gegeven moment zegt van, nee, ik doe niet meer. Natuurlijk zou ik dat niet raar vinden. Nou, en ik ga er waarschijnlijk ook niet naar kijken. Maar dan is toch hetzelfde. Want er zijn wel. Nee, dan is toch hetzelfde dat ik. Stel nou, ik heb een mooie discotheek en ik hoor Boef dat zeggen en ik vind, nou, ik wil gewoon niet dat die gek bij mij. Moet je lekker doen. Maar het gaat mij om het punt dat mensen gaan bellen en zo Arie Booms, maar doet het ook eens, hebben we bij ons ook gedaan. Dat je gaat bellen, joh, hey, je adverteert daar en daar of hey, je hebt een optreden van Boef. Weet je wel wat hij gezegd hebt? Die moet je niet meer boeken. Dat is het probleem. Dat regelt zich vanzelf. Nee, oké, maar
is dat met, vanuit Boef is dat besloten door de bedrijven zelf die hem hebben ingehuurd? Of hebben mensen die bedrijven... Nee, er is niks gebeurd verder. Alleen, nou, hij is wel gecanceld bij Corendon. Dat doe ik vaak dingen voor. Die heeft hem gecanceld. Ja. Dus allemaal weer goed gekomen. Hm? Ja, het is allemaal weer goed. Nou, die jongen die is multimiljonair. Dus dat is een groot talent, man. Ja. Echt, het is echt hoor. Die roze is echt goed. Een beetje een apart figuurtje. Ja, ik hou niet van rapmuziek, maar hij is wel erg goed. Ja, zijn teksten zijn echt. Hij is supergoed. Jij kent hem ook persoonlijk of niet? Oh jee. Scoopje. Nee, helemaal niet. Hij is gewoon een hele goede rapper. Maar ken je hem persoonlijk? Nee. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja, maar. Waar dan? Hij komt ongeveer tot jouw borsten. Helemaal niet. Hij is gewoon 1,78. Ja. Maar vertel, waar heb jij hem ontmoet? Nou, gewoon toen ik ook hem moest optreden. Toen die lift over. Maar het is nooit... Jullie zijn nooit intiem geweest. Nee. Wat is het dan? Nee. Kijk je nou weer niveautje rond? Ik ben een scoopje. Maar... artiesten kom je elkaar gewoon tegen in de wereld. Ja. Toch? Ja. De artiestenwereld is klein. En dan is gewoon ik vind het een hele goede rapper. En hoe was die ontmoeting? Hij is gewoon hartstikke aardig, gewoon tranquille, gewoon heel normaal. Tranquille. Helemaal geen sterrenallures of zo. Gewoon heel chill. Aardig jongen. Heb jij een beetje sterrenallures? Totaal niet. Oké. Okay. Nee, vind ik niet. Dat is een kort antwoord. Nee. Maar weet je, ik denk ook waar je bent opgegroeid. Ik ben in Groningen opgegroeid en ik ben heel nuchter opgegroeid. Waarom heb je helemaal geen Gronings accent? Alles gaat me, jong. Toch wel, ja. Mooi heem. Zeurderige. Goeiedag heem. Ja, nee, dat... Ik had gisteren een meisje aan de telefoon. Die zei... mooi, is dat ook bij jullie? Ja, dat is... Ja, ja ik denk mooi. Ook. En dan zegt ze op een gegeven moment tegen mij... Ja, maar waarom wil je afspreken dan? Volgens mij wil je alleen maar... En toen zei je... Ja. Ja, ja. Ja, dat klopt, meisje. Ik wil alleen maar... Jij hebt het druk, hè, qua vrouwen, of niet? Dus nu van de Valk M. Dat wat ons voordeel. Lag jij daar ook? In die clip? Of was Assen. Assen. Maar het was wat gebeurd. Echt super erg. Nou. Het was niet mijn schuld. Die videoclip was klaar. En ik zei... Oké, iedereen. Het is een rap. In de bilbobad. Cameraman, iedereen. En opeens was een lamp van 500 kilo. En die hangde aan één draadje. Echt één draadje. En die lamp viel naar beneden. Nee, het valt en nooit ik was daarboven. Er niet bij. Ik heb niet gezien. Maar die lamp viel naar beneden. Nou, en ik probeerde hem op te tillen en nog op te hangen. Maar het lukte niet. Ja, ik heb echt gezeik gehad. Ik stond op de blacklist. Ja? Je stond op de blacklist bij Van der Valk? Ja. Dat is wel heel erg bom gemaakt. Maar ik heb excuses aangeboden. Ik zei, dit gebeurt nooit meer. En spijt me. En ik heb het gemeld bij de receptie dat het was gebeurd. Die lamp dat hij eraf viel. Maar het was echt levensgevaarlijk. Het was echt een lamp van 500 kilo. Nee, maar je had het om moeten draaien. Ik heb zeggen, filmpje. What the fuck? Hier dondert gewoon een lamp naar beneden. Ik had wel dood kunnen zijn. Schadevergoeding. Ja. Ja. Het is wel mooi. Er zijn wel veel mensen geboycott bij hotels. Ik ben geboycott bij het Fletcher Hotel. Omdat ik had... Nadat ik radio ring won met Wilfred, zwaar met Wilfred aan de Zuip, toen had ik dat hele hotelkamer ondergekost. Jezus. Maar het mooiste kwam nog toen die Tim, Snapking, een relatie had met Femke Louise, ging hun wel eens regelmatig naar een hotel om daar feestjes te organiseren. Ja. Dus wat deden hun? Lekker aan de drugs. Wat voor feestjes? Op donderdag, gewoon normale feestjes. Maar op donderdag huurden ze dan gewoon een hotelkamer af voor €80. Speakers allemaal mee. En dan hadden ze gewoon 15 man uitgenodigd. En dan organiseerden ze een feest. Nou ja, goed. Er zit natuurlijk allemaal buurt. Nou, na een kwartier was het feest klaar. En zijn ze toen bij Van der Valk ook... Was jij erbij? Nee, maar ik heb het gehoord. Ik heb wel een keer naar huis. Hadden ze jou ook niet uitgenodigd? Jawel, ik ben wel een keer met haar. Met Femke Louise. Dat is jouw beste vriendin. Beste vriendin, maar ik was een keer met haar een huisfeestje. Ze is dom, hè? Nou, dat vind ik niet aardig om te zeggen. Dat is echt respect. Ja, sorry, maar ze is niet heel erg slim, hè? Ja. Ja. Oh. Jij bent slimmer? Dat zeg ik niet. Maar... Je vindt het wel. Nee, maar ik kende ook die Femke Louise verder niet. Op mijn money of zoiets. Ja. Ja, ik weet niet eens wat het betekent. Weet je, echt, dat is... Ik ben daar te oud voor. Zit je op je geld? Maar ja, goed. Ik heb geen geld. Nee, je bent al blij als je die hypotheek kunt betalen. Ja, ja. Ja, maar het mooiste is, zij maakt die teksten niet zelf. Ze doet niks zelf. Ze laat alles voor haar schrijven. Ze hebben een heel team onderheen. Ja. Die meisje heeft geen eigen wil, geen eigen mening. Dat meisje. Ja. Ja. Deze meisje. Deze meisje. Ja, maar volgens mij moeten wij niet terug naar de VI. Ja, we moeten even terug naar VI. Want we moeten ook nog bellen met Zoër El Yassini en zo. En Mark Banen staat ook nog in de pijpleiding. Ja, Mark, wacht wel even. Die stond dronken. Pijpleiding? Oh, jij denkt weer hele andere dingen. Nou, jij hebt een pijpleiding? Ja, nou, dat is een spel. Nee, je zei dat. Was jij dat nou echt? In die auto? Oh god. Ik moet echt plassen. Ga lekker plassen. Ga ik heb echt drill. We hebben een filmpje gezien op een... Oh. Het past ook echt net, hè? Robert-Jan, bij zijn even naar het toilet. Waar is de wc? Pis maar gewoon in bad daar. Ja.
Gadverdamme. Ja, ik weet dus dat jij vroeger een relatie zat waarin je dat deed. Hè? Ik weet dus dat jij vroeger een relatie zat waarin je een poep en plasseks had. Nee, dat is Ron Brandstede. Dat was serieus een verhaal. Hè? Dat was een hoer op de wallen hier. Die heeft een boek uitgebracht. Dat op een gegeven moment dat er een hele bekende Nederlandse presentator op een motor. 2 meter lang met een hele zware stem. Dat die kwam voor de poepseks. Je weet toch ook dat Patty Brat op een gegeven moment. Of dat Patty onder een tafel legt waar Ron dan op aan het poepen was. Ja, joh, ik ja dat is toch. Laten we teruggaan naar Fanny. Ja, maar laten we even een filmpje kijken, lieve mensen. Want. Dat hele programma Voetbal Insight, daar ging het op neer. Veronica Insight, excuses. Dat ging bijna kapot. En jij hebt daar een bijna 10 minuten lang durend filmpje gemaakt. Je staat iedereen op te wachten. Derksen. Ik had het er wel moeilijk mee hoor. Want op een gegeven moment. Je wist dat het helemaal mee ging. Gené is mijn. Een soort van tweede vader. En ik luisterde naar Veronica Zuid op de radio. En die mannen hadden dus gezegd: van jij bent een klootzak. Want jij hebt. Op een gegeven moment kwam dus die racisme special. Mm-hmm. Waarin zij vonden. Zij hebben gezegd: ineens zitten dat die Harlequin en die Boussata zaten erbij aan tafel. En dat wisten we niet. En jij hebt je ook nog eens, Johan, af en toe kritisch bevraagd erin. Die bent nu een NSB'er en een maatenaar. Ja, hij werd wel aardig. Dat vond ik niet hebben het echt kapot gemaakt. Vond ik heel erg. En ik weet ook dat Wilfred er heel moeilijk mee had. En op een gegeven moment hoorde ik op de radio dat Wilfred zei... Het is lastig, want hij heeft dat radioprogramma zonder die mannen. Ook op Veronica iedere dag. En toen had hij op een gegeven moment zegt hij van... Ja, we zitten vanavond in Dordrecht, want we hebben een livestream. Want FC Twente heeft ons ingehuurd, de businessclub... om daar iets te vertellen over FC Twente. En we kunnen dat niet laten gaan, anders gaat een brief komen. Dus we gaan er wel zitten. En toen zei hij dus op de radio, ik ga dat doen in Dordrecht. En dat was zijn eigen doodsteek. Ja. Want daardoor wist iedereen te staan. Dordrecht livestream. Nou, er was maar één bedrijf. En daar stond Boulevard en ik. En toen trof ik de mannen. Ja. We gaan niet het hele filmpje laten zien. Het duurt 10 minuten. We pakken er even een paar minuutjes uit. Maar ik vond even de leukste ding aan dat filmpje. Is dat je Gijp, die komt daar. Die staat 8 minuten lang tegen jou te oreren. En tetteren. En daar staat naast dan Lex Uiting. Met zijn RTL Boulevard microfoontje. En Lex is echt een hele goede tv-maker. Een hele goede interviewer en zo verslaggever. En die staat er. En die mag gewoon niks vragen. Nee. Het is alleen maar een gesprek ja, met jou. Je weet op dat moment. Dit is het gesprek van de dag. Hoe meer ik eruit haal, hoe beter. Ja, nou, dat hele gesprek dat voor mij ook 2 minuten mogen duren, maar uiteindelijk praat jij met Gijp, heel even met Derksen, en je komt ook je goede vriend Wilfred Gené nog even tegen. Pijn. Er was heel veel kritiek als je Judas en NSB, alles is voorbij gekomen, Wilfred. Ja. Deed dat met jou als je dat hoorde en zag? Nee, ik heb het hem zelf ook genoemd. Ik heb gezegd, die NSB-methode, die lig je lekker. Dat had je wel, had je binnen 5 kwartier wel aardig in de vingers. En wat zegt hij dan terug? Dat ik hem zo niet mag noemen, maar dat bepaal ik toch altijd zelf. Hoe voelde je je toen op dat moment? Een hele kleine jongen die niks voorstelde. Ik zit er 22 jaar en niemand had dat tegen mij gezegd. Ik kwam daar en ik zag al die stoelen om de tafel. En het ergste was, ik mocht niet op mijn eigen plekje zitten. Ja, maar dat is toch eigenlijk iets wat je gewoon bespreekt met z'n allen? Van, dus nou, dat vind ik ook. Maar we zitten blijkbaar in een programma waar Wilfred de inhoud bepaalt en wie de gasten zijn. En in zo'n programma wil ik niet zitten. Nou, ik kan je vertellen dat we gevraagd hebben aan Talpa of ze de show willen schrappen maandag. En wat zei Talpa? Geen idee. Ik weet niet. Ik heb nog geen antwoord gehad. Ik weet ook niet hoe moeilijk dat ligt. Dat ligt altijd moeilijk met reclameblokken, maar die zijn er niet. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Sorry Wilfred, maar daar ben ik dan toch. Hoe is het? Dennis! Wilfred, hoe is Dennis. Het? Sprak net Johan van der Gijp, ze zijn nog steeds woest op je. Hoe is het nu met jou? Hey Wilfred! Ja, ik was bij jou vrijdag, kom je ook even bij mij? 1 minuut. Hey Wilfred, wat zegt je gevoel nu op dit moment? Dat spreek ik niet uit, want dan hebben jullie zo'n leuke show. Ja, maar we kennen je toch als iemand die dat wel uitspreekt. Ja, dat was toch ook wel ergens pijnlijk wat ik daar zie. Want ergens had ik toen al het gevoel... die zitten gewoon na de zomerstop weer bij elkaar aan tafel. Nou, het aparte was dus, je komt daar en eerst kwam Johan aan. En die wou absoluut met niemand spreken. Die ging naar binnen. En op een gegeven moment komt hij weer terug. En toen was Boulevard en ik er. En toen op een gegeven moment vroeg Boulevard hem iets. En toen wou hij toch met iedereen praten. En op een gegeven moment kwam er een heel klein smatje aan. Wie iedereen liet gaan. We wachten op René van der Gijp. Maar je verwacht niet dat hij een klein smatje komt. Nee. Dus we zijn klaar met Johan. En daar staat René. Die heeft dus kennelijk 2 minuten gewacht.
Dat vind ik raar, want je wacht niet op mensen. Maar goed, ik... Oh, René is doordraaien. Nou. En die ging maar los. En normaal, op een gegeven moment willen mensen er wel een eind aan maken. Maar hij bleef maar lullen en doen. Ja, ik denk, oké, dan ging het door. Wilfred was dit en Wilfred was dat. Wilfred was zus. En Johan liep ook helemaal leeg over Wilfred. En op een gegeven moment komt Wilfred eraan. Die ziet ons, die rijdt door. Ja, normaal vindt hij het fijn om met mij te praten, geloof ik. Maar nu reed hij echt door. Dus ik zei, ja, we moeten toch achteraan. We moeten hem hebben nu. En toen was het inderdaad die pijnlijke blik. Je ziet dat hij er heel slecht uitziet. Wallen ja, van hier die had niet geslapen, nee. Nee, die zag er verschrikkelijk uit. Waardoor ik wel wist op dat moment... want ik twijfelde ook in, want ik praatte met die Lex... nadat ik zeg maar... Ik zeg, wat raar dat René op ons wacht om nog even zijn verhaal te doen... om Wilfred te beledigen. Ja, misschien is het wel allemaal een of andere grote hoax... om meer aandacht te krijgen voor het programma. Nou, dat heb ik ook nog eens even gedacht. Ja. Maar toen zag ik Wilfred en ik zag die irritatie naar mij, dat ik er stond. Dat hij dacht, nou god, toch een vriend van mij, iemand waar ik veel voor heb gedaan. En weet zij eens met die ring. Maar die mij nu zo de maat, die mij er nu interviewt op het moment dat ik het moeilijk heb. Dus toen wist ik, het is geen grap. En nou, toen kwam hij terug. Later, dat zien we dan hier niet. Maar toen was het weer hetzelfde. Die mannen lopen leeg, Wilfred loopt door. Ja, weet je, ik vond het wel echt op Wilfred karaktermoord. Ik vond dit... Ja, ik vond het ook. Ik had gewoon medelijden met hem. Heb ik dat is toch ook misselijkmakend? Ik ken die gozer niet. Hè? Ik heb hem net voor het eerst van mijn leven gesproken. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat het een hele harde werker is. Een hele oprechte, eerlijke jongen is. Nou, gewoon en heerlijk. Het gevoel wat ik had, is dat hij... En dat heeft hij voor mij ook wel eens uitgesproken. Dat hij daar zat. En eigenlijk iets had van, ja, maar weet je, ik ben het hier niet eens met jullie. Even kijken los hoe het nou is gegaan met wie daar zat en dergelijke. Ja. Maar dat hij heeft, okay, ja, dat hij op een bepaald punt stond waar zij het niet mee eens waren. En dat hij daar niet vanaf wilde wijken. En daar heb ik niks anders dan respect voor. Ja, maar hoe dat nou is gegaan. Op een gegeven moment was er dus heel veel gedoe. En die Aquatiegraaf sponsors trokken ze terug. En toen is er vanuit de directie van Talpa gevraagd. Wil je zo'n racisme special maken? Ja. Het kwam niet vanuit Wilfred of vanuit Johan of vanuit René. Nou goed, toe dan maar. En toen wouden ze mensen van het Nederlands elftal, die zeiden allemaal nee. Zelfs Aquasi zei nee. En toen is er op een gegeven moment, het is allemaal besproken met Johan. Want René en Wilfred zijn samen Golo gereden. Daar komt die Hallequin en die Boussata. Nou, dat zijn natuurlijk niet de beste gasten die je kunt hebben. Maar dat kwam nee, dat zeker Dries Boussata niet. Nee, achteraf. Echte voetballer. Achteraf hadden ze misschien ook beter kunnen zeggen, als we geen goede gasten kunnen krijgen, dan vermelden we dat. Maar niet zo'n uitzending. Nou, die uitzending verliep zoals die verliep. En Johan Derksen kwam daar geweldig uit. Maar ja, Wilfred was af en toe wel kritisch naar Johan. Waardoor op Twitter de mensen helemaal losgingen naar Wilfred landverrader en dit en dat. Terwijl Wilfred eigenlijk maar één ding wou, dat programma redden, dat de sponsors aan boord bleven. Want er was echt miljoenen verdwenen. En die mannen verdienen ontiegelijk veel geld. En dat moet betaald worden. De programma verdienen zichzelf dan absoluut niet meer terug. Sterker nog, dan kost het geld. En nou, uiteindelijk reden ze naar huis. En toen hebben... want voordat die uitzending begon, heeft Johan ook gezegd, ik ga het niet meer doen. En dat was dus heel gek, want Johan wist wie er zaten. Alleen Johan dacht dat die aan een bijtafeltje zouden zitten. En niet is aan tafel. Is dat het hele dingetje geweest? Nou, ik denk... Want dat zeg je ook, hè? Ze zitten op mijn plek. Ja. En dat was het probleem. Maar daarom zei Wilfred ook, dan citeer ik hem, van ja, maar dat is net alsof je ze in Amerika achter in de bus zet. Van jullie mogen af en toe wat zeggen. Jullie zijn niet gelijk in ons. Hier zit aan een bijtafeltje. We wonen een goed punt. Racisme special. Vond ik ook geen gek punt. Nee. Nou, goed. Vervolgens, die mannen rijden naar huis. Johan had Wilfred boos opgebeld. Van, ik wou mijn punt maken. Dat is niet gelukt. Je hebt alles in scène gezet. Het werd jouw grote show. En toen werd... zagen ze ook de opinie, en dit is naar mijn idee, van hoe Nederland zich tegen Wilfred keerde. En toen hebben zij gewoon Wilfred laten vallen en geslacht en net gedaan alsof ze niet weten hoe het zat. Maar wat op de achtergrond ook speelde, want het was al helemaal kut op dat moment. Je klapt aardig uit de school nu, hè? Ja, graag. Maar dat was al redelijk bekend wat ja. Ik zeg. Wat op dat moment ook speelde, is dat zij, vooral Johan, en volgens mij René ook, een dagelijkse show wou. Dat wou Talpa ja. Dat er een dagelijkse talkshow kwam, waarin Veronica en Said dagelijks op één ging concurreren met Boris Jinek. En nou, Wilfred zag dat volgens mij niet helemaal zitten. Want die, zei, ja, want die dacht als Johan iedere dag, dat we hebben genoeg voeding voor twee keer in de week. Maar iedere dag wordt te veel. Dus er was al gedoe op dat moment over dat Wilfred iets niet wou wat de anderen wel wouden. Toen kwam dit er nog bij. Ja, toen lag het helemaal op elkaar. Alleen wat dan het moment is, kijk, weet je, je kunt natuurlijk als je heel lang met elkaar werkt en je verdient met z'n allen heel veel geld en je levert ook aan de scène heel veel geld op, dan heb je op een gegeven moment ruzie als je elkaar vaak ziet. Dat snap je, zijn er irritaties. Die gasten doen toch al, weet ik het, al meer dan 15 jaar of zo. Ja, dat bedoel ik. Maar bespreek dat dan met elkaar.
Weet je, dan denk ik op dat moment, stel nou ik zou, dat is in het klein, maar stel nou ik krijg ruzie met Jan Roos. Sta ik niet van te kijken. Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar dan hoop ik wel dat Jan zegt, Dennis, ik vind dit en dit. En dat Jan niet op Instagram of tegen een krant. Nee, of tegen maar dat is wel de tijd waarin we nu leven. Als jij en Jan Roos ruzie krijgen, dan en een van de twee gaat op Twitter lopen schreeuwen, dan gebeurt dat. Ja, maar dat kan toch niet als je met elkaar werkt? Maar dat helpt je programma toch ook niet? Nee. Maar ik weet wel, als ik met maar Jan... Het is een beetje wat verwacht wordt op dit moment van je. Nou, dat alles... Er zijn toch heel veel ruzies die gewoon intern blijven. Alleen ik mag hopen van wel. Zij kiezen het voor maar om te doen. Dit is zo groot. Het is een van de meest populaire programma's van Nederland. Waar heel veel over gesproken wordt. En als dat dan ineens dit gebeurt, dan zal iedereen er bovenop springen. Dan kun je op een gegeven moment je mond niet meer houden. Nee, nou denk ja. ik. Maar ik ben met je eens. Wat dan ook heel makkelijk doen. Is. Kijk, je weet als je zo'n programma maakt met in dit geval Wilfred, Johan en René. Dat Johan en René altijd de sympathieke zijn. Want die zijn grappig, hebben een sterke mening. En Wilfred sneert af en toe en die moet de gesprekken gaan. Ja, maar ik weet ook als ik met Jan ruzie krijg, waarover dan ook. En Jan stapt ergens mee met zijn verhaal. Dan zal Jan altijd gelijk krijgen. Ben ik die klootzak, want Jan is de grappige man. Ja, zo werkt dat. Ik vind jou ook heel grappig. Ja, maar goed, in dat programma schuif ik mezelf iets terug... zodat ik Jan grappig kan laten zijn. Die moet je de ruimte geven. Ja, die moet je de ruimte geven. Maar ik vond het zo achterbaks dat Johan en René die weten... in de publieke opinie winnen wij het van Wilfred... want wij zijn sympathieker in het oog van Nederland en de grappenmakers. Dus kunnen we dit doen en ze weten wat er gebeurt. En ik van Wilfred vind ik dat nog steeds rot. Want als ik dan hoorde die man kaartjes... Oké, maar hoe was dat voor jou? Want jij wacht daar... Wilfred komt eruit lopen. Hij kijkt je aan. Veel klootzak. Ja. Weet je, jij kent hem goed. Je viert verdomme kerst bij hem. Je eet kippenraps bij hem met kerst. Weet je nou, ja. Dat heb je zelfs bij mij nog nooit gekregen. Bij mij krijg je een pizza. En jij staat daar. Hoe was het voor jou? Want jij moet op dat moment Dennis Schouten zijn, de reporter. Nou, ik ging erin. En toen dacht ik van... Want je hoort hem, ik hoor op de radio, ik reed een auto al naar huis, waar de hele dag gedacht, ja, we hebben straks in Dordrecht een livestream. Ik denk, oh, je zegt dat. En als hij dat woord Dordrecht niet had gezegd, was alles hem dit bespaard. Dat was niet slim. En toen had ik dus ook nog een cameraman in Dordrecht, Lieve, die ken je ook. Ja, en ik zeg, mijn favoriete cameraman. Ja, lieve jongen. Ik zeg, ken je een livestreambedrijf in Dordrecht? Ja, die ken ik, dan moeten we daar en daar zijn. Dus we stonden daar en ik hoopte nog helemaal alleen te zijn met die boulevard. Was nee, je was niet de enige met een goede redactie. Boulevard was er ook. En nou, helemaal prima. En we stonden daar. Maar op het moment dat ik die blik zag van Wilfred, dat vond ik wel heel pijnlijk. En aan de ene kant weet je dan, ik heb nu een top item, want het speelt op dit moment. Ze lopen helemaal leeg bij mij voor de camera. En ja, goed. En ik heb wat de mensen willen zien. Aan de andere kant vond ik het ook pijnlijk. Want ja, Wilfred is wel een hele goede bekende van je. Maar ja, goed. Ja, je moet wel een goede vriend. Je moet wel je werk doen. Ja. Je moet wel je werk doen. Accepteerde hij het? Hoe is dat een dag later gegaan? Hebben jullie elkaar gevraagd? Op dat moment was het nog goed. Ik had wel het idee, naarmate de kijkcijfers opliepen... Ik heb van de week een prijs gekregen... dat het op 7 na best bekeken filmpje op YouTube was van 2020. Dus ik kreeg een prijsje van YouTube. Ja, bedankt. Hartstikke blij. Wil je nog een blokje cola? Ja, met een beetje Bacardi. Okay. Maar toen op een gegeven moment... kijk, die man die zat zo onder vuur. Ik kan me voorstellen, als je altijd zo succesvol bent geweest... dat je hele leven op dat moment op de kop staat. Ja. Hij zit er nog steeds. Hij heeft nog steeds een radioprogramma. Uiteindelijk is het weer goed gekomen. Maar ik heb wel daardoor een mindere periode gehad met Wilfred. Die ik aan de ene kant niet begrijp. Want ik denk van... Ja goed, ik doe mijn werk, dan moet je begrijpen. Ja, dat zou hij moeten weten. Hij zit in dezelfde... Aan de andere kant, als je hier staat en je wordt daarheen gebracht... en iemand, een goede vriend van jou, heeft er ook een aandeel in. Je zit bij Pau en bij... Bij Pauw en toen... hoe heet die andere vrouw? Jinek. Nee, dat was die andere, die Turkse dame. Fidan Ekis. Fidan. En die zeggen van, nou goed, kom bij ons en zorg dat je er leuk uitkomt. Die laat je ook vallen. Dat je dan wel even denkt van, nou ja goed, alle mensen die mij goede beloftes deden, lieten hem ook vallen. Laat maar even zitten. Maar ja goed, we hebben na de tijd... kipwraps gegeten. Ja, alles is weer oké. Met de kerst kipwraps gegeten, ja. Gelukkig, je bent er nog. Ja, ik leef dat nog. Wordt een soort Bart nu. Dat is een inside joke. Ik schenk hier gewoon nog in. We hebben nog meer flessen voor. Oh nee. Ja, kom op, schat. Ben je al dronken? Moet je wat nakken of zo? Nee. Nee. Maar, nee. Ik heb nog nooit drugs gedaan. Nee? Is nakken drugs? Dat gaat allemaal nuchter wat je op OnlyFans doet. Ja. En niet aan de G of zo? Of, nee, kijk, mijn gayfriend filmt altijd hoe het die me zweet en zo. Gayfriend? En vastpint. We hadden het net over respect en over grappen maken over anderen.
Ja. Wat nou als een Marokkanen grap maakt over Marokkanen? Kan dat dan wel? Geen idee. Ligt aan wat voor grap of hoe, maar geen idee. Ja, dat is dan wel een dingetje. Vaak mensen zeggen, ja, weet je. Ja, maar ligt aan wat voor grappen hoe ver het Joden gaat. Mogen alleen grappen maken over Joden. Nee, dat niet. Maar Marokkanen over Marokkanen. Ik vind altijd, bouw elkaar met respect, dan is het goed. En peace, ik ben happy. Peace, ik ben happy. Neem nog een slok. Nee, maar ik voel er even op, omdat ik een filmpje klaar heb staan van een Tweede Kamerlid. Die moet ik heel hoog heb zitten, een Utrechter. Zohar El Yassini, een Marokkaanse gozer. Het is van Marokkaanse origine, moet ik dan zeggen. Hij zit voor de VVD in de Tweede Kamer. En van de zomer had ik hem voor mijn camera. Toen had hij even in het verlengde van dit, want we hadden het over Akwasi en over BLM en racisme en al. En toen vroeg ik hem, heb je nog een goede Marokkanen grap? En die had hij. Heb jij zelf nog een goede Marokkanen grap? Oeh, dan moet ik even nadenken. Ja, misschien over mezelf. Ik heb altijd gezegd van, joh, ik ben van Marokkaanse origine en ik ben moslim en ik ben ook nog eens VVD'er. Dus statistisch gezien had ik al lang in de bak moeten zitten. Ben ik de enige die het grappig vindt? Een dijenkletsen was dit. Ik vind dit een hele sterke grap. Ja. Nou ja, we hebben hem vandaag gemonteerd en al 8 keer gezien. Dus, Is dat het? Ik hoor ik zo erg op de telefoon. Nog niet, hoor ik. Nou, lullen we gewoon nog eventjes. En als het goed is, heb ik... We zouden de beste man inbellen. Ja, daar vroeg ik. Is zo erg aan de telefoon. Dit is overigens de eerste keer dat ik zelf ben betrokken bij een livestream... in de zin van dat ik geen gast ben. Dat ik geen gast ben? Ik was hier ooit eerder te gast. Mm-hmm. En nu hebben we het samen op touw gezet, ja. Maar verloopt dit altijd... Is dit zo'n moeizaam proces? Want dan wil ik nooit meer iets live doen. Het gaat de ene keer soepeler dan de andere keer. Het lijkt wel. Waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. Ik zie daar een omgetrokken zak. Zitten daar hapjes in? Nee, er zit Antaflu in. Oh, dat vind ik ook wel lekker. Dat is zeker in deze tijd wel lekker. Wil je echt serieus? Hebben we hem? We hebben hem. Sorry jongen, we zijn wat verlaat. Hallo Zohar El Yassini, Tweede Kamer, VVD-Kamerlid. Goed dat je er even bent, jongen. Ja, leuk om te zijn, man. Ja, wat loop je allemaal stressvol rond? Ja, ik zie opeens dat de camera is, dus dan moet ik wel gewoon bij de kerstboom en de open haard en dit doen. Nou, dat hoeft niet, maar jeetje, wat een groot huis heb jij, joh. Echt, wat denk je VVD'er, hè? Dus, nee, dat snap ik. Dat heb je natuurlijk gewoon via je maakjes even geregeld. Beste zo, we hadden net even jouw grap. Ik vond hem heel grappig, maar hier aan de bar kreeg de handjes nog niet op elkaar. Op elkaar maar grappen maken over je eigen lieve mensen, je eigen Marokkaanse vrienden en dergelijke. Wat heb jij nou, een kerstboom? Wat ben jij nou voor net moslim? Hey, luister, ik vier kerst op zijn Nederlands. Dat is kerstboom en heel veel vreten. Vond jij dat die grap kon, net moslim? Ik lag gewoon, ik lag overal bijna om. Maar kon niet, hè? Het was een gevaarlijk grapje. Het was een gevaarlijk grapje. Geef wat een gevaarlijk grapje. Een gevaarlijk grapje, Dennis? Maar hij had net ook al zelfspot met zichzelf, dus dan kan het. Maar dat is een beetje het probleem. Kijk, dat heb je dus in Nederland zegt, Marokkanen mogen grappen maken over Marokkanen. Joden over Joden. Homoseksuelen over homoseksuelen. Dus, 2 pedofielen lopen de bar in. Maar goed, nee, ook niet. Oké, laten we zitten. Zo erg, het is bijna 2021. Ja. Wat gaan we doen? Nou, ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk van dat coronavirus af te zijn. Daar ben ik echt wel helemaal klaar mee. Ja, je bent niet de enige. Ja, maar dus laat het vaccin maar komen. Je kunt wel een boel zeggen, maar juist door dat coronavirus zijn die wel enorm gestegen in de peilingen. Ja, maar ja, de verkiezingen zijn in maart, hè? En tussen nu en maart kan alles gebeuren. Nee, er kan een boel... Er kan een boel gebeuren, maar ik wist nog bij die laatste verkiezingen, was toen bij dat consulaat in Rotterdam, dat Mark Rutte er nog even gauw een leuke rechtse quote uit gooide. Woep, daar gingen de peilingen. Nu heb je zeg maar het corona-verhaal, Mark Rutte doet het goed krachtig. Woep, daar gaan weer de peilingen. Dat moet toch lekker voelen ergens. Dat is ook politiek. Ja. Nou. Ja. Weet je, ik vind het nog wel best wel moeilijk op het moment dat je zoveel peilingen hebt. Ik ben bereid om echt gewoon zetels in te leveren, dat ik gewoon normaal mijn moeder kan omhelzen en kunnen verleggen. Dus... Ja. Dus als jij je moeder lekker kon omhelzen, dan gaf jij Thierry nog wel 4 extra zetels. Ik weet niet of dat dan richting Thierry moest gaan. Nee, ik denk maar, maar even jongens, alle kijkers op een stokje. Leuk, die zetels zijn allemaal. Maar het zijn maar peilingen en die verkiezingen komen eraan. En het is gewoon heel wrang, want we zitten wel in een lockdown. Mensen weten niet of ze morgen hun baan hebben.
weten ook niet of ze over de kop gaan met hun eigen bedrijf. Dus ja, leuk die peilingen, maar ik zie het in maart wel. Ik ben gewoon klaar met, met die virus. Ik hoop dat het vaccin gewoon snel komt. Dat we weer gewoon de maat kunnen. Ja, maar goed, als dat vaccin komt, dan begrijp ik dat het nog tot zo'n ongeveer augustus duurt voordat iedereen wordt ingeënt. Hoe gaan we tot die tijd dan doen? Betekent dat dat we dan geen festivals hebben? Nou ja, dat weet ik oprecht niet, omdat ik het schema nog niet heb gezien van hoeveel we vaccineren en wie. Ja, weet je, je moet het zo snel mogelijk doen, maar ik ben geen expert, dus ik weet niet of het sneller kan en beter kan. Een andere vraag dus, jij kent Fabiola? Nee. Oh. Nee. Nou, dat is een groot. Dus ik heb mij ook niet, denk ik. Dat is een groot. Nee. Bent... Oh. Nee. Nou, Fabiola. Nee, ik heb geen 600.000 volgers, hè? Nee. Heb je zit gewoon te kijken, hè? Heb je wel zo'n mooie vrouw? Ja, ik heb een prachtige vrouw. Een Chinese, toch? Ik heb met familie bellen. Je hebt toch een Chinese vrouw? Ja, en ik heb deze kleine. Oh. We zien hem net niet. Oh, gos. Oh, schatje. Honden zijn wel haram, hè? Nee hoor. Oh. Nee hoor. Ik heb sommige mensen ben ik tegengekomen die zijn waarschijnlijk meer haram dan dit hondje. Maar zeg maar, Fabiola moest het vooral hebben van haar optredens. Ja, en schaarse kiekjes, maar vooral ja, van nu, haar... Ja, nu moet ik omscholing plegen tot pornoster. Is dat de ambitie, hè? Daar heb je een opleiding voor. Maar heb jij nog, zeg maar, wanneer denk je dat Fabiola, hè, die onderhand... Oh, geil. Ik heb me trouwens wel opgevallen dat toen ze even wegging en weer terugkwam dat ze de schoen heeft uitgedaan. Ja, ja dat klopt. Ja, ik was er klaar mee. Ja, ze is in de hele tijd ineens gewoon 30 centimeter kleiner. Ja. Maar daar is ze weer. Nee. Maar heb jij, zeg maar, want wanneer denk jij dat Fabiola weer optredens kan geven? Nou, ik hoop wel heel snel, want het is natuurlijk niet alleen vaccin, maar ook de mogelijkheid om te kunnen sneltesten. En we zijn nu in januari, februari, gaan we beginnen met experimenten, proeftuinen noemen ze dat heel ziek. Om te kijken of ze dan ook opstart kunnen doen met bijvoorbeeld als je al gevaccineerd bent of bijvoorbeeld de sneltest. Dat je dan op een gegeven moment wel bepaalde dingen kan doen, zoals theaters of optreden. Maar jij zegt heel snel, maar wat is heel snel als je daar een maand aan moet verbinden? Moet ik dan eerder denken aan april of aan december volgend jaar? Nou ja, als het volgend jaar december is, dan zijn we wel ingehaald door het vaccin. Dus dan heb je die sneltestmogelijkheden niet meer nodig, want dan is hopelijk iedereen ook gevaccineerd. Dus ik hoop wel in het eerste half jaar van komend jaar echt al stappen te zien. Maar wanneer, ik weet het echt niet. Dan moet ik je schuldig blijven. Ja, dat moeten we eigenlijk aan Hugo de Jonge vragen natuurlijk. Ja. Maar als je aan Hugo de Jonge wat vraagt, ben je 3 weken verder voordat het antwoord klaar is. Nou, wat ik me nog wel afvroeg... Het zingen neemt veel tijd in beslag, hè? Ja, dus wat ik me nog afvroeg, ik zag Hugo de Jonge bij All You Need Is Love zingen. Ik zag op een gegeven moment zijn dochter een interview geven, wat ik echt walgelijk vond om zelf zo en leuk eruit te komen. Want hier is mijn dochter van 13, nou, die gaat vraag beantwoorden. Maar tot overmaat van ramp zat ze nog een beetje bij een geweldige nono, bij Robert Rodenburg, gewoon een vriendje van Anna Nushin, een influencer, een bloedserieus interview te geven. Heb je dat gezien? Nee. Oké. Okay. Maar je bent denk ik wel van op de hoogte, toch? Goeie kant op. Dat hij al die dingen nu aan het doen is om maar een beetje likability te krijgen. Stoor jij je daar niet aan als Tweede Kamerlid? Want dat is toch niet zijn werk? Die man moet nu van alles doen en zit nu overal leuk te doen. Nou ja, er zijn heel veel vragen bij hem beantwoorden. Want hij heeft gezegd, hij was lijsttrekker van het CDA. Hij zei, ja, ik kan het niet combineren. En lijsttrekker zijn en minister zijn, dus ik moet kiezen. Dus hij heeft gekozen. En ik heb de afgelopen tijd wel gezien hoe hij eigenlijk bezig was als een soort lijsttrekker van het CDA. Dan denk ik van, ja, was je nou te druk of niet? Maar goed, ik kan niet in zijn tijdschema naar kijken. Maar als ik daarnaar kijk, sorry dat ik je even inhaak, daarnaar kijk, dan zie ik een Hugo de Jonge die inderdaad op een gegeven moment de juiste keuze maakt. Die zegt, ja, ik kan dit niet meer combineren. En deze hele zware taak met corona, ik heb nog heel veel te doen en ik heb mijn lijsttrekkerschap. Maar had ondertussen wel een hele rits afspraken staan die puur en alleen gebaseerd waren en ingepland waren om hem als lijsttrekker een menselijke, mooie, snelle man van te maken. Met zijn schoentjes, met zijn borsthaar, met zijn blouseje net een knoopje te ver open. Dat soort werk. Dat is wat ik bij Hugo de Jonge zag. Dus bij een Anna Nushin aanschuiven of wat dan ook. Zingen bij All You Need Is Love. Zingen bij Jair. Dat was echt heel pijnlijk. Je dochter van 13 laten interviewen. Ja, weet je, dat zijn pure dingen die je doet voor campagne voeren. Stoor jij je daar niet aan? Ik laat het even heel politiek zeggen. Ik zou het zo niet doen.
Nee. Nou, daar stoor je dus wel aan, ja. Nee, maar voor jullie is het ook wel weer zo. Kijk, Rutte, we hebben het net ook over gehad, dat filmpje met mijn vader hebben we uitgezonden. Dat is natuurlijk een politicus puur zang. En die heeft dit wel zo godschuwelijk goed gespeeld. Door van op een gegeven moment Hugo de Jonge de coronaminister te maken. Waardoor alle shit die misgaat op het bordje van Hugo de Jonge flikkert. Ja, en niet op Teflon, Mark. Ik weet niet of het een strategie was hoor, want Bruno Bruins... Dat kan ik ook zeggen. Nee, maar Bruno Bruins was de minister die daar verantwoordelijk voor was. Dat is een VVD'er. Mm-hmm. En die is eruit geklapt. Ja, en dan moet je schakelen. Ja, dan ga je niet iemand nieuw binnenhalen. En dan vervolgens zeggen we, joh, ga het maar doen alsof je nu al 3 jaar minister bent in dit kabinet. Dus toen is het naar Hugo gegaan. Ja, nou, je kan niet spreken van, we hebben erover nagedacht en laten we het in zijn mik gooien. Dingen lopen zoals ze lopen. Ja, het loopt zoals het loopt. Vraag maar aan je nieuwe Tweede Kamerlid. En zo zijn we niet in Den Haag, hè, Tom? Wat zei je? Soms doen ze alsof we dan allemaal zo door hebben gedacht en allemaal strategieën hebben. En dat, weet je wel, alsof het een soort Hollywoodfilm is. 9 van de 10 keer gebeuren dingen dat we denken, oh shit. Ja, dat hebben we hier aan de bar ook wel eens over gehad. Weet je, ik denk dat het wel 50-50 is. Er gebeuren natuurlijk spontane dingen. Er zijn heel veel politici die daar goed en spontaan op kunnen reageren. Jij bent daar eentje van. Maar er zitten heel veel spreekpoppen. Zijn gewoon marionetten, een Dylan bijvoorbeeld en dergelijke, die gewoon, en daar is alles voor gekauwd. Kijk maar naar een Rob Jetten, daar komt geen serieus woord uit die gozer wat hij zelf verzonnen heeft. Weet je, en dat is ook Den Haag, en dat is een beetje, ik denk 50-50. Ja, kijk, je weet, jij en ik verschillen van mening van bijvoorbeeld ook Dylan, want het is naast mijn collega en fractiegenoot. Ja, hele lieve schat. Voor mij. Ja. Het is echt een lieve schat, en ik ben niet eens met wat je zegt, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het is heel makkelijk om van een mens een politicus te maken. Ja, komt hij weer. Het is onmogelijk om van een politicus een mens te maken. Nou, dit bedoel ik. Deze heb je al vaker gebruikt bij me. Ja, maar die is toch wel zo? Nee, dat klopt. Fabiola, heb jij misschien nog een vraag aan een VVD? Wat zou jij willen dat El Yassini voor jou in 2021 gaat regelen? Ja. Wat vind jij belangrijk? Nou, ik denk dat iedereen in de Tweede Kamer of whatever ook zit hun best doet... Ja, Nederland zo goed mogelijk te krijgen, toch? Ja. Dat is zijn intentie, dus ik vind het al goed genoeg. Nou, ik twijfel daar wel eens bij mensen. Maar kan hij... Ga ik even een schepje bovenop doen. Fabiola, ik ben Tweede Kamerlid en mijn portefeuille is onder andere cultuur en media. Oh, jij media. Jij werkt in de cultuursector. Ja. Je hebt optredens, je zingt, je bent muzikant. Je hebt ook gewoon Insta. Dat betekent ook dat je influencer bent. Ja. Wat moet de politiek nou doen zodat jij straks of nu beter je werk kan en mag doen in plaats van met allemaal stomme regeltjes te doen? Minder belasting. Ja! VVD, check het je. Ja, zou een VVD een partij zijn om op te stemmen? Ik stem... Ja, waar stem je op? Op niemand. Jezus, dat kan nee. Niet. Nee, ik heb nog nooit gestemd. Zo'n lieve Marokkaanse man. Ik hou er me niet mee bezig. Ik denk altijd dat dingen al voorbestemd zijn. En dat wij geen macht hebben. Oké, dat mag je even verder uitleggen. Ja. Let je op, Nee, ja. Ik geloof altijd dat er baas boven baas is. En dat er... Ja, denk ik. En mensen met baas boven baas. Kijk, gewoon de mensen met de... Kijk, je hebt de koning. En boven de koning heb je nog iemand die nog rijker is. En die heeft gewoon... Hoe meer geld, hoe meer macht. Dus... Die gaan we nog even op kouwen, denk ik. Stel, er komt bij de VVD een afdeling voor minder valide. Dat is ook niet aardig. Nee, ja, maar je bent heel goed in andere dingen waar ik je zeer en respecteer. Maar ik vond dit nou een opmerking waar ik vandaag... Dat raakt nog kant, nog wel. Ja, ik vond hem ook wat uit de lucht komen vallen. Zo, ik heb nog wel een vraag voor jou. We gaan naar de verkiezingen. Het is zometeen campagnetijd. Dat betekent dat je ongeveer een week of 6 voor 17 maart, dan houdt Den Haag op. Dan mag je op campagne. Ja. Dus zo half februari uit mijn hoofd, stoppen we er even mee. Begin februari. Dus we hebben nog een paar weken februari. Te gaan. 12 februari. Vind je het heel erg dat ik me even afvraag, hoe in godesnaam ga je de komende maanden campagne voeren, behalve online? Je kan niet canvassen langs de deuren. Je kan niet toespraken houden waar honderden mensen op afkomen. Hoe gaan jullie dat doen, man? Ja, het wordt inderdaad online. Dus voorheen wat we deden is dat we bijvoorbeeld ook gewoon in de wijk... belden we bij mensen aan en dan zeiden we... joh, ik woon zelf ook in de buurt. Wat vind je dat beter moet? Waar moeten we voor opkomen? Waar erger je aan? En dat deden we dan gewoon echt aan de deur. Maar dat kan niet met corona nu. Nee. We gingen ook flyeren of op pleintjes staan... of inderdaad gewoon politieke cafés organiseren. Maar hoewel? Ja, ik heb het. Maar hoewel?
ja, online. Dus, alleen maar online? Via social media. Filmpjes gaan maken via YouTube. Proberen om dat te verspreiden. Maar moet je een filmpje maken met Fabiola? Voor op OnlyFans. Dat lijkt me wel gaaf. Ja, voor op OnlyFans. Nee, niet voor OnlyFans. Nee. Hij weet wat het is. Hij weet gewoon wat het is. Je bent geabonneerd op haar, hè? Je bent geabonneerd. Ik heb geen account. Maar ik ga heel graag hetzelfde Fabiola filmpje maken, maar niet op OnlyFans. Please niet. Nee, oké. Nee, dat doen we gewoon YouTube. Ja. Maar zou jij een campagnefilmpje willen acteren van de VVD? Ja, als ik er gewoon volledig achter sta en me echt... En ervoor betaald krijg. Nee, dat ik dan hoor je niet bij de VVD thuis. Nee, luister. Nee. Kijk, ik heb me niet... Ik hou er me niet mee bezig met politiek, dus weet je wel. Ik weet. Maar ik vind het zo jammer dat je niet stemt. Het is de eerste keer dat je mag stemmen, deze verkiezingen. Maar ik hou er me niet mee bezig. Maar je gaat wel stemmen. Ik hou er... Maar ja, misschien dat ik me... Ja, misschien dat ik zeg maar mij ga nu na deze interview, livestream, dat ik me ga in verdiepen. Ik ga je iets meegeven, Fabiola. En ik hoop dat het ervoor zorgt dat jij op een gegeven moment maar gaat stemmen. Jij bent niet met politiek bezig, maar politiek is wel met jou bezig. Oh, alsjeblieft. Kunnen we dit schitteren? Oh, walgelijk. Je mag blij zijn dat je niet aan de bar zit. Nou, ja. Dit is echt om te kotsen, zo hè, echt. Ja. Nee, maar ik geloof gewoon... Oké, maar hij wil nu echt een punt maken. Fabiola, serieus, met jouw beroep vooral als muzikant... Wat is haar beroep dan? Influencer. Oh, influence, oké. Ja. Ja, Dennis, ik let op. Ik bedoel, ik heb ook mijn research gedaan. maar jij gaat daar sowieso, worden de besluiten genomen in Den Haag die effect hebben voor jou als influencer en de regels waar je mee hebt. Bijvoorbeeld dat je reclame mag maken of niet mag maken voor bepaalde producten. Dat als je geld krijgt voor een Insta-filmpje, dat je dat duidelijk moet maken. En als je dat niet doet, kan je een boete krijgen. Dat zijn allemaal dingen die voor jou belangrijk zijn. En jij moet je gaan inlezen welke partijen voor jou opkomen om je werk te kunnen doen en welke partijen eigenlijk gewoon willen dat je werk onmogelijk wordt gemaakt. Forum voor Democratie maakt zich er heel erg hard voor dat je met Insta-filmpjes en YouTube-filmpjes veel reclame mag maken. De VVD wil dat graag afschaffen. Dat is zover een beetje verschil tussen de VVD en... Wat zeg je nou, Dennis? Ja, het werd een beetje te veel reclame voor... Het werd een beetje reclame voor politiek. Ja, ik merk het inderdaad. Dus ik dacht een beetje het tegenluid laten horen, hè? Nee, maar waarom dan meteen voor hem? Dat is zo jammer. Nee, ik heb wat goed te maken met Thierry nadat ik zomaar zijn huis heb bestormd toen live in de radio-uitzending. Oh, je was niet de enige die hem bestormde. Nee, maar ik kwam binnen als enige. Ik kwam binnen als enige, dus ik vind af en toe mensen die... Maar Dennis, wat vind jij nou aan de Forum voor Democratie en nu alles wat er is gebeurd en dat hij weer terug is in leiderschap? En de bruine dampen die nog rondom Forum voor Democratie vonken? Vind je nou echt dat hij nou een serious contender is in de politiek? Nee, het werd één grote show. En het werd ook een beetje, en ik hoor ook wel eens zeg maar van collega's, die zaten dan bij Den Haag, in Den Haag, bij Ludo of zo, en op een terrasje, dat is dat. En dan ging hij er zomaar bij zitten en na 5 minuten zei hij ook, ik moet weer weg, want ik moet het land gaan redden. Kijk, ik heb wel het idee dat die man niet helemaal goed wijs is. Nee. Maar ik heb wel heel veel familieleden en bij mij in de provincie heel veel mensen die zich heel erg geroepen voelen door dat geluid. Dus hij doet het ergens wel heel erg goed, dat het nu zo'n klotezooi was, ja. Dat gaat hem enorm opbreken. Dat gaat jullie enorm veel zetels opleveren. Dus proficiat. Maar ik vond het gewoon leuk, omdat ik zie dat Forum, dat het veel emoties bij jou opgooit, om dat dan erin te gooien. Dus ik heb zelf niet zoveel met die partij. Nee. Ik stem CDA. Oh, wat een eerlijke... Het is gewoon lekker provinciaal. Ik ben voor de Shirley-partij. De Shirley-partij? Ja, dat is ooit bij Poont gezegd. Oh ja, dat is die meid inderdaad. Jij die niet helemaal, die altijd aan de GHB zit. Oh god. Maar zo er... kijk, dat hele Forum gebeuren. Kijk, de plannen van Forum zijn helemaal niet zo slecht. En daar, die overlappen echt wel heel veel van de VVD. Minder migratie, minder Europa. Bij jullie misschien minder. Niet al te veel zeiken over dat klimaat. Dat zijn echt wel dingen die je bij jullie ook wel terugziet. Jullie schuiven iets op naar links. En die plannen, daar kon ik me wel in vinden. Alleen, ik wil niet dat die plannen vertegenwoordigd worden door een clown. En dat is wat ik op dit moment zie. Iemand die compleet doorgeslagen is. We hebben het er wel vaak over gehad. Ik ken Thierry goed. Daar ben ik gewoon heel erg van geschrokken. Daar baal ik ook van. Maar die partij is Thierry. Dus zonder Thierry is er geen Forum voor Democratie. En met Thierry is er een Forum voor Democratie die ik niet wil. Nou, je hebt helemaal gelijk. Uiteraard. Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma. Ja, nee, maar als je kijkt naar het verkiezingsprogramma. Er is heel veel behoefte van mensen in Nederland. Om op een partij te stemmen met zo'n programma zoals Forum voor Democratie heeft.
Maar dan moet de persoon die de partij leidt, die moet dan op een gegeven moment ook gewoon serieuze zaken oppakken. En niet op een gegeven moment met een microfoon buiten het Tweede Kamergebouw een aantal viruswappies toeschreeuwen. Dan hebben die kiezers die daar op zoek naar zijn, hebben daar gewoon niks aan. Nee. Maar er zal uiteindelijk wel een gat zijn op die kant, rechts van de VVD misschien. En dan komt er misschien iemand anders die dat gat gaat invullen. Ja. Wie weet. Hey, als, stel nou dat jullie het weer gaan redden en dan lijkt het wel op weer de grootste partij worden. En dan daarna gaan we weer even verder hoor. Dat jullie de grootste partij worden. Heb ik het dan goed dat Mark Rutte, als hij het dan weer 4 jaar volhoudt, de langzittende premier ooit zal zijn? Sterker nog, ik denk dat hij kort na de verkiezingen al de langste zit. Hij moet Lubbers voorbij, volgens mij. Ja, dus het kan zelfs zo zijn dat hij misschien in de formatie dan nog minister-president blijft totdat er een nieuw regeerakkoord en een nieuw kabinet is. Dat hij het zelfs dan nog redt. Goed, man. Wat ga je nog doen vanavond? Zit je Joep van het Hek te kijken? Ja, ik schaam me wel een beetje. Maar inderdaad, ik ga naar die linkse cabaretier kijken. Ja, maar Joep kan heel grappig zijn. Maar dat is wel symbolisch voor de VVD. Nou, die is ook iets naar links opgeschoven. Ah, dame. Fabiola wil wat vragen. Nou, ik neem nog een slokkie. Ja, nee. Ik heb een goede voornemen voor het komende jaar. Ja? Bijna. Ik ga me in politiek verdiepen en ik ga stemmen. Dat vind ik echt tof. Fabiola, ik ga een deal met je maken. Als je wil en je wilt er wat meer weten over waar de VVD voor staat. Ja? Dan kunnen we via Zoom een keer een afspraak inplannen. Dan kan ik je even bijpraten over wat wij doen. Hij wil en dan gewoon heb je in ieder geval iets meer inzicht. Hey, maar wil je niet dat ze fysiek langskomt? Nee, hou nou op. Ik zie er niet altijd zo uit. Normaal heb ik gewoon een pyjama aan en geen meteen. Ik heb je echt nog nooit anders gezien dan dit. Maar dat was op Insta. Ja. Maar met deze, dus Tom gaat onze contactgegevens wel met elkaar wisselen als je dat wil. Dan kan ik je bijpraten over wat wij willen. En dan moet je bij andere partijen kijken wat zij dan willen. En dan kan je een keuze maken. Ja, maar dan wil ik ook zo, hè, dan wil ik dat je het eerlijk doet. En dan wil je ook dat je een partij van de andere kant, dus van de linkerkant, in contact brengt met Fabiola. Zodat ze ook een andere kant van het verhaal Dan heb ik eentje voor je. Peter Quint van de SP. Ja, nee, die is te makkelijk. Nee, dat is goed. Nee, is goed. Dat regelen we. Ik zorg dat ze ook een keer met Thierry belt. Komt in orde. Fijne jaarwisseling, hè? Fijne jaarwisseling. Een momentje nog. Een moment nog. Dankjewel, goede man. We hebben elkaar het afgelopen jaar leren kennen. Dat is een van mijn hoogtepunten, maar je bent weg. En bedankt. Ik vind je oprecht een hele vriendelijke gozer. Ja. Je doet goed werk. En je komt uit Utrecht. Dus, jij zit net zo ver bij hem in de reet als ik bij Wilfried Genee. Ja, dat is lekker, hè? Heb je ook zo'n bruine arm? Bedankt, hè? Het is een oprecht goede gozer. Een moslim met een kerstboom. Daar kan niks mis mee zijn. Dat is Wilfried toch. Lekker. Goed man, ik wens je alle goede en alle gezondheid voor 2021. Dankjewel dat je er even was. Zo, El Yassir. Jullie fijne avond, fijne jaarwisseling. Hoi. Hey, nu weet ik dat we ook Mark Banus rond iets over 11 zouden inbellen. Nee, joh, bel hem gelijk. Ik weet niet, staat hij al ergens in de wacht? Hallo? Steven? 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 Arbeider! Heb je al contact met Mark Banus? Nee. Zou toch godverdomme doen, 5 over 11? Kijk, dit krijg je als de kappers dicht zijn. Wat krijg je dan? Haar uitgroei. Nee. Oh, okay, dat even naar de camera. Ik doe dat even naar de camera toe. Okay. Mag ik even? Ja. Dit kan echt niet. Hoe durf je? Uitgroei. Dit kan echt. Ik dacht dat jij gewoon blond was. Nee, ik ben nep blond. Ik ben echt bruin. Dit is gewoon kunstmatige intelligentie dit. Ik ga even pissen tussendoor. Dus als jullie even pissen, dan ga ik daarna de uitgroei hebben. Rainy boy. Zo, ik ga er ook eens even bij zitten. Want... Ja. Haha. Wat zijn de plannen voor vanavond? Rustig aan, lekker slapen. slapen denk ik wel, ja. Ben je nu al moe? Nou, ik heb een lange dag. Ja, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik heb mijn nieuwe huisje schoongemaakt. Ja, je gaat in Noordwijk wonen. Ja, goed gedaan, man. Ja, ik ben echt blij mee. Een beetje centraal, aan het strand, lekker wandelen met mijn hondje en familie. En ik heb er echt zin in. Waarom heb jij geen vriend? Mannen nemen me nooit serieus. Hoe komt dat? Omdat hoe ik me profileer. Of mannen die prikken er niet doorheen. Of ik val op de verkeerde mannen. Dat kan ook. Ik denk dat laat. De foute mannen, denk ik. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar jij zegt ze prikken er niet doorheen. Waar prikken ze niet doorheen? Om te zien hoe ik echt ben. Maar uiteindelijk... Hoe ben je echt dan? Want is wie je hier nu zit, is niet wie je echt bent? Tuurlijk niet. Nu ben ik opgemaakt. Normaal zit ik lekker met. Maar is toch ook een onderdeel van wie je bent? Ja, een punt. Maar ja, iedereen heeft bepaalde punten. Hoe is het? Ja, kijk, het is nou oud en nieuw, dan ben ik sowieso altijd feestelijk. Maar
Ja, ik heb ook andere kanten natuurlijk. Wat, maar is, dat wat, wat iedereen... noem eens een andere kant van je? Ja, ik heb genoeg. Wat wil je weten? Nee, ik ben gewoon heel benieuwd wat wordt. Maar jij zegt van ja, mensen zien alleen maar deze kant van me. Dat is ook hoe je jezelf profileert. Ja, nou ja. Hoe jezelf de dingen staat. Ja, maar toch vind je dat blijkbaar nou ja, vervelend. Mensen zien niet dat ik zeg maar ook super zorgzaam ben. Ik heb een broertje die ook zwaar gehandicapt is. En okay. Daar zorg ik heel erg goed voor. Wat lief. Ja. Hoe oud is hij? Hij is 17. Mag ik vragen wat voor handicap heeft hij? Ja, hij heeft lichamelijk en geestelijk. Hij heeft epilepsie. Ach. Hij is autistisch en hij heeft nog veel meerdere aandoeningen. Ja. Daar heb ik ook nog een hele harde grap over, maar ik zal het niet doen. Nee. Nee, echt vechten. Maar, en hoeveel ben je daar veel mee bezig? Ja, heel veel. Mijn familie is echt alles voor mij. Daar doe ik ook echt alles voor. Ik ben echt een familiemens. Ik heb ook haast geen vrienden, alleen maar familie. Dus ja? Mijn familie, we steunen elkaar heel erg goed. Je hebt nog een gay vriend, zei je net. Ja. Maar is het dan, komt het omdat je geen echte vrienden hebt, omdat je profileert je als een sexy nee, meid? Nee, ik heb nooit echt... Ik breek in. Oh, heel goed. Mark Banus hangt aan de lijn. Ja, heel, je moet heel even wachten. Je zit midden in een goed gesprek, oh, Mark. Oh, sorry. Je zegt, ik heb weinig vrienden, maar komt dat ook omdat je te weinig mensen misschien toelaat? Of nemen ze de moeite niet om te kijken wat er achter die sexy kleding zit, achter die blonde kop? Nee, het is altijd zo. Misschien komt door mij dat ik me te erg... Kun jij een goede afsluiten? Afsluit, maar ik heb nooit echt vrienden gehad. Alleen maar echt familie. Loop maar gewoon beeld in met die. En mis je dat? Nou, niet altijd. Maar ik heb altijd het gevoel dat familie meest voor je klaar staat dan vrienden. Snap je? Dan heb je nog geen echte vrienden ontmoet, denk ik. Die gay vriend, die lijkt me toch heel trouw aan je. Die is wel heel trouw, dat ja, wel. Dan dat moet je wel koesteren. Sowieso. Hey, we gaan heel even met Mark. Ken je Mark? Ja. Nee? Ja, Mark, denk echt, het niet? Mark heeft echt werkelijk waar de geilste stem van de Nederlandse journalist. Oh, ik ken hem wel. Hij is natuurlijk. Hey. Meneer Banus, goedenavond. Hey, man. Slijpel. Nee, zit je eigen wijn te zuipen? Nou, ik heb wel lekker zelf blue wijn gemaakt. Of in ieder geval, daar hebben mensen gedaan. Maar het smaakt goed. Ik wou zeggen, dat doe je niet zelf. Daar heb jij mensen voor. Toch? Ik moet altijd zo lachen om jou. Maar we moeten Mark wel even feliciteren. Is het bijna 12 Hoezo, uur? Is hij jarig? Nee, Mark en ik hebben het hele jaar gestreden voor die 50.000 leden. Ik heb er geen droom meer aan, maar jij hebt nog werk, Mark. Proficiat. Ja. Cheers. Hey, dankjewel, Dennis. Van harte, hoor. Ik weet nog, je hebt ons wel natuurlijk een aardige zet in de goede richting gegeven. Toen ben je zelf vertrokken. Maar ik ga er lekker van genieten. Ja. Mark, deze vraag heb je vast al vaker gehad. Wat is er qua stembanden misgegaan ooit? Waar komt die stem vandaan? Want ik heb een irritante stem, maar jij overtreft echt. Als verslaggever vind ik zelf wel dat ik behoorlijk vaak kutvragen stel. Maar niet omdat de kut zijn, maar omdat ze gewoon stom zijn. Maar deze vraag heb ik al zo vaak gehoord. Dat snap ik. En deze heb je niet zelf bedacht, deze vraag. Deze staat op papier. Nee joh, ik heb jou nog nooit van mijn leven gesproken. En ik heb altijd verwacht, ik moet dat vragen op het moment dat ik je een keer spreek. Dit is de eerste keer dat ik je spreek. Ja, het is eigenlijk, ik wil altijd, ja, qua discussiepunten kan ik mezelf nooit bovenuit lullen. Dus ga ik maar hard praten. En daardoor, ja, heb ik me toch op deze manier met hard praten, ja, tv-wereld in weet te banjen, hè. Nou, dat heb je heel goed gedaan. Maar dat ten koste van je stem natuurlijk. Ja. Ja, en drinken en roken en die standaard dingen, zeg maar, voor mij is het qua drinken en uitgaan, ja, dat is gewoon vrijdag, donderdag, zaterdag, zondag, dinsdag. Ik heb niet echt een schema of een vast ritme, zeg maar. Geen ritme is ook een ritme. Hé, maar Mark, Wilfred Gené heeft mij in 2021 een programmaatje beloofd. Heeft Dominique Wiss jou nog een programmaatje beloofd? Ga je nu eindelijk een programmaatje ook op tv maken, Mark? Gaat het ervan komen? Dat gaat jou helemaal niks meer aan, Dennis, want je zit helemaal niet bij podium. Nee. Hij heeft nog een uur. Nog een uur. Nee, maar Dennis, ik kan je zeggen, uit onderpoot, er gaat heel veel moois aankomen. Oh. Zoals? Maar meer kan ik jou daar niet over vertellen. Maar je kan het mij vertellen. Ja, vertel ik het. Ik ben er al 3 jaar weg. En Dennis is nog een uur je collega. Ik ben nog jouw collega tot 12 uur, Mark. Tot 12 uur ben ik nog in dienst van Poont. Dus eigenlijk mag je hier helemaal niet zitten. Nee, ik heb helemaal niet met Dominique overlegd of ik hier mag zitten, nee. Krijg je nog je 13e maand? Ja, die heb ik. En met transitievergoeding. Dominique is niet de enige die met een hark allemaal geld harkt, hè. Dat doe ik ook. Nou, dus bij deze gefeliciteerd, hè. Want ik kan je zeggen, je views gaan goed.
opnieuw nieuws. Je doet het echt heel erg goed. Wat dat betreft, nou ja, jij bent een soort Bas Smit onder de YouTube-fenomenen. Maar goed, jij bent ooit degene met wie ik roddelpraat ben gestart. Daar zijn we jou ook eeuwig dankbaar voor, Jan en ik. Ja, dat was goud. Toen ging hij tekeer tegen Jan Roos, ja. Komt alleen maar stront uit jou. Ik kan je als je wist wat roddelpraat nu oplevert, Mark. Ja, dat is wel heel veel geld. Dat is echt, dat heeft Tom even vandaag gezien. Noem geen bedragen, maar... Nou, Tom is, die slaat al stijl achterover als hij ergens een tientje voorbij ziet komen. Als je weet waarvoor je... Als je weet waar je bent weggegaan, Mark. Jan en ik zijn allebei aan het harken. Nou, dat is... Nee, maar ik geloof dat. Sterker nog, jouw cameraman verdient er zelf zo ongelooflijk veel aan... dat hij dubbel zoveel verdiende als bij... Nieuw Nieuws. Bij Unitip. Bij Poont, ja. En Nieuw Nieuws. En Nieuw Nieuws samen. Hij verdient... Nee, ik geloof zeker. Jij maakt televisie waar ongelooflijk veel Nederlanders van smullen. Ja. Zo, nou, gaan we elkaar nog verder even veer in de reet steken? Of Fabiola, jij kent Mark wel of niet? Ja, ik heb hem wel voorbij zien komen. Ja, wat vind je van Mark? Vind jij niet ontzettend geil van die stem? Ja, heel erg. Het zijn geen wat vind jij van Fabiola, Mark? Want je zit dan door je collega op te hemelen, maar... Ja, redelijk wel, maar ze gedraagt... Ja, ik vind het een moeilijk geval. Dat is een knap meisje. Maar hoe ze zichzelf profileert vind ik toch wel indrukwekkend op een manier. Als ik me daar een relatie aan zou moeten gaan, zou ik wel mezelf eerst een paar vragen tegen stellen. Maar ik zou het zeker niet uitsluiten. Mark, Mark valt op mannen, dat is niks mis mee. Ja. Hey, maar Dennis, ik bedoel, je kan toch ook wel eens met een chick naar bed gaan als je over... Vraag maar aan Gordon. Hé, hey, ja. Een beetje beast niet bang. Ja, inderdaad. Ja, precies. Dus af en toe een beetje scharen, af en toe een beetje de chocoprins uithangen. Beetje beast niet bang, hè? Wat zeg je? Beetje beast niet bang. Hoor je dat, Mark? Een beetje beast is niet bang. Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Ja, die is rechtstreeks uit Groningen, hoor. Investeren in woningen. Echt, maar... Zal ik je dan eens even mee naar boven nemen? Ja, doe maar. Hij is op feest. Ja, doe maar. Ja! Toe maar. Nee, joh, we zitten in ieder geval hier in hartje Jordaan. Jordaan! Zo, gek huis. Mijn ouders, ik wou het niet, maar mijn ouders hebben een vuurwerk afgeleverd. Ik heb toch gezegd, niet doen, niet doen. Maar zij hadden schijt aan de regels. Dus er is ook vuurwerk. Ik zou je nog zeggen... Er kwam een taxi hier voor de deur aanrijden en mijn moeder die belde. Ja, doe even open, er staat iemand voor je. Dus ik naar buiten lopen om de deur open te doen. Stond er een taxi, niemand erin, alleen maar vuurwerk. Gaan we natuurlijk niet afsteken. Nee. Maar gaan we even naar boven. Ja, laat even zien. Ik ben benieuwd wat er boven doet. Is dit jouw huis? Nee, hij woont niet in de Jordaan. Dat weet ik toch niet? Ja, kijk. Hallo, één huishouden. Wie is wie? Waar zijn de vrouwen? Mag ik zeggen dat dit... Nee? Oké. Okay. Ja, we zitten hier met allemaal oude vrienden gewoon... Politie. Dit zijn te veel mensen. Nee, dit is één huishouden. Ik bel de coronapolitie. Dit is één gangbang, dat zie je gelijk. Jij denkt dat het een gangbang is? Hier staat het pannetje Kloewijn in ieder geval. Lekker! Oh, ja. Nee, het kan blijkbaar niet. Dennis begint dan weer mij erbij te naaien, waar hij ook niet vies van is. Nee, maar Fabiola heeft het over een gay gangbang. Nee, gangbang. Oh. Ja, daar zou ik ook om lachen. Gewoon lachen, toch? Ja, nee, ik lach met de pletter hier. Maar goed, lieve Mark, heb jij nog een vraag voor Fabiola? Wat verdien je met OnlyFans? Die hebben wij ook al gesteld, maar vertel het nog maar een keer. Ik moet echt even naar het toilet. Jezus, ik zag Fabiola niet zitten, maar toen ze even naar beneden dood doen. Nou, laten we... Oh. Ja, maar je staat voor de verkeerde camera. Nou, kom maar even, schatje. Je wil even zorgen. Ja, ik moet echt naar de wc. Ze moet je pissen. Niet iets gaan uitzenden op OnlyFans, Dennis? Ja, als dat niet een mooie betaalmuur? Ik... Ja, wij hebben al Back Me, hè?
Back Me van Jan Roos. Over Back Me gesproken, is het geen idee dat jij een keer op het gezicht van Mark Baanders gaat zitten? Soort verduistering. Nee, hey jongens. Nee, dat kan niet. Zit in een serieuze show. Ja, precies. Zit in een serieuze show. Nee. Het is toch nog. Het is tijd voor jou. Je bent aan de beurt. Je bent aan de beurt. Ja. Bam, bam, bam. Van voor of achter, bam. Kijk, wijn, bier, alles door elkaar. Ja. Oh, doe ze net als dit iets bijzonders is voor die jongen. Dit is ontbijt voor Mark. Oh, Prince Charming. En wat zeg je dan altijd? Oh, en dan? Heerlijk. Ja, Dennis. Weet je... Dat Dominique, ik moest op het kamertje van Dominique komen en die zei één ding tegen mij. Die zei, joh, één ding kan je alsjeblieft nooit meer al heerlijk in een filmpje zeggen. Zetten, want ik ben er klaar mee. Ja, nou ja. Zijn ook wel dom. Mark, je hebt ondertussen Fabiola weggejaagd. Maar dat geeft niet. Heb je gezellig? Wil je onze lieve kijkers van Nieuw Nieuws en van Geen Stijl nog een speciale wens voor het nieuwe jaar? Zeker. Kom maar door. Ik zou zeggen, ik wil ze geen wens geven. Ik zeg tegen ze, alle nieuwe, al jullie mensen komen uit, want Omroepoon wordt 3 keer groter. Yo! Yo! Samen met... Hey, gozer. Lekker fuseren met BNN Vara. Lekker links, lekker meer doen. Dat zijn aannames, Dennis. Dat zijn aannames. Doei! En je weet wat ze zeggen over aannames. Assumptions are the mother of all fuck-ups. Mark, fijn dat je er even was. Goed uiteinde, jongen. We spreken elkaar snel. Geniet ervan, hè, daarvan. Dank je wel. Doei, lieverd. Neem een lekker oliebolletje. Ja, oliebolletje van me. Dat doen we. Zo, en dus dat was Mark Baanders. Ondertussen je hebt mij verkeerde oliebon gegeven. Ik wil andere. Dit zijn wat die is zonder crème. Nou niet goed met die oliebollen? Ja, dit zijn zonder crème. Die zijn zonder crème. Lopen we nog op schema? Zijn we bij het volgende onderwerp? We lopen heerlijk op schema, man. We gaan naar Roddelpraat toe. Gaan we naar Roddelpraat? Ja, we gaan hier iets doen wat we eigenlijk niet willen. Gaan we naar Roddelpraat? Ja, we gaan naar Jan Roos uitzenden. Yes! Jannie! Jannie. Ik ben echt gek geworden op Jannie. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Jannie een soort van geldmachine is geworden. Weet je hoe mijn kat heet? Jannie? Ja, Jannie. Ja. Vernoemd naar de Jan? Nee, vernoemd naar mijn oma. Ja, serieus. Ja. Weer een glaasje champagne, jongen. Ik wilde wel een glaasje champagne bij. Ja, dat dacht ik al. Heel gezellig. Kijken er überhaupt nog mensen? Ja, volgens mij gaan we best prima. Dat is Fabiola aan het doen, die komt er ook alweer. Fabiola is even aan het vingeren. Ja, ik moet even mijn slipje afdrogen. Ja, moest je afgedroogd worden. Verkoop je die dingen ook? Nee. Oh, gelukkig. Lekker Dennis, gezellig zo in beeld op tv eten. Je hebt servetjes toch? Wil je een servetje? We hebben een tuigendoos. Oh, ik heb, nee, dit is de FAP-doos is dit. Moet iemand nog een grap maken met snuiven van poedersuiker? Of, Heeft Jan Roos al gedaan. Oh, dan laat maar zitten. Zei hij, dat is Patty Brat. Wat grappig. Echt ontzettend grappig en heel erg voor de hand liggend. Proost, jongen. Ik kreeg toch... Oh ja, champagne. Ja, vind je het nog een beetje gezellig? Of, ik vind het een groot succes. Ja. Fabiola, kom je er weer bij? Fabiola is even een ander pakje aan het aantrekken. Ja. Ik heb haar Insta gezien, die heeft echt gewoon voor elke 5 minuten een ander pakje in de leven. Eigenlijk ik wel. Ik heb dus ook beelden gezien op mijn website. Daarin zag ik dus dat Fabiola iemand oraal bevredigde. Ja, was jij dat? Met een panty over de hoofd. Oh, er wordt dit soort gebaren nu achter de camera gemaakt. Mag niet besproken worden. Maar dat... Nee, wacht. Het is een beetje zeg maar hetzelfde onderwerp als dat... er ook geruchten rondgaan naar Dominique Weersie met redactieleden wel eens deed. Nou, dan krijg ik altijd dit gebaar. Denk je dat ik dat was? Dat het nog is? Nee. Tel nog even. Nou, we hadden het over jouw auto of over jouw fellatio-kunsten. Huh? Weet je wat fellatio is? Ja. Nee, maar heel serieus. Er werd mijn filmpje van de week doorgestuurd. Daarin zag ik dus iemand met een bivakmuts op. En ik zag de ogen en die leek op die van jou. Die stuurde mij, Fabio. Maar jij hebt ook blauwe ogen. Dus... Groen. Maar, echt? Ja, echt. Nee, ja. Blauw. Oh, ja, zo is het verschil. Als die gewoon bovenop ligt, moet je hem wel aankijken in zo'n ogen. Maar mijn vraag is, heb jij die beelden de wereld in geslingerd? Denk jij dat ik het ben? Ja. Hoezo denk je dat? Omdat ik jouw gezicht dacht herkennen. Ik zag dus een... Dacht. Nou, ik vond wel... Ik dacht, als pijpt, dat je dat, dan zou je zo pijpen.
Nou... 12 seconden en weer naar huis. Ik denk dat... Nee, maar ik denk... mensen die doen heel veel dingen om... Zeg maar dat ze doen, qua ook Photoshop. Dan heb Wacht ik gewoon... even, ze doen heel veel dingen ja, kijk, ze voor, ik heb een lingeriefoto geplaatst en dan photoshoppen ze gewoon mijn naakt. Oh, deepfake. Huh? Deepfake. Ja, ja, ja. Dit echt ziek. Die... Maar wat ik alleen wil weten, was jij diegene die aan het pijpen was? Ja of nee? Als je er echt achter wil komen, link in de bio. Dan moet je even gaan pijpen. Dan moet je even gaan pijpen. Nee, maar, dan kunnen ze het zien of het echt is. Maar ja, ik... Dus als je nou Dennis even wil pijpen... Link in de bio. Wat we gaan door naar het volgende filmpje. Jij het was. Dan trekken we even een pentje over je hoofd. We gaan door naar het volgende filmpje. Ik denk niet dat ik het was, maar swipe up. YouTube gooit het filmpje straks nog offline. Als we nee, je mogen het er wel over hebben. Je mag het alleen niet laten zien. Nou. Dennis, jij kwam ooit in contact met John de Mol. Ja. Je zag het helemaal nou, zitten. Het was dus heel mooi. Kom met je rollenpraat naar mijn YouTubers channel, ja. My Makers ja. Gebeuren. Ja. En dat duurde 2 weken. Nou ja, kijk, wat dus het verhaal was. We hadden op een gegeven moment dat rollenpraat gebeurde. Eerst met Mark, die net dus inbelde. Ja. Mark mocht niet meer van Poont. En toen moest ik iemand anders. En toen kwam Jan. En die zei, ik vind dat leuk, ik heb niks meer te doen. Nou, Jan, kom binnen. En toen vond John de Mol dat kennelijk leuk. En die zei, kom praten, kom bij ons in de familie. Dat hebben we gevierd. En 3 minuten later werd ik ook weer de familie uitgegooid. Ja. Daar heb je beelden van. Daar hebben we beelden van. Geweldig nieuws. Ja, prachtig nieuws. En niet zomaar nieuws, maar nieuws over onszelf. Ja, en we waren Vertel ik jij was het uitgenodigd door John de Mol. John de Mol, dat is de godfather van de Nederlandse entertainment industry. Dat bedoel ik. En nou ja, Talpa heeft een soort van MCN. Dat is zeg maar dat alle YouTube-kanalen onder Talpa. En daar zitten wij ook weer bij. Ik ben uitgenodigd met champagne, getekend. En dat betekent dat zij eigenlijk nu alles beheren een beetje op ons YouTube-kanaal. Gefeliciteerd. Ja, jij ook. Leuk. Fantastisch. Gefeliciteerd met je broer en met mij. Ja, ja, geweldig. Goed. Dus wij zitten nu in de John de Mol-stal. Ja, had jij verwacht ooit nog bij Talpa te komen? Nee, eigenlijk niet, want John had er toch alles aan gedaan om dat te voorkomen. Ja. Maar John, hier ben ik! Ja, we zitten nu in een familie. En weet je wie er ook bij zit? Grote namen zoals Stuk TV. Zo. Gio Latoy. Wie? Ja, ja, ja. Maar ook onze vriendin Alice Olstorn, die zit er ook bij. Alice? Ja. Oh, dat vind ik zo'n leuke meid. Die was een tijdje geleden nog boos op ons, naar aanleiding van het Nikke Tutorial verhaal. Ze is nog boos. Ze is nog boos? Oh. Maar we zitten nu bij dezelfde familie. Ja, dat moeten we dus hopelijk nog gaan oplossen. Ja, Alice is natuurlijk een fantastische, getalenteerde vrouw. Nou, dat is ze natuurlijk allemaal niet. Maar ze is transseksueel, dus heeft ze een prijs gewonnen. Alice, gefeliciteerd! Dankjewel! Je bent de eerste winnaar. Heb je een speech of heb je wat moois te zeggen? Al mijn kijkers, super bedankt. Super bedankt aan de Best Social dat jullie mij als tranny een platform geven. Dank aan mijn manager, dank aan iedereen en de kijkers. En daar is... Zien later. Jij bedankt Alice, je bent geweldig. Hey, mag ik even wat zeggen, Dennis? Dan moet je opletten, ik wil gaan zeggen dat ik dat als tranny kan winnen. Wacht even. Je bent maar als wij wat zeggen over tranny, dan is het helemaal mis. Ja. Zij wint de prijs. God mag weten waarmee, want ik heb gekeken wat die vrouw maakt. Nou, ze is echt alleen maar bagger. Ja. En dan mag ze zeggen, oh mijn god, dat ik dat als tranny kan winnen. Dus aan de ene kant moeten we zeggen dat ze normaal is, maar als ze iets wint, is het, oh mijn god, dat ik dat kan winnen als tranny. Dat is toch heel raar? Ja. Onze familie dit nu. Wat? We hebben een tranny in de familie. Oh, je bent helemaal welkom. Kom lekker bij ons. Oh, je bent helemaal super. Dat wordt gek. Oh, geloof leuk. We hebben een tranny in de familie. Oeh. Ja, lieve mensen. In het midden zag u de zus van Dennis Schouten die de soort rol van Jan Paparazzi vervult. En werkelijk waar helemaal niks zegt. Daarentegen Jan Roos ging helemaal los. Was het punt waarop... Waarop ze bij John de Mol zeiden, maar met jou willen we niks meer. Mijn lieve zusje was wel getuige van de minuten van het moment van aankondigen dat je bij Talpa zit. Op het moment dat je eruit wordt gegooid. Want eigenlijk achteraf is het heel ludiek. Je mag bij Talpa komen. En ik zei nog van, nou, vind je dit wel leuk? We maken ook grappen over anderen. Nee, allemaal best konden bij. De programma's leuk, zien we toekomst in. Nou, ik hartstikke mooi en hartstikke doen. Nou, en toen kwam dus dit grapje over die Alice van Trenny. Toen kreeg ik dus een mail van iemand van Talpa. Jullie hebben het T-woord gebruikt. Het T-woord. Ik dacht ook wat. Teringleier. Ja, maar ik wist ook niet wat het T-woord was. Dus, nou ja, toen moest ik op. Trenny staat op een lijst van verboden woorden. En Alice nam de aanstoot aan. Alice was verdrietig. Alice was gekwetst. En we hadden geen Trenny meer in de familie. Nee.
Nou, er was nog wel een trainee in de familie, alleen jij werd de familie uitgegooid. Ja, ja, trainee, de trainee in de familie zit je nog. Wij zitten, ja, precies, wij niet meer. En ja, ik vond het wel een heel komisch punt. Maar dat is wel een beetje hetgeen wat ook wel, zeg maar, Roddenpraat typeert. Het is een programma, het gaat alle kanten op. En het levert iedere week gedoe op. Dat gedoe komt nooit naar Jan, dat gedoe komt altijd naar mij. En ik vind onder andere, eerst vond ik het heel veel, toen ben ik ook gestopt, want toen levert het geen stuiver op. En nu leeft het, iets leuks op. En toen nu laat ik Jan maar gaan. Ja. Nee, maar je moet Jan ook lekker laten gaan. Het programma is gewoon hartstikke leuk. Maar dit is wel een beetje waar ik heel moe van word. Dus waarom mag zij wel trainee zeggen en wij niet? Sinds wanneer heb jij het alleen recht om op dat woord te gebruiken? Ja, dat is dus. Maar dat is hetzelfde als het N-woord, waarvan ik ook ooit de fout heb gemaakt door het uit te spreken. En waarvan ik dacht. We hebben het dan over neger. Ja, maar dan de Amerikaanse uitspraak. Ja, kijk, maar er is een verschil tussen nigger en neger. Ja, dat snap ik. Maar Jeroen Jans had dus ook dat woord gebruikt. En toen is hij ontslagen in Engeland, of in Amerika, bij een voetbalclub, bij Cincinnati. Daar ligt het iets anders. En kennelijk is er nu ook een groepering van mensen die ervoor hebben besloten om van geslacht te veranderen. Wat ze echt zelf moeten weten. Lekker doen. Echt, precies, het is zo prachtig dat het kan. Maar op het moment dat je daar dan een grapje over maakt, zeker als je zelf zegt dat ik als trainee die prijs kan winnen en je herhaalt dat en maakt een grapje van. En dat is dan een reden om te zeggen, nou, toelidoki. Nou, jij wilde zelfs nog in gesprek met haar. Joh, ik wou nog met haar in gesprek en met Tab, en dat mocht allemaal niet meer. Oep, je moet eruit. Ja, achteraf kan ik er wel om lachen. Maar nee, wel maar je doet het ook goed. Je bent met Jan, heb je dat programma doorgezet. Dat is hartstikke succesvol. Daar verdien je geld mee. Dat is hartstikke goed. Maar dit is wel een beetje punt ook wat we net ook aanhaalden. Gewoon heel erg moe wordt dat ik daar geen grappen meer over mag maken. Of dat ik daar geen opmerking over mag maken. Nou ja. We zeggen, trendy mag je niet zeggen. Dit mag je niet zeggen. Wat je mag niks meer wat zeggen. Wat vind jij, was jij bekend met het T-woord? Dat dat niet meer mag. Transgender, dat niet mag. Trendy. Trendy. Wat is dat? Trendy is zeg maar een soort van verkleinwoord. Als je zelf transgender bent, dan zeg je, ik ben trendy. Nee, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het bestond. Oké, okay. Maar dat wisten wij wel, niet. Ik wist wel van... Het N-woord. Nee, ik wist wel van Alice. Alice. Ja, ik was echt geabonneerd en ik kijk elke video van haar. Ik ben echt helemaal fan van haar. Dat want, wel. Wat maakt haar zo leuk dan? Gewoon, ze is zichzelf en ze is een beetje schijt aan de... Nou, dat is ze niet, want ze heeft zich laten verbouwen. Nou, dat kan echt niet. Als dit bij Thomas staat, gooi je van... Zonder mol heb je nooit van mij gehoord. Nee, kijk, ik kom daar toch niet dit was echt een Jan Roosje, deze grap. Super. Ze zal heus niet geaccepteerd worden door heel Nederland. En ze heeft alsnog scheid en ze is alsnog zichzelf. En dat vind ik heel sterk als ze dat blijft doorzetten. Ja, maar dat is ze dus niet. Zij krijgt... Nee, maar kijk, zij krijgt heel veel haat en zij blijft doorgaan. Krijg jij ook? Ja, maar daarom heb ik respect voor haar. Maar laten we wel eerlijk zijn, kijk naar jou kijken een hoop mensen. Naar Alice kijkt echt drie man in een paardenkop. Met alle respect, dat is echt een no-no. Nou, ik kijk er wel naar. Nou, jij bent één van die drie mensen. Ja, het is een beetje, kijk, zij is van geen stijl. Maar weet je, kijk, zij voelde zich niet lekker, omdat ze zichzelf niet was. En is zich gaan aanpassen, zodat ze zich meer zichzelf kan voelen. En dat is alleen maar goed dat kan. Dat moet ze doen, zeker, joh. Dat is echt geweldig. Ja. Maar weet je dat je dan gaat zeiken, omdat hij trendy zegt, terwijl je het woord verdomme zelf gebruikt. En dan gaat pleiten bij Talpa, gooi die gozer eruit. Niet eens in gesprek wil. Dat trek ik niet. Dat is een. Je geeft jezelf een alleenrecht waar je gewoon geen recht op hebt. Als ze gewoon in gesprek was gegaan met Dennis, dan was ze erachter gekomen dat Dennis gewoon een leuke gozer was. En dat hij misschien. Oké, als je het zo uitlegt, gebruik het woord niet meer. Daar staat Dennis, denk ik, echt wel voor open. En daarmee gooit ze een deur dicht. En dat trek ik niet. Ja, dat heb ik niet meegemaakt. Maar wat het nu ook zo is, ik heb het een. Lucie, maar gewoon ik. Ik vind haar leuk als mens. Ik kijk haar video's. Oh nee, maar ik kan me wel voorstellen als je haar video's bekijkt. Wat met jou nog ongeveer 1000 anderen doen. Dat is niet veel. Kijken er minder mensen dan naar mijn filmpjes? Poeh. Zelfs, ja. Nou, ik vind jouw filmpjes niet super opgesteld. Maar jullie hebben ook lulden over nieuws. Nee, Dennis. Dit woord mocht niet. Dat hadden we afgesproken. Nee, dat is een vorm waar kijk en echt drie man in een paar. En ik heb je nog een keer gezegd, wij doen politiek. Ja. En daarin doen we het En lulden over nieuws, dat doe je goed, Bart. Bart is de baas van bedrijven. Ah. Ik vind het leuk om geschild bespreekbaar te maken. Maar die krijg ik nog wel op mijn bordje als Bart kijkt. Ah, fijn. Alice maakt wel iets voor een bepaalde doelgroep waar ik me voor kan voorstellen dat die beperkte doelgroep dat mooi vindt. Nu heb ik niet het idee dat jij twijfelt aan jouw gender. Nee, maar ik vind het gewoon... Ik twijfel ook niet aan jouw gender. Ik vind het gewoon echt mooi hoe zij zich profileert dan ze scheidt hebt, dat ze uitkomt dat ze het is. En heeft ze dus niet. Maar stel voor, kijk, jij hebt ruzie met haar gehad en ik weet er niks van. Ik wist het echt niet. Nee. Maar ik vind gewoon haar...
content leuk. Hoe ze het doet, vind ik leuk. Ja, punt. Klaar. Ja. De rest, ik bemoei me niet ermee. Als jij ruzie met haar hebt, heb jij, of discussie of whatever, heb jij het met haar. Ik ben dus nu met Jan bezig met een boek. Dat heet hem. Want ik gooi iedere keer als Jan zeg maar iets zegt waarvan ik niet vind dat het kan, druk op de knop en dan begin ik over de mediacode. En dus zeg maar een boek, dat is voor de helft wit en voor de helft zwart. En daarin schrijven we dus dan op wat je moet doen om er lekker bij te horen. En, dat is voor mij wel handig. Want ja, ik hoor er al een tijdje niet meer bij. Eerst, als je, stel nou, je bent een homo. Dat was grappig. Ja, die was leuk. Stel je bent een homoseksuele Marokkaan. Die eigenlijk vroeger ook nog een vrouw was. Dan word je op het schild gehesen op dit moment. Maar ben je gewoon wit man. Heb je blond haar en ook nog een enigszins rechtse opvatting. Ja, dan is het wel redelijk klaar met je op dit moment. Maar het is wel dat er op dit moment mensen die afwijken van de gemiddelde Nederlander worden echt overhyped in de media. En die krijgen de fantastische plekken, want dat is iets waarin we zijn dan door. Dan komen we weer op die Divi-bokaal. Divi-bokaal? Dat heb je niet meegekregen. Je moet af en toe wat nieuws volgen. Dat was ons nieuws. Bij de NOS, onder de auspiciën van Marcel Glauf, hebben ze op een gegeven moment een bokaal in het leven geroepen die je elke maand kon winnen. Als jij maar genoeg negers, Marokkanen, mensen met een niet-westerse achtergrond, of hoe je het ook wil noemen, in jouw item stopte, dan kon je die bokaal winnen. En daar is onder andere Zoer, die we net aan de telefoon hadden, en heel veel Marokkaanse mensen, mensen die niet uit dit land komen, met een kleurtje, waren daar pissig om. Ja. Ik wil niet gevraagd worden vanwege mijn achtergrond. Nee. Ik wil gevraagd worden vanwege mijn kennis en kunde. Ja, precies. En dat is heel triest. Ja, dat is het ook. Hoe laat is het, jongens? Hoe lang hebben we nog te gaan? Kunnen we al bijna van 2020 af. Bijna. Tot 25 minuten. Want we hadden net Reinoud. Maar ik heb ook nog een filmpje van Reinoud. Reinie? Oh, sorry. Ja, ik noem hem Reinie. Jij kent hem wat langer dan ik. Toen die kamer was het Reinoud. Maar nu hij een soort van verslaggever is die het goed doet, is die Reinie. Ja, jij vindt dat hij het goed doet? Ik vind ook dat hij het goed doet. Nee, ik moet echt zeggen, ik vind dat die jongen wel talent heeft. Ja? Ja? Nou. Oké. Dan gaan we even kijken, want Reinoud ging ergens. En ik weet echt, god niet meer wanneer het was. Amersfoort, denk ik. Het was in Amersfoort, dat weet ik wel. Maar wanneer? We zitten ergens, denk ik, augustus. Nee, toen was ik op vakantie, toen Reinoud hetzelfde. Dat was in augustus. Ja, super. En toen dat was zeg maar die fase dat die lockdown wat harder werd, maar dat het weer steeds mooier werd. En toen ging men in Den Haag, Utrecht en in dit geval in Amersfoort steeds vaker de straat om te rellen om het rellen. En daar was Reinoud in Amersfoort. Gaan we daar even naar kijken. Sneeuwkamer? Oké. We filmen jou niet, maat. Oké, dan gaat het helemaal fout. Ben je nog aan het filmen? Ja. Ah, Hij is heel snel weggerend. Gaat het? Ja, de sfeer begint wel erg grimmig te worden nu. Aten, onze cameraman, die heeft net een tik gekregen. De camera ook. De politie zat er gelukkig bovenop, maar het was eigenlijk al te laat. Hij is keihard weggerend. Ja, hij gaat even wat bier halen, jongens. Ik heb net een vechtpartij gehad. Heb je toch al een vechtpartij gehad? Hier al. Heb je gevochten? Ik heb gewonnen. Ja, gewonnen? En nu gaat hij even een biertje drinken? Ja. Nee, maar we moeten gewoon kort haken, jongen. Gewoon kort houden? Ja, het is het beste. Klap me naar Mark. Ja. En die checken, ga maar mee. Nee, meteen kort haken. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, ze rennen dan die politiemensen achter die Marokkanen, maar ze rennen ook niet meer dan 10 meter. Nee, dan lopen, we komen nog wel een keer tegen. Volgens mij, die jongen is achteraf wel opgepakt door deze beelden, heeft hij aan de politie gegeven. Hun hadden het geblurd, ik vond dat niet hoefde. Maar ik was toen op vakantie, maar in die zin, dat was wel Reinouds eerste reportage en dat deed hij op zich knap. Maar dat was wel een beetje het moment van toen, dat mensen zich nu kennelijk zo erg verveelt, dat je een bepaalde groepering hebt in Nederland, die maar denkt, ik ga op straat staan, ik ga lastig zijn en... De politie is er maar druk mee. Ja. Er was een voorbeeld ervan. Maar ja, dit maken we, heb jij en ik ook toch wel vaker meegemaakt, dit soort dingen. Opgeschoten jochies, ja jongens, het hoort er een beetje. Ja, maar het is wel sinds nu die coronacrisis echt speelt, dat men steeds vaker denkt, wij komen, we vervelen ons, dus we komen onder de noemer opstand of protest, gaan we met z'n allen vervelend doen op een kruispunt. Ja. Nou, dat is, ik weet niet, doen ze dat ook in Stadskanaal? Hebben ze de kruispunten? Nee, genees. Alleen maar rotondes, hè? Alleen genees. Nee, platteland. Nee, Stadskanaal niet. Nee, nooit de slogans. Ik heb ooit de slogan van Stadskanaal is toch stoplicht op rood, stoplicht op groen, nee, Stadskanaal. Dat is Almelo. Je bent wel een keer in Oude Pekela geweest. Dat is bij jou in de buurt, hè? Ja, dat is gewoon 10 minuten van mijn huis af. Ja.
Goed, oude niet... Pekela is 10 minuten van jouw huis? Ja? Ik vind dit abnormaal. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, nou ja, dan dat is eigenlijk wel een beetje... Maar dan woon je wel een heel treurig stukje Nederland, toch? Ik ben verhuisd, ik woon niet meer er. Nee, dat klopt. Ik ben Noordwijk. Maar procentueel, als je gewoon kijkt naar onderzoeken, bleek dus dat daar de ongelukkigste mensen van Nederland wonen, hè? Ja, ik had het inderdaad gezien en gehoord, inderdaad. Maar ja... Hoe was het leven in Oude Pekela? Nou, ik maak van alles een feestje. Oh. Ja? Hoe doe je dat? Gewoon hoe je jezelf instelt. En wat hoe stel jij jezelf in dan? En wat je zoekt... En wat je zoekt, dat krijg je, weet je ja? wel. Daar geloof ik echt in. Als je, okay. je bent gedreven om iets te bereiken. Ik denk dat jij alle Xenos-tegeltjes aan de muur hebt hangen. Nee, ik heb geen enkel tegeltje aan de muur. Okay. Maar als jij daar nou in gelooft, en werkt het voor jou ook? Want je zit me net even, toen Dennis even naar de wc was, ook te vertellen... Dat heel veel mensen niet door je heen willen prikken of prikken. Nee, klopt. Maar ik vind het misschien ook wel niet hoeven, omdat het ook wel... Ben wel beschermd voelt. Niet iedereen hoeft te weten hoe ik echt leef. En hoe maar jij echt geeft op je Insta en op je OnlyFans best veel. Maar je krijgt ook heel veel haat voor terug. Ja, klopt. Word je daar niet een keer helemaal moe van? Of doet het je niks meer? Het doet me vrij weinig. Maar soms heb je wel natuurlijk dagen dat je denkt... Oh, weet je wel? Maar dan gewoon kijk even, ik... Vandaag op maandag even niet. Nee, ja. Tuurlijk. Maar dat heeft iedereen. Je kan niet ontkennen, ook al ben je... Oh, het scheidt dit, bla bla bla. Iedereen heeft dat. Iedereen. Hoe bekend je dat ook? Maar zelfs Beyoncé, die doet alles goed. Maar toch, in bepaalde mensen hun oog, doet ze dingen fout. Zelfs hoe bekender je wordt, hoe meer kritiek je krijgt. Ja, is gewoon je ligt onder een vergrootglas. Ja, als je kop boven het maaiveld uitsteekt, wat gebeurt er dan? Ja. Maar ik zat dus afgelopen week zat je in een hele... die verkopen ze niet bij de Xenos op tegeltje, hè? Maar ik zag dus van de week dat jij in een duur hotel was aan een snelweg. Ja. En dat je dan allemaal schaarse filmpjes maakt. En dan zullen die mensen die auto niet voorbij rijden misschien. Ja. Maar huur je dan speciaal een suite erin in een hotel om daar dan sexy, erotische filmpjes, foto's te maken? Ja, ik kan je gewoon zeggen, ik huur tweede nacht een suite voor €800 voor daar gewoon mooie content te maken, gewoon zelf. Ja. En dat levert, maar dat komt wel uit. €800 is niet een. Nou, ik investeer altijd veel in mezelf. Ja, en in woningen. Ja, en in woningen tegenwoordig wel, ja. Ja. Daar ben ik ook blij om. Maar heb je nu een huis gehuurd of gekocht? Denk jij? Maar ik ga niet zo. Nou ja, kijk, ook sorry wat, hoor. Dit is allemaal heel erg financieel gericht en ik praat liever niet over. Nou, kijk, weet je wat het is? Ik poch niet liever, weet je wel? Ik zeg wel, investeer in woningen. Dan gaat het goed. Als je niet wil pochen, dan gaat het goed. Punt en klaar. Meer niks. Je investeert echt in woningen, of was het in het liedje? Nee, maar wat het gewoon meer is, ik zal het zo stellen. Kijk, ik ben in loondienst ergens. Dus als ik dan naar een bank ga, krijg ik een hypotheek. Nee, precies. Dat is moeilijker om een hypotheek te krijgen. Ik heb gewoon eigen bedrijf, punt. Oké. Okay. Dat gaat hartstikke goed volgens mij. Ja. Nou, dat is toch mooi. Als je in Noordwijk een mooi huisje hebt. Maar waarom in Noordwijk dan? Want je komt er vanuit Groningen. Waarom ga je naar Noordwijk? Ja, ik heb iets met de strand en mijn vader is overleden. En die zei altijd, als ik kon nog verhuizen, zou ik in Noordwijk willen wonen. En ik ben daar verhuisd. En in het Stadskanaal woont dan jouw moeder? Ja. Wat vindt hij ervan? Dat je helemaal op vakantie Die komt gewoon. Ik heb genoeg slaapkamers. Die kon gewoon bij me logeren als ze wil. Oh. Hoeveel slaapkamers heb jij? Het is altijd welkom, mijn moeder en mijn familie. Dus als hoeveel wij een dagje naar het strand willen? Als ik nou een dagje naar het strand wil? Dan kan je hotel naast me boeken. Nou, maar je vriendin is wel welkom. Ik heb een vriendin tegenwoordig. Dat is een soort van scharrel. Die is welkom. Die is wel welkom. Ja. Je bent ook voor de vrouwenliefde, want een beetje bier is niet bar zijn, hè? Ja, precies. Ja, even lekker scharen. Nou, Natasja houdt er wel van. Ik weet niet van vrouw, maar ze heeft wel een hoog libido. Ze heeft een hoog libido. Ik heb haar gisteravond moeten teleurstellen, dat ik een beetje hoofdpijn en buikpijn zo laag in mijn bed. En een vrouw die zelf aandringt tot seks. Ja. Was ik niet gewend, maar ik heb het toch... Dat was je niet gewend, hè? Nee. Nee, ik was altijd zelf normaal. Maar je zei letterlijk, ik heb hoofdpijn. Ja. Heb jij dat wel eens gehoord? Hoofdpijn. Heb jij wel eens gehoord dat je daar in een van die leuke pakjes klaar ligt en dat de gozer zegt, ja, sorry, ik heb hoofdpijn. Die situatie heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Ben je toch een aparte jongen? Ja, maar ik doe het niet voor seks, ik doe het voor de innerlijke vrouw. Prachtig, helemaal goed. Ja. Maar ze is wel super knap, dus ik geloof dat niet. Is ze knap, ja? Super knap, echt top. Echt een typische 6,5. Heel leuk. 6,5? 10 plus. Nee, ze is echt knap. Ja. Echt knap. Is ze ook lief?
Ja. Ja, ze is super lief. Maar slim. Ik, toen ik haar ontmoette, was gewoon ja, heel chill. Waar heb jij haar ontmoet? Op zo'n lockdownfeestje bij Gio, of niet? Nee. Ik heb haar ontmoet een keer ergens in Amsterdam met uitgaan. Oh, ik ging bijna naar een verboden onderwerp, hè? Ik had haar ontmoet met in Jimmy Woo in Amsterdam. Jimmy Woo? Wie kent het niet? Wie kent het niet? Ja, dat is schijnt een hele hippe tent. Oh, ik ken het niet. Ja, maar... hip, weet je. Ik blijf er van weg. Okay. Ja, Natasja is heel hip. Ik ben ook niet hip. Nee, je bent ook niet hip, maar je doet het wel goed qua vrouwen aantrekken en zo. Zeker, die willen allemaal ook beroemd worden. En dan ja, beloof ik dat ik ze ook beroemd maak. Hé, hey, jongens, nog 18 minuten. Dan? Oh, zeg ik dat goed? Nieuwjaar? Nee. Jawel, wel 18 minuten 17. Maar ja, kijk je ernaar uit? Ja, ik tel echt af. Jij ging om 12 uur strippen, begreep ik. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling, volgens mij. Dat stond niet in de script. Nee, bij ons wel. Leuke dingen doen met die fles champagne, dat we hem daarom leeg hebben zitten zuipen. Ja, die filmpjes heb ik al gemaakt. Dus, die staan op OnlyFans? Ja, die komen er op vanavond. Met een champagnefles? Ja. Wat doe je dan met die fles? Dit is een andere fles hoor, echt waar. Nee, het was die. Het was deze. Het was deze. Swipe up. Link in de bio. Bij mij valt ik vind dat dus, ik weet wat het is, ik weet dus dat heel veel mannen zijn. Ik kijk dus ook nooit porno. En ik vind je oprecht, omdat ik je ken, een aardige, leuke meid. En ik vind het knap dat jij, het is niet mijn genre, maar ik vind het wel knap dat vanuit wat je kan, dat je daar vanuit je werk maakt. Ja. Maar ik kijk dus nooit porno. Dus als ik dat altijd kijk je zie... geen porno? Nou, ja, weet je wat het is? Ik word daar niet opgewonden van. Ook niet als zeg maar een chick en jij vindt die chick leuk en ze stuurt je iets geils naakt. Als dat is zeg maar echt. Dan wel. Niet... Nee, maar als het dan zeg maar. Wel. Stel het is een dame die ik oprecht leuk vind, die stuurt iets alleen naar mij. Dan kan ik dat leuk vinden uit waardering, maar ik zal nooit porno opzoeken. Nou, weet je wat maar dat is toch ook een soort porno, hetzelfde porno. Ja, maar dat is heel. Person drive. Hoe zit, wat echt kut is. Want jij bent hoe oud nu? 25? Ja. Jij bent 20. Ik ben fucking 44. Ja. Dus als ik chance krijg met vrouwen. En die gaan hem op een gegeven moment foto's van de tieten sturen. Dan word je echt gestoord van. Hou daarmee op, wijven. Echt, het hele internet staat vol met perfecte tieten. Grote, kleine, peervormige, appelvormige, hangende jetsen, stevige jetsen. En dan gaat u bij uw tietes, die hangen. Hou op! Dat is echt erg. Als je vrouw over mijn leeftijd, die doe je gewoon niet meer. Denk je niet? Ik heb geen idee. Ik vind nou ook wel vrouw van 50 mooi tegenwoordig. Ja, die ben ik nog niet tegengekomen. Nou. Heb jij wel eens een vaste vriend? Ik heb nog nooit een vaste relatie gehad. En ga je dat bewust uit de weg? Ben je nooit verliefd? Of? Ja, ik moet altijd verkeerde types, denk ik dan maar. Ja, daar had je het net ook over. Dat... Ik geef mezelf maar de schuld. Geef je, ja, maar zou je dat wel willen? Dat vind ik echt verkeerd. Als ik eenmaal gelukkig ben, ik heb alles op orde, dat is wel bijna dan. Maar ik ben niet op zoek. Je moet ook niet zoeken. En dan zomaar komen. En maar ik denk wel. Tegeltje, komt ja. Ja, ik zeg tegel, kuttegel. Voor de liefde bestaat geen handboek. Er is geen handleiding. Geen handleiding voor nodig. Nou, dat is voor een jouw nieuwe alleen huis. Alleen handboeien. Alleen handboeien. Oké. Hey, we hebben een klok. Oh, we hebben een klok. Ik zie hem aflopen. Oh mijn god. Maar dit is dit is nog niet echt een feestelijk. Dit is meer zo'n klok dat de wereld vergaat, zeg maar. Ja, nee, dit is. Maar dit was even. Maar we hebben een klok. Dit is zo'n klok van die ene had zo'n aftelkalender dat de wereld vergaat. Ja, dat zei ik net. De Maya's. De Maya's, ja. En de Inka's. Oh nee, de Inka's. Ik geloof echt, ja. Jij gelooft erin? Nee, maar ik vind het wel te spannend. Ik kijk het altijd van, oh. Oh ja, je is al 2012, denk je dan? Ja. Oh jee, we hebben een complotgek hier achter bij de techniek zitten. Willem Engel gaan we weer demonstreren. Ja, de dansleraar. Ken jij Willem Engel? Nee, dat dacht ik al. Wie is dat dan? Willem Engel is een meneer, is een dansleraar. En die is heel erg, die heeft geen respect voor corona. Daar kunnen we het best op neer. Ik ken nog één. En die verkoopt zichzelf als wetenschapper, omdat hij ooit 3 dagen op een universiteit heeft gezeten en 3 keer een onderzoek heeft gedaan, maar nooit heeft afgemaakt. En die gaat dan allemaal heel keurig vertellen over dat het allemaal wel meevalt met de corona. Hey, hoe zit het met de tijd? Laten we nog een filmpje zien of moeten we nog een filmpje? Waar zijn we nu dan? We zijn bij de boze man. Wie is ook weer de boze man? Dat is dat was dezelfde collega die op een gegeven moment ook bij Gordon voor de deur stond. Maar je hebt er ontslagen. Ah, ja. Nou, over Willem Engel gesproken. Willem Engel zette bij een demonstratie op touw. En in dit geval tegen het NOS. Want dat verkondigt fake nieuws. Ja, daar word ik zo moe van.
Oké, we zijn met nieuw nieuws. En ik was benieuwd wat hier allemaal gebeurde net. Nou, als je goed hebt geluisterd, ja, dan heeft die meneer, Jan de Neut, heeft dat helemaal, ja, perfect verteld. Nou, dus ik heb eigenlijk verteld niks meer toe te voegen. Ik hoop dat je dat hebt opgenomen. Ik heb gehoord. Nee, kut, heb je 100 vragen. Precies. Die kan je nu gaan stellen op kankeren met de microfoon. Oei, joh. Oprotten. Oké, nou ik kan het ook lezen en normale vragen gaan stellen. Als je het goed hebt gehoord, die meneer heeft het daar ontzettend Dennis, goed verteld lezen, en dat is het. Ja. Nou, ik was. Nou Dennis, dat deed je toch wel weer keurig hoor. Even opkomen voor je collega. Nou, dat was dus dat meisje, dat begon voor haar eerste werkdag. En dat meisje ken ik dus van First Dates. Dat is een programma, dat zag ik haar. Toen stuurde ik haar een bericht of ze misschien met mij op date wou. Serieus? Toen had ze al een vriend. Ja, heb jij zo'n hoog libido, jongen? Echt? Nou ja, nee, op date. Hij kijkt niet porno, maar wel een hoog libido. Ja, nou, nee, dat is wel beter. Dus daarom moet hij in die DM slijden. Maar goed, dat meisje was niet geïnteresseerd in een date, maar wou wel aan de slag met nieuw nieuws. Dus dit was haar eerste item. Dus ik denk, als ik niet met haar op date kan, dan ga ik mee naar haar eerste item. Dan kan ik haar toch zien. En dan dacht je, misschien krijg ik het dan alsnog voor elkaar. Niet gelukt. Maar daar ging het direct mis met die beste man. Kijk, maar dit typeert nou wel natuurlijk wel een beetje die mensen. Want je hebt nou een groepering die als, zeg maar, Mark Rutte een persconferentie houdt, die op potten en pannen gaan slaan. Sterker nog, ik woon in een potten en pandemie. Ja, en sterker nog, ik woon aan de overkant bij mijn appartementencomplex. Daar zie ik ook, zeg maar, de ruiten van andere mensen. Die hebben allemaal vlaggen van Jensen ervoor staan. Dus het is best wel een grote groep. Die mensen, dat blijkt ook heel erg hieruit. Als je ook maar één kritische vraag stelt aan die mensen, die hebben helemaal in hun hoofd hoe het nu zit. Dat corona allemaal fake is en dat de overheid dit en dat wil. Ja, dan worden ze direct woest. Nee, jongen, je ziet het ook. Daar staan op een half vies bij, jongen, dat je echt denkt. Ja, en het lullig is, kijk, dat ik heel graag wil dat die mensen ook gehoord worden, dat hun vragen ook min of meer beantwoord worden. Dat ze kritisch zijn is prima. Maar dat kan niet. Als ik ook, ik kom niet zoveel meer op demonstraties, maar dan kwam ik weer eens op zo'n boerendemonstratie en er stonden er een paar van die randebielen die niks met die boerendemonstratie te maken hebben. En die beginnen dan zo'n heel verhaal over de regeringen, het zijn allemaal pedofiele netwerken. En die fase zijn ze nu. En daar kan ik niet tegen. Er is namelijk geen gesprek mee te voeren. Nee, die zijn als jij tegen ze zegt, ja maar, hoe kom je daarbij? Je moet zelf eens gaan lezen op het internet. Ja, ja, dat moet je dus juist niet doen. Nee, dan tref je tegen. Maar het is hetzelfde als je op internet invoert, ik heb buikpijn, een beetje hoofdpijn, dan heb je altijd kanker. Ja, dat ja, zegt internet ook. En dat is hetzelfde als voor die mensen, die alles is anti-overheid en pedofilie en die drinken bloed. Geloof jij daar ook in dat er een boel mensen in de Tweede Kamer zitten die pedofiel zijn? Ja, er zal er wel een eentje tussen zitten. Ja, er zal altijd eentje tussen zitten. Die hadden we net ingebeld. Nee. Zo erg niet, zeker. Maar, ach ja. Hè? Dat, dat zullen we. Zullen we nog een filmpje doen? Doe lekkere wijven? Zullen we even naar lekkere wijven gaan kijken? Ja! We hebben ook een keer. Ik zeg het en het beeld gaat het zwart. Echt, dat... Zijn we op zwart? Als we het volgende filmpje willen instarten, wil ik wel beeld. We willen wijven zien. Kijk, we hebben dat zijn mooie dames, meneer. Mooie dames, hé, wel mooie dames. Goed erop zetten, hè? Ja, klaar. Welke station, hè? Bent u liefhebber? Ik ben er liefhebber van de vijfje. Vijfjes van ziel. Misschien kunt u nog wat dichterbij. Wel dichterbij. Een beetje dichter. Hey, meisjes. Wel leuk, een beetje. Anderhalve meter wel, hoor, meneer. Ja, meneer. Wel anderhalve meter. Ik hou de man, oude man, hè? Oude viezerik. Oude viezerik. Klopt, hè? Wat zegt hij? Oude viezerik, zei je. Ja. Je krijgt er geen genoeg van, hè? Ja, ik kan er niet genoeg van krijgen. Hupse meisjes, hè? Wie zijn namen? Wat zegt u? Hupse meisjes. Hupse meisjes? Ja, heel mooi. Heel mooi. Oh, dank u wel. Wie zijn namen? Oh, nou, dat vind ik een beetje eng hoor. Nee, nou wordt het een beetje eng. Nou wordt het een beetje eng, hè? Alleen een naam. Alleen. Ik weet niet of dat een niet de telefoonnummer, hè? Meneer, alleen een naam. 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 Meneer, ik begrijp dat u geen ophouden kent, maar stop er maar mee. Meneer. Ja, zo is goed. Zo is goed. Ik heb het. Nu is klaar. Ja. Ik heb het. Tot ziens, hè. U heeft een vriendin. Nou, fijn. Au wiedersehen. Kunt u die foto's wel verwijderen? Kunt u ze verwijderen? Ja. Oké. No problem. No, verwijderen, ja. Nou, meneer, we gaan weer verder. Tjus. Bye. Au wiedersehen. Viel Spaß nog, hè?
En dit meisje is al. Maar u lukt het ook wel, denk ik. Kijk, hij is er nog. Hij blijft er nog. Oh my god. Nog even een totaaltje. Totaal shot nog. Voilà. Ze hebben niet zulke grote jopen als jij. Maar het waren mooie meisjes. Ja, zeker. Maar word jij wel eens zo op het strand gefotografeerd, ongegeneerd door iemand die gewoon voor je gaat staan en foto's gaat van maken? Ja. Ja, wat gebeurt? Ja, soort dingen maak ik mee. Want in mijn, zeg maar, in mijn regio heb je ook een strandje. En ik lag daar gewoon ongegeneerd, gewoon lekker in mijn... Een stadskanaal. Nou, niet in Stadskraal, maar in die omgeving. En ik lag gewoon met een vriend van mij. Gingen ze foto's maken van, oh, Fabiola met een nieuwe vriend. En ik zeg gewoon, wat? Ik heb helemaal geen nieuwe vriend. Het is gewoon een kennis uit mijn dorp. Gewoon een fuck buddy. Nee, genees. Gewoon echt een kennis. Yo, BGF. Gewoon een kennis die ik gewoon niks mee heb gedaan. En friends with benefit. Maar ik lag gewoon lekker in mijn string bikini, maar dat kunnen ze wel niet handelen. String bikini is goed. Ja. ja. String bikini. Wat ik ook nooit begrepen heb. Mensen van, kunnen niks handelen, ze worden al gelijk gek. Jij weet dat als geen ander. Waarom is het toch met kleding bij vrouwen en zeker bij lingerie dat hoe kleiner het wordt, dus hoe minder stof er gebruikt wordt, hoe duurder het wordt? Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. Nee, slaat helemaal ik vind het heel erg eigenlijk. Ja. Het is inderdaad waar. We gaan een petitie beginnen. Hoe hoerig ik die kleding, hoe hoerig de kleding is, hoe duur het wordt. Ja. Echt zo. Kijk, maar dit kostte gewoon iets van 200 nog wat euro. Wat? Ja. Voor echt? Ja. Nee, maar het ziet er op zich goed uit. Maar het schijnt niet door, hè? Oh, nee, het schijnt niet door. Okay, maar je moet iets verder voorover bukken. Maar? Ja, er zit een goede knop op. Dit is wel ordinair, hoor. Het is ordinair, maar wat is het maar ordinair? Dat wacht voor nieuwjaar. Dat is John de Mol, dit ziet. Speciaal voor ons. Maar deze jurk heb Kim Kardashian ook gedragen. Dus daar heeft Kim Kardashian gewoon tweedehands. Nou, ja. Nee, gewoon marktplaats afgedrokken. Nee. Maar Natasha, dus ja? Die vriendin die jij kent, die zegt dat ze een tijger-BH'tje kwijt is. Er zit een tijger-BH'tje onder, hè? Heb jij... Nee. Natasha heeft niet van een kleed. Nee, Natasha heeft niet zoeken... Dus dat kan niet passen. Nou ja, hij was wel wat te klein, dacht jij, toch? Nou, dat vermoeden heb ik wel. Dat hoort zo. Dat hoort zo, oké. Okay. Ja. Ja, ik word er af en toe een beetje verlegen van. Enfin, wat vond je van die man die op dat zo ongegeneerde dames doet? Dat zou ik niet eens kunnen. Maar ik ben echt gewoon iemand die gewoon bijna geen gêne kent. Die geen kut interesseert. Ik zou niet ongegeneerd iemand kunnen filmen, kunnen openen een meisje wat op het strand ligt. Maar dit is ook wel een beetje de reden in het extreem, in het kwadraat van dat dames bijna nooit meer topless gaan zonnen, hè? Nee, maar daar zit ook een goed ding aan. Vind je jammer, hè? Nee, maar er moet wel, lieve schat, er moet echt een leeftijdsgrens aan komen. Aan topless zonnen? Ja, echt. Waarom dan? Nou, omdat je ook wel eens op het strand ligt en liggen daar mensen van 65 plus. En je denkt, nou, dat hoef ik niet te zien. En die denken, ja, dus voor jou moet het 14 plus zijn of 16 plus? Ja, dat sowieso. Ik ken maar Tom, kom aan. 14 plus. Rekt het niet, dan scheurt het wel. Hè? God, oh god van god. Maar nee, ik denk ook een beetje aan je medemens. Denk dat. Je kan heel sexy over straat gaan. Maar als je 300 kilo weegt, zou je dan gewoon misschien de string bikini thuis willen laten? Maar ik zie niet zo vaak in Nederland gebeuren dan ze naakt zonder, maar in Spanje of zo. Dan zie ik het heel veel gebeuren gewoon. Oh, waar dan? Want ik heb een huis in Spanje. Maar... Je hebt een huis in Zeeland en in Spanje, maar kan ondertussen de hypotheek of de huurvaring betalen. Wat is dit? Dat is allemaal geërfd. Maar waar in Spanje liggen ze helemaal naakt dan? Want ik ben... Gran Canaria was ik toen en toen zag ik gewoon... Ja, dat liggen allemaal homo's. Pak je op het naaktstrand? Nee. Maar dat klopt wat ik zeg, dat zijn allemaal homo's. Nee, maar vrouwen. Maar ik, als Nederlander, ik was toen nog jong hoor, toen ging mijn moeder vakantie, zei ik ben dit niet gewend. Mama, waarom liggen hun naakt? Gewoon het boventopje dan, hè? Maar dan, zij naakt. En dan, maar je bent dan niet gewend. Maar tot het gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Zei ze, oh, zo lagen wij vroeger, toen wij jong waren, allemaal. Maar nu met de mediatijd is het anders. Ja, dat is helemaal anders, ja. Dat is triest. Dat is heel triest. Jammer, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar gelukkig hebben we Pornhub, maar daar staat een stuk minder op tegenwoordig, begrepen. Maar ik ben al heel blij met Tinder, ik moet echt zeggen. Weet je dat ik twee weken op Tinder heb gezeten? Ik heb ook op Tinder gezeten, maar... Tijdens die lockdown, ik dacht, dat is mooi, want dan hoef ik toch niet af te spreken, weet je. Echt... ook hier. Maar ik werd geblokkeerd. Ik dacht dat ik zeg maar de fake was. Is er iets in? We hebben een beetje champagne. Ja, champagne. We hebben alle budgetten overschreden voor deze champagne. Is wel lekker, hè? Ja, is dit nou de beste? Dit is echt een goede. Wil je kouwen? Nee, ik heb. Nee, of zuipen. Lauw is lekkerder, hè? Ik heb ook nee. Ik heb wel leuke contacten overgehouden aan Tinder. Oké. Eentje die ik ook echt meer dan leuk vond.
Maar die laat al een week niks meer horen. Nu, ja. Nee, echt? Ja, dat maar dat vind ik echt zielig. Ja, het mooie is, hij was... Op een gegeven moment, ik ken hem als stoere man. Wel vaak een beetje boos, negatief ingesteld. Ja. Wel een stoere, lieve man. Ik ben een hele lieve man. Ik vind hem wel heel sportief heel... overkomen, maar hij heeft een sterke mening. Ja, dat klopt. Maar hij is ook wel vaak een beetje boosig. Maar echt een schat. Nee. Dit is een alter ego van mij. Dit is een karikatuur van mij. Dus ik heb ook mijn eigen privé variant. Ja, ik kwam vandaag binnen. We waren om 2 uur al in de studio. Ja, we hebben nog 2 minuten. En ik kwam in de studio. Ik zeg, Tom. Jij was er om 3 uur. Klopt. Was een uur te laat. Hebben we er zin in, Tom? Nou, toen heeft hij woorden gezegd. Die herhaal ik niet. Maar iedereen kon de tering krijgen. Gaat er absoluut geen zin in. Maar nu zit hij er dan toch. Oh. Dat is ik heb je ook 5 uur lang vandaag verteld. Op het moment dat hij, aangaat. Die camera. Dan draai je helemaal om. Maar het kan zijn, als we hem om 1 uur die camera uitzetten, kan 1 keer weer instoppen. Maar de andere kant van Tom is, ik bel Tom. Ik hoor allemaal geroezemoes. Ja, sorry, dat was Jeroen van der Boom met Jij bent zo. Ja, ik heb een meisje ontmoet. En dan ga ik dit soort liedjes op zetten. Ik ben verliefd. Dus ik zet Jeroen van der Boom erop met Jij bent zo. Ik zie hem vandaag. Nou, het is helemaal klaar. Ik praat niet meer met haar. Het is helemaal klaar. Dus zo heb ik dat echt. Jawel, het is zo'n emotionele jongen. Ik ben teleurgesteld. Ik vond haar echt leuk. Via Tinder ontmoet. Ja, via Tinder. En ik heb 9 maanden contact met haar gehad. 9 maanden? Ja, en ook. Fucking lang. Ja, dat is heel lang. En inmiddels is dat contact doodgebloed. Ja. En dat kan gebeuren. Hoe dat is helemaal niet erg. Dat neem ik niemand kwalijk. Ja, via haar. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je Frank Boeien gaat luisteren. Oh, en als bijna. Je Frank Boeien gaat luisteren, dan is het echt. Echt heel slecht met je gesteld. Ja. Lieve schat, je hebt nog... Mag ik hem poppen? Je tieten? Nee. Oh. De fles. Ja, dat mag voor mij. Nee, jij mag hem poppen. Ja, dat mag. Maar dan wel echt om 12 uur. Ja, ja, ja. Ja. En daarna dat is bijna, willen we... bijna. Kom snel, snel. Ja, maar daarna willen we je tieten zien. Ja. Dat is toch op, wat een plakprogramma. Schat. Jij kan dit. Nog 30 seconden, lieve mensen. Nee. We zijn bijna uit 2020. Oh mijn god! Lief schat, we mogen elkaar niet knuffelen. Ik heb er kippenvel van. Maar het wordt voorlopig niet beter. Even wachten nog. Het wordt voorlopig niet beter. Oh, daar gaat je. Daar gaat alle... Ja, nee, kom, maak het even. Even op zijn Fabiola's, hè. Alright, we gaan aftellen. Nee, met je gezicht naar de mensen toe. Oh ja. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fucking Happy New Year! Gaan we proosten? Ja, nieuw nieuws! Schenk je dat in, schat. Salut. Ik heb nog een vol glas. Ja, proost, nou, lieve mensen. Proost. Ik wens u echt een geweldig 2021. En het is ook heel makkelijk om te zeggen dat hij beter wordt dan 2020. Nou, dat weten we niet. Proost, lieve schat. Ja, wat leuk dat je er bent. Ik vind je een leuke meid. Dat bedoel ik niet... Nu raakt hij aangeschoten, hè? Ja, dit is niet aardig tegen, want dan belt hij mij volgende week op. Ik heb Fabiola ontmoet. Ik heb nu Jeroen van der Boom met je bandsoor erop. Nee. Ik heb dus echt... Moet ik wel vertellen? Ik heb dus echt aan veel mensen verteld. Van, ik sprak met Tom en die had jij bandsoor erop. En ik heb met iedereen... Dubbel gelikt. Ja, dat snap ik, ja. Dat was echt prachtig, want ik zat andere liedjes te luisteren. Alleen prachtig. Toen belde jij weer. En toen was net Jij bent zo. Maar nu is het koud in mijn hart, is van Frank Boeien. Dat is mijn liedje op dit moment. Oh. En weet je wat mijn nummer was van de afgelopen, van 2021? Er zijn 2 liedjes die me er echt doorheen hebben geslepen. Out of Time Man van Mick Harvey. En van The Killers, All the Things That I Have Done. Nou, daar kom ik wel over in. Mijn nummer van 2020 was... Mijn naam is Jannes, van Jannes. Nog steeds? Dat is al 20 jaar, ja, dat liedje. Jannes, ja. Dat was jouw nummer van het jaar? Ik moet even mijn moeder berichten, hoor. Even... Ga jij even je moeder berichten? Ja, even zeggen gelukkig. Moet jij nog mensen even appen? Nee. Nee, jij dan? Nee, ook niet, hè? Nee, ik heb mijn telefoon uit. Oh ja, dat is altijd het beste. Hoeveel filmpjes hebben we nog staan dan? Ik heb er nog 3. 3. Misschien is het wel leuk, want Den Haag wordt nu ook het nieuwe jaar gevierd. Kunnen we nog een keer even naar Reinoud? Naar Reinoud. Dat is een goede vraag. Ik zie de paniek uitbreken bij de regie. Ik lul het tot die tijd lullen aan elkaar. Maar het is wel leuk om nog even naar Reinoud te gaan. Want heb je nou nooit eens zin, hè? Dat je eens een keer zin hebt om gewoon lekker rebels te zijn. Dat je gewoon met een groep vrienden of vriendinnen een kroeg in gaat. Ja, maar en dat je nooit. Die dan helemaal kapot slaat. Die kroeg helemaal de dief is. Ja, wat is dit nou voor een stuk? Maar dat kan echt niet. Nee. Kapot slaat? Maar als ik uitga, moet ik me altijd gedragen. En ik doe nooit raar. Reinoud wordt gebeld. Nou, Reinoud komt eraan. Die is dus op dit moment in Den Haag. Die hadden we net al ingebeld. En in Den Haag zijn nog wel veel feestjes. Waar is die ook alweer? Duindorp. Hey, ik hoor toch vuurwerk buiten. Duindorp. Ja, daar is ik kan, vuurwerk. Ik kan ook even als ze maar niet mijn huis in het fik steken. Nee, dat doen ze niet. Dat is Den Haag is vlakbij, hoor. Ja, maar moet je opletten wat ik kan. Ja?
Opletten. Simsalabim. Raam. What the fuck? Wat is dat? Wat is dit van onzin, Tom? Oh, nee, vuurwerk. Kijk even of het vuurwerk is. En is de vuurwerk? Nee, ja, je hoort wel wat, maar je ziet niks. Jezus. Is er contact met Reinoud? Reinoud mag nu in beeld verschijnen. Hij moet bellen. Ja, Reinoud die staat lekker. Die heeft natuurlijk de man natuurlijk. Die heeft gewoon die heeft alle van aandacht. Die staat gewoon lekker te leveren met een Duindorpse slol. Maar dat wil je niet dat weten. Is wel, als je met een camera ergens komt waar het speelt, komen al die wijven op je af. Ja, I know. Je hebt ik heb er 3 jaar lang dusdanig gebruik van gemaakt. Wow. Dat was echt een pretje. Dus eigenlijk is de vraag of Reinoud nog gaat knallen in Den Haag. Met zo'n leuke Haags. Hou je van kaas? Nee. Oh. Wat is dit nou voor vraag dan? Omdat ik heb altijd een hele slechte grap over grote borst. Nou, toe is dat. Ja, maar die snapt ze niet als ze het niet voor kaas houdt. Ja, nee. Mijn vader heeft een kaasbedrijf. Dat weet je wat de slogan is? Zij heeft borsten, daar zitten van die groeiaderen. Dat vind ik mooi. En dat noemen we de rock voorgeven. Hou toch op dit. Bel jij Reinoud eens even op of die schermen. Ja, dat is dom, het moet werken. Bel hem nu. Ja, hij moet werken. Ja. Zeg maar tegen hem, hoeren neuken nooit meer werken. Was dat van jou, dat nummer? Nee, niet van mij. Deze is lekker. Ja, ik vind hem lekker. Hetzelfde als, maar net. Je hebt ook een helemaal zwart en die is echt nog lekkerder. De kans bestaat dat mobiele netwerking... Dat zou zomaar kunnen. Kunnen mensen ons nog wel bekijken dan? Ja. Kijken er ook mensen? En toen bleef het stil. Nee dus. Fabiola, stel nou de mensen haken op dit moment af. Heb jij een move waardoor mensen weer massaal inschakelen? Heb ik zeker. Oké, even opletten mensen. Daar komen... ja, die was net buiten beeld, schat. Kan dat niet hier? Moet je dat nog een keer kan doen? Kan dat niet hier? Nee, de camera's staan daar, hè. Je kunt je kont laten zien. Doe je dat uit beeld? Ja, waarom doe je dat? Ze heeft een tijgerslipje aan. Ben je nooit bang dat je... Normaal heb ik nooit iets aan. Dat is ook niet waar. Jawel. Normaal heb je wel wat aan. Nee. Normaal niet? Nee. Ik was laatst naar een concert in deze jurk en ik deed geen onderbroek aan omdat je het doorheen zag. En toen? Ik deed gewoon uit. Oh, oké. Ik denk dat het toch een heel geil verhaal. Hoor ik Reinoud? Maar ben je nooit bang dat je de kant van Barbie opgaat? Nee, want ik ben Fabiola. En van Fabiola is er maar één. Daar is er maar één van, dat klopt. Oh, ik moet weer heel nodig plassen. Dan gaan we. Als ik terugkom, is Reinoud te onderhouden jullie in een inhoudelijk gesprek. Zullen wij anders ondertussen even naar Famke Louise kijken of zo? Is jouw goed. Grote vriendin, toch? Gezellig. Waarom liggen jullie elkaar? Mijn geluid eruit. Ja. Nou, ik heb geen haat echt naar mensen. Goed zo. Niet pure haat, nee, zeker niet. Maar ja, er zijn dingen voorgevallen dat elkaar gewoon niet zo goed liggen. Dat kan. Het is een heel diplomatiek antwoord. Dennis kwam er ook een keer tegen. Ja. Lieve mensen, ik weet niet of u inmiddels de buren staat te knuffelen, maar dat mag niet. Of u vuurwerk staat af te steken, dat mag ook niet. Of dat u op een feestje bent, dat mag ook niet. Alleen deze kroeg is geopend. Maar we gaan gewoon, voor de mensen die erover zijn, even kijken naar een filmpje van Dennis Schouten met Famke Louise. We gaan nu kijken naar een filmpje van Dennis Schouten en Famke Louise. Dag Famke. Hey. We hebben lang op jou gewacht. Er is een beetje ophef op dit moment. Kan ik je daar wat over vragen? Ik ga niet hierover... Nou ja, want je wil wel een belangrijk statement nu naar buiten brengen. Het was eerder een heel ander statement. Dus... Ik ga zeker een statement naar buiten brengen, maar niet bij Pauw Nieuws. Dus, maar je hebt maar dus wel... Kijk vanavond gewoon naar een ander programma. Daar ga ik praten, maar niet bij Pauw Nieuws. Want eerder heb je dus zeg maar een statement... Werd je betaald? Om... Femke, doe dat nou niet. Eerder werd je dus betaald door een Femke. Nou ja, je hebt toch scheid aan die maatregelen, dus ik hoef die stok niet vast te houden. Oké. Maar ik blijf fatsoenlijk naar je. Femke. Hey, maar eerder werd je nog betaald door het RIVM. Bro, voor een campagne. En, ja, kun je dat gewoon laten? En dan, nu wil je niet eens een hele andere... Kun je dat gewoon laten? Wil je niet aan mij zitten? Nee, kan je ook even uit haar buurt blijven? Hé, Femke. Blijf even uit haar buurt? Je mag best... Blijf gewoon uit haar buurt. En wie ben jij dan? Maar niet uit wie ik ben.
als ik informatie wil geven, dan doe ik dat niet bij jou. Nee, dat doe je er wel op Instagram, maar het is zo wispelturig en dat wil ik je vragen. Nee, maakt er niet uit. Als ze me niet wil praten, moet jij gewoon laten. Toch? Ja, maar ze werd wel redelijk agressief. Wie ben jij eigenlijk? Nee, maar niet. Oh, je bent de kapper. Oh, je bent de kapper. Nee, ja. Is niet netjes. Als ze niet wil praten, Femke was niet praten. Nodig. Als ze niet wil praten, moet jij gewoon met rust laten. Ja, Dennis zit nog op de play. Geef hem dat even door. Daar is hij dan, hoor, de ster van de show. We hebben even ondertussen zitten kijken naar je filmpje met Femke Louise. Ja, die ken ik. Ja, die ken je, ja. Heb je daar een beetje goed contact mee nog? Nee, dat contact is helemaal weg. Nee, maar dat was natuurlijk wel, dat was het, ik doe niet meer mee. Dan was zij natuurlijk de voorvrouw in. En dat was eigenlijk wel heel gênant. Dat meisje heeft, net zoals jij, weinig optredens. Die dacht, laat ik even lekker egoïstisch zijn met heel veel mensen. Ik heb zelfs gehoord, want toen had ze tijdelijk geen management. Maar er was, zeg maar, dat ze... Ze had gezegd tegen Shownieuws dat ze haar auto en alles, zeg maar, dat ze werd vernieuwd. Haar auto was vernieuwd. Ja. En dat ze met beveiliging over straat moest. Dan hebben ze allemaal zelf gelogen om in de aandacht te komen. Heb je dat gehoord? Weet je dat? Ja, scoopje. Van haar management die haar toen begeleidde. Die ging de aandachtshoer uithangen en een beetje de slachtofferrol, terwijl er niks aan de hand was. Dus jij weet dat ze loog over het feit dat haar auto was vernield. Ik moet wel zeggen, ik heb haar natuurlijk in de auto zien. Weet je wat het gênant is? Ja. Femke reed op tv gewoon oliebollen gaan zitten eten. Dat is gênant. Maar kijk, toen ze in die auto stapte, reed ze in een Mercedes CLA. Dezelfde auto als ik heb, maar dan in het grijs. Mm-hmm. Het gaat met jullie een stuk beter dan met mij. Nu rijdt zij in de allernieuwste Mercedes CLA. En ik heb ook de allernieuwste gekocht. Ik en Femke rijden in dezelfde auto. Voor de rest komt echt... Ja, en we wonen in dezelfde stad. We gaan stoppen dat met Reinoud Femke Louise. Want daar is onze held, Reinoud. Reinoud. Hallo. Want er is gewoon ook vrijheid, hè? Ja. Reinoud. We willen vuurwerk zien. Reinoud. Ja, ik zie wat. Ja. Reinoud is vervuld in de discussie. Wat ben je aan het doen, man? Oké, we gaan... Dankjewel in ieder geval. Yes, dankjewel. Reinoud, hallo. Hallo. Ah jongens, ik hoor jullie helemaal niet. Het is één groot chaos hier. Wij zijn net belaagd. Belaagd? Wij zijn net... Horen jullie mij? Ja, we horen jou. Laat je tuin, kom op. Ik hoor. Ja, dat vuurwerkverbod gaat lekker daar. Je ziet dus dat daar niet gefilmd mag worden. Vuurpijn reed. Dat was Reinoud. Oh. Maar wat je dus zag, dat allemaal mensen zeiden ophouden met filmen. En dat hij allemaal gedoe heeft dus. Dat is Duindorp. Moet je hem dan niet even bellen en vragen hoe het gaat? Ja, of hij nog leeft? Ja, dat denk ik wel. In twee minuten gaat dat niet. Het kan snel gaan. Ja. Maar liever een oliebol. Ik ga niet op tv zitten eten, joh, gekke meneer. Zullen we nog een filmpje kijken dan? Zal Reinoud het overleven? Reinoud overleeft het. Nou, hij wordt wel blij. Wat hebben we klaar? Wanneer heeft hij dat filmpje klaar? Morgen. Morgen, oké, dan al. We hebben nog Henk Kuipers. Dat vind ik een verslagen rondebuur. Oh, nee, hij is lief. Waar is ze? Ik hoor iets vanuit de regie. Hé, hey, Reinoud! Hey! Hey! Ja, Reinoud. Ja. Reinoud, held. Ja, het is hier heel grimmig. Reinoud, even één moment. Reinoud, één moment. Gelukkig nieuwjaar, jongen. Gelukkig nieuwjaar. Ja, jongens, de beste wensen van jullie ook daar veilig in de studio. Reinoud, wij wel. Ja, Reinoud, als het grimmig is, dan moet je draaien. Dan moet je erop af. Dat heb ik je toch gezegd? Ja, dat hebben wij gedaan. En wij zijn, zoals ze het hier zeggen, moeten wij opkankeren. Ik citeer even. Heb je dat op beeld? Heb je dat op beeld? Ja, we hebben het op audio. Maar onze camera is ongeveer in twee stukken bijna. Oh. En de politie heeft ons netjes begeleid naar de auto. Want de politie kan ook niks meer doen voor ons. Oh. Hebben we wel een item of is het helemaal niks? we hebben de sfeervolle straatjes. En vervolgens de grimmige sfeer op het plein. Oké. Okay. Maar Reinoud, het is leuk dat hij zich druk maakt of er uiteindelijk een filmpje komt. Maar hoe is het met jou? Voel je je oké? Ja, ik ben op zich oké, maar we zijn met de cameraman. Die heeft de camera beschermd met zijn leven. En terecht? En de politie kon ook niks meer doen. De politie kan het eigenlijk niet aan. Maar is dan toch die sfeer uiteindelijk omgeslagen? Want toen wij jou twee uur geleden spraken, toen leek het allemaal heel gemoedelijk. Ja, het was ook heel gemoedelijk. Alleen de sfeer sloeg om op het moment dat de camera aanging. En daar zijn ze niet zo van gediend. Zoals jij het ook al eerder zei. Dat vinden ze niet fijn.
Nee, dat snap ik. Maar goed, nou, ik hoop wel dat je een filmpje hebt, dat de camera nog heel is en dat het vooral met jou zelf goed gaat. Ja, ja. Nou, het gaat goed. In ieder geval, vuurwerkverbod kennen ze hier niet. Het gaat hier helemaal los. Daar kennen ze sowieso weinig verboden. Zo, dus hier, inderdaad. Ja, waar kom je zelf vandaan, Reinoud? Ik kom uit Hilversum. Daar is het... Ja, dat is wel even anders. Vrediger, denk ik. Ja, dat is... Dat is wel anders, ja. Reinoud, kom je hier zo nog aan de champagne? Ik kom er nu aan. Ja, dat lijkt me goed plan. Heb je wel een item? Heb je wel een item? Anders ben ik pisselink. Nee. Oh god, oh ik stomp god. Hem zo op zijn bek. Ik ga weer even mijn leven op het spel zetten. Ik ga weer even terug, ja? Ja, even terug. Gewoon doorgaan. Nee, pak ze. En trouwens, pak. Als ze in Duindorp, Scheveningen of Den Haag kanker zeggen, dan is dat een beleefdheidsvorm. Oh, beleefdheid. Dat zou, ja, dat is heel normaal in Den Haag. Oh ja. Hoe lang is het al 2021, mensen? Want we wilden gaan kijken naar... Kwart over 12 is het. Willen we nog even naar Henk Kuipers? Ja, we gaan naar Henk Kuipers gaan. Ja, we gaan even... Oh, dit vind ik wel heel leuk. Dit vind ik er wel bij passen. Oh, is weg. Mogen we dan even, mensen, we gaan langzaam richting het einde van deze avond. Het is wel knap dat hij daar staat. Hè. Met alle respect, dat is zijn werk. Wie wil nou op zijn oudjaarsnacht daar tussen al die teringbegonnen staan? Ja, nee, ik zit ook liever aan de bar hier. Zo simpel is het. Ik maak niet graag een statement, maar die mensen die in Duindorp wonen, dat is echt voornamelijk inteel, tuig en gewoon echt mensen die geen zin hebben meer te doen aan de maatschappij. En het is niet racistisch, want het zijn allemaal autochtone mensen. Maar kom op jongens, ga eens aan het werk. Weet je het met me eens? Er zijn bepaalde bevolkingsgroepen en wijken in Nederland waar ik niks over zeg, omdat ik er nog een keer veilig voor rondloop. Ik zou, als ik jou was, daar nou niet gaan rondlopen. Maar Duindorp, als ik ooit in de match daar heb, leuke mensen. Nee, dat is een apart voetje. Jij bent goed. Henk Kuipers, nou goed, ja, dat vriend. Jij, nou, goed vriend, maar jullie liggen elkaar wat, wel. Weet je wat is met waar Henk? Waar is Fabiola heen? Die is pissen. Ook dacht ze aan het oefenen was met die fles champagne. Maar daar is ze weer. Even mijn lipgloss doen. Oh, even je lipgloss. En dan lullen wij naar Henk Kuipers toe. Champagne heen. Kijk, weet je wat het is met Henk? Is het met Henk? Ja, dat hij vast zit. Nee, ja, Henk viert nu van achter de tralies, hoort hij allemaal. Ik zit hier heel eenzaam kerstfeest te vieren. Dat lijkt me wel heel pijnlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat heeft hij toch echt aan zichzelf te danken. Dat denk ik ook. Maar wat het is, als ik met Henk werkte, en wat opnam, super aardig. Die man begrijpt ook alles. Het is geen achterlijke vent. Het is echt een slimme vent. Geloof ik wel. En zijn hele gezin ken ik onderhand. En dat ik veel dingen met Henk heb gedraaid. Henk is een kijkcijferkanon. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar goed, hij heeft wel 10 jaar gevangenis gekregen. Ja, doei. Omdat hij een criminele organisatie heeft geleid. Hij gaat in hoger beroep. Hij zegt tegen mij dat hij niks fout heeft gedaan. Daar heb ik ook gesprekken over gehad met Henk persoonlijk. Henk zegt, ik heb absoluut niks fout gedaan. Geloof ik dat? Nee. Maar ik vind het wel een aardige vent. En er zijn ook gewoon aardige mensen die criminele dingen hebben gedaan. Ik vind hem wel aardig. Ja, met aardige mensen dan kun je er graag mee dempen. Maar toch gaan we even kijken naar Henk Kuipers. Toen ik vanmorgen wakker werd, had je er toen rekening mee gehouden dat je vandaag de gevangenis in zou gaan? Ja, tuurlijk. Ja, had je dat ook verwacht? Nou, natuurlijk. Ik zou je vertellen, na de eerste 3 dagen dat ik opgepakt was in 2017, heb ik met 2 advocaten gezeten. En die hebben beide gezegd, Henk, ga maar voor dubbele cijfers uit. Die voorspelde dat al. Ja. En waarom? Framing en feiten is in Nederland niet meer los te maken van elkaar. En dat zie je nu bij andere zaken ook. Bij ernstige geweldslingen. Ik heb nog een hogere straf gekregen, vrienden, als mensen die kinderporno, mensen verkrachten. Alles maar doen in het leven wat maar niet kan. Ja, ik zie echt het verband niet meer in dit land waar het recht is. Ja, je gaat in hoger beroep? Ik zou het moeten, denk ik. Nou ja, je kunt ook zeggen van ik laat het over me heen komen. En... Nee, maar weet je, dat zou ik hun gelijk geven. Wat is wat er niet is. Dat zou ik niet kunnen. Dat kan ik zelf niet meer leven. Echt een jankkul vergelijken. Oh, ik heb pedo's die minder zelf krijgen. Dit en dat. Je hebt gewoon een criminele organisatie geleid. En je moet nu op de blaren zitten. Jammer, joh. Wat ik wel moet zeggen, dat wordt ook bevestigd door het Dagblad van het Noorden, is dat er wel heel weinig concreet bewijs was. Misschien heeft Henk criminele dingen gedaan, dat sluit ik echt zeker niet uit. Maar hij heeft het wel op zo'n manier gedaan dat het bewijs waarvan ze op afgingen waren hak en snuifgeluiden. En er waren zware geweldsincidenten en op dat fragment hoor je. En vervolgens praat die ander wel door. Nou, met alle respect, als Henk uithaalt, dan praat je niet meer. Nee, dus het bewijs was minimaal. Ja, ik denk ook wel dat daar criminele dingen zijn gebeurd. Jij zegt het bewijs is minimaal. Ik ben nog altijd wel zo op het moment dat een rechter, en straks ook in hoger beroep, zijn uitspraak doet en een vonnis velt.
Oh, daar ga ik ook vanuit. En daar zullen ook fouten worden gemaakt. Ik ga er ook vanuit dat Henk maar Nederland... Ik geloof best dat het een lieve man is, als je bij hem in zijn bubbel zit. Ik geloof best dat het een slimme man is, dat hij aardig is en al. Maar hij is ook heel erg fout. Zal ik je vertellen, toen ik bij Wilfred tweede kerstdag was... Mm-hmm. Dat Henk er ook. Nee, die zit vast. Dat is echt een paar dagen geleden. Op een gegeven moment zegt ik Wilfred, ik had, had relatief weinig drank in huis. En op een gegeven moment was de Bacardi op. Ik zeg, nou Wilfred, ik zeg, dat is niet best, hè. Maar hij dronk rode wijn, vind ik vies. Ik ken nog wel wat in de kast. En toen kwam hij dus aan met een fles whisky van Captain Henk. Die heeft ook dus een Engels whisky. Hij zegt, ja, ik moet niks van die Henk weten, zegt hij. Maar hij heeft geweldige whisky. Dus dan hebben we gewoon whisky gedronken van Captain Henk. Grappig. Dus, maar goed, hij zit nu vast en gaat een hoger beroep. Hij moet 10 jaar zitten. Ja, moet je van zeggen. Ja, we moeten van zeggen, pech voor hem. Pech voor hem. Ja. Nou ja, hij weet wat hij doet. Je weet als je motorclub leidt dat dit erin zit. Maar dat was dus No Surrender. Dat is bij jou in de buurt. Ken jij Captain Henk? Ja, ik heb hem 1 keer ontmoet en ik vond het een hele, hele aardige man. Nou, en ook de dochters. Ik vind gewoon een top vent. Echt helemaal top. En wat hij doet, ja, laat ik aan hem zelf over, weet je wel. Ik weet er niks van, maar ik vind hoe ik hem ken, vind ik gewoon een topgozer. Oké. Okay. Ik ken hem verder niet. Toppetje. Toppertje, man. Toppertje. En een briezer. Een toppertje in de gevangenis. Nou, jongens, ik heb nog één filmpje. Waar gaat het over? Over het Limburgs protest. Eindigen met Limburgers. Oh ja. Nou ja, dan eindigen we toch met de Sinterklaas-discussie. Met de Zwarte Piet-discussie. Ja. Ben je voor of tegen Zwarte Piet? Nou, oké, ik vind alles verandert. We gaan met de jaren mee en dus dan verandert dat ook. Jezus Christus. Ja, ik alsof ik zei het al, alle Insemo-stegeltjes hebben we hier gehad. Dat is heel maar moeilijk. Het is toch zo? Je gaat met de tijd mee. In ons boek van mij... Je kleedt toch ook niet meer dezelfde kleding als 10 jaar terug? Nee, het kan nou, steeds bloot. Ik kan me voorstellen, ja. 10 jaar geleden was je 10. Maar we niet met, even zo we gaan met de tijd mee. En ik snap heus wel dat hun een punt hebben, Sinterklaas. Dat Sinterklaas een punt heeft. Nee, dat nee. Dat zeg maar de slavernij als Pieter werden gezien en dat de knechtjes zijn. Ik snap het wel. Ik snap het zeker wel van hun. Dat wel? Ik snap het. Oké. Afijn, een van de weinige voordelen van de coronacrisis was, is dat de Zwarte Piet discussie wat onderbelicht werd. En dat was prima, maar op een gegeven moment... Kan je vertellen, Dennis, sorry dat ik je onderbreek, dat ik doe dit werk nu bijna 10 jaar. En dit is de eerste keer in 10 jaar dat ik niet één item, ook niet in Den Haag, over Zwarte Piet heb hoeven maken. Daar ben ik zo fucking Maar blij. Nieuw nieuws wel. Ja, maar ik ben niet nieuw nieuws. Ik ben geen stijl. In Heerlen was dus, in fucking Heerlen, ging kick-out Zwarte Piet heen om te demonstreren tegen Zwarte Piet. En denk, dat ja, was gisteren nog in Heerlen. Dus, ja? Wat doen? Een podcast opnemen. Oh. Nou, dan ben je lang. Ik deed niet. Oké. Echt, serieus, ik deed niet. Okay. Hij was verliefd op iemand, dat draaide Jeroen van Nee, rond. hou op. Maar dat is niks geworden. Nee, afijn, in Heerlen ging ik ook Zwarte Piet nog even, want daar zijn nog Zwarte Pieten, demonstreren. En er was natuurlijk ook een groep die daar weer tegen demonstreerde. Dan moet de politie ingrijpen. Daar heb jij beelden van. Hebben we maar die heb jij gemaakt? Die heb ik. Nee, Reinoud. Reinoud weer. Gaat jou voorbij, hoor. Hè? Reinoud. Nou, help op, hè? Ik moet wel eerlijk zeggen. Veel beter dan tegenwoordig Dennis word ik wat angstig. En dan baak ik niet meer heen. Durf natuurlijk Reinoud. Je wil gewoon. Je wil een luie flikker worden. Heerlijk vond ik te ver. Je moet, dus ja, nee. Reinoud geen naar Heerlen. Ja, kom maar. Wil je tijd voor een interview? Nee. Ook niet? Wat ben je van? Wat nieuw nieuws? Nieuw nieuws, wat is dat? Fake nieuws. Juist. Fake nieuws? Help rotten, man. Wegwezen. We zijn geen fake nieuws. Nee. Van het noorden, van jullie, van Amsterdam. Amsterdam, nee. We zijn niet van... Ga maar weg. Dit is Limburg. Dus okay. Hier is het van jullie verboden gebied. Oh. Wij moeten jullie niet. Wij houden alleen van onze eigen Limburgse mentaliteit. Brabant misschien. En voor de rest kunnen jullie opzouten. Allemaal. Dat komt door jullie. Okay. Goed links. Daar komt het allemaal door. Oké. Nou, ik ben hier nog nooit geweest, maar... Ja, maar dit is de eerste en de laatste keer voor jou. Je moet nu gaan. Ga maar gewoon naar mama naar huis. Oké. Nou, bedankt in ieder geval. Oké, kom er even omheen. Goed, maar nu loopt volledig uit de hand. Ja, dit is echt... Oh, dat is een vrouw met een rollator. Oh,
Ik kom even die kant op. Ja, ja, ja. Gewoon bij elkaar blijven, hè? Wacht maar. Nou, lieve mensen, dit vind ik een van de allermooiste vormen van racisme en discriminatie die je ooit kan zien. Een Limburger die tegen een Hollander zegt, jullie moeten hier niet komen, wegwezen, je bent hier niet welkom. Dennis, dat is toch prachtig? Ja, maar in Twente kende ik die mentaliteit ook ja, wel. Ja, 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 je wil gewoon niks van de Randstad te maken. Er staat die Rijnoud daar, die blijft ook lekker rustig en dat doet hij erg goed. Ja. Alleen wat ik... Waar ik stond van te kijken, jij zei het net ook al tegen me. Er gaat een politiebusje, er gaat een deur open. En daar komen 6 mensen uit lopen. Die zijn niet in uniform of wat dan ook. En die gaan ineens tussen die mensen heen en weer lopen rennen en doen. Wat, ja, wat ik was er ook niet bij, dus ik weet het ook niet. Dus ik vroeg het ook later. Dan moeten we Reinhard even bellen. Ja, nee, maar wat het dus is, is zeg maar, dat is een politiegroepering. Die is een burger gekleed. Ja. En die gaat op een gegeven moment uit het busje. En dan pakken ze de mensen waarvan ze denken dat zijn raddraaiers. Alleen... ik snap het niet, want het is niet effectief. En op het moment dat jij dat doet, dan zaai je toch nog veel meer paniek. Nou, het is niet undercover als je uit een politie hebt komt zetten. Nee. Weet je, dan kan je leuk in burger lopen. Dus dat snap ik niet. Nee. Waarom niet gewoon een politieagent? Dan gaat de busje open, er komen 5-6 mannen. En die gaan gewoon door die mensen heen. En op een gegeven moment reed iemand in een scootmobiel, want die politiebus reed verder. En toen viel die iemand in de scootmobiel ook nog om. Echt heel erg. Ja, dat is wel gênant. En je moet je niet al te veel zorgen maken om mensen in scootmobiels. Dat vind ik echt zielig. Want? Dat is heel simpel. Weet je hoe het komt? Als jij in Nederland overgewicht hebt, als je te dik bent, nee. En je gaat naar de dokter, weet je wat je dan krijgt? Een scootmobiel. Nee, niet maar als je een fiets moeten geven. In dit geval soms was het wel een minder valide bejaarde. Huh? Dit was een minder valide bejaarde. Maar ik ken inderdaad gezin. Je hebt zelfs ook van die gezinnen, van dan een vrouw van een jaar of 50, met ook nog 2 mensen achterop op zo'n scootmobiel ziet. Dat vind ik helemaal parels. Briljant, ja. Ja, dat is briljant. Maar jij wou een punt maken nog. Ja, welk punt wou... Oh ja, nou, dat het niet handig was dat ze uit het busje gerend kwamen. Nee, maar, ja, maar ik vond het een raar beeld. Ik vond het een raar beeld, maar het was wel mooi. Maar het was wel een van de weinige dingen die je hebt gezien omtrent de Zwarte Piet discussie dit jaar. Ja, godzijdank. En dat is eigenlijk wel mooi. Ja. Het was eigenlijk het enige positieve van het corona, ja. Ja, ja. Wat vond jij positieve van het afgelopen jaar? Mijn OnlyFans. Die is... Ja, het loopt zo goed. Gestegen. Zit je aan maandabonnement of jaarabonnement? Of hoe zit ze het? Ze kunnen het zelf kiezen, maar als ze het zeg maar langer doen dan 2 maanden, dan krijgen ze korting natuurlijk, heel flinke korting. Ik heb geen korting, ik heb een lang ding. En krijg je dan zeg maar om die filmpjes te zien, moet je dan jouw OnlyFans-site bezoeken? Of krijg je mails of pushmeldingen? Of ja, gewoon bezoeken en je krijgt volgens mij meldingen als ik iets post of als ik online ben. En ik chat ook met fans en ik maak content, ik kan live gaan, ik kan Instagram. Maar is dat ook jouw toekomst? Is dat wat je de komende 10 jaar denkt? Ik vind het gewoon nu leuk om te doen en ik kijk niet echt in de toekomst, maar gewoon nu vind ik het superleuk. Maar wat vind je, maar je bent nu 20, je hebt echt nog een leven voor de boel. Ja. Ik kan er echt veel genieten. Want als je 44 bent, dan is het klaar. Oké. Okay. Dan draai je Jeroen van de Boom als je instuurt zoveel tijd. Jij hebt ervaring? Ja, 40 is echt een hel. Dan kom je in de periode 40, 45 terecht. Dat is echt ik geloof je niet. Ja, het is echt, nee. Vanaf 30 wordt het ook leuk. Nee, 40 is echt een hel. Maar er moet toch iets zijn dat je zegt van nou, voor de komende jaren, dat wil ik bereiken. Wat is je ambitie? Ja, misschien gaan jullie dat vanzelf wel zien. Ik heb wel doelen, maar ik wil ze nooit uitspreken. Pas als ze er zijn, weet je. Maar je moet niet bang zijn ik om op je bek te gaan. Ik heb nooit gezegd van, oh, ik wil echt bekend worden en ik ga er maar dat is te laat, dat ben je al. Nee, maar dat daarom. Ik heb nooit uitgesproken, maar ik geloof er gewoon zelf in. En dan nee, maar dat moet je ook doen. Maar kijk in mijn mening werkt het zo. Try and fail, try again and fail harder. Hmm. Je probeert iets, je gaat op je bek, je probeert het nog een keer. Dennis weet er ook alles van. Want die eerste paar jaar dat hij op zijn YouTube zat, moest ook niemand hem hebben. Later is hij een hele grote jongen geworden. Maar jou zie ik ook. Ik vraag me zo echt af van, krijgen we nog meer liedjes? Ik ben sowieso wat echt... Wat is jouw creativiteit? Ik zit niet stil en ik blijf bezig met dingen bedenken en content verzinnen. En ik blijf bezig. Ik ben elke dag bezig met... Ja. Social media, alles. Ja, dat is jouw werk. Leven op dit moment. Dat eigenlijk is jouw werk. 24 uur hou ik het alles van iedereen bezig. Ja. Hey, en wat wil je onze kijkers van Nieuw Nieuws en van Geen Cel? Welke mooie boodschap wil je ze geven voor 2021? We zitten er net in, joh. Ja, nou dan ze gezond blijven en goed voor hun familie en ouders en moeder passen. Ik vind familie heel belangrijk. Mm-hmm. Dus pas alsjeblieft goed op je familie en je mensen waar je lief hebt. En wees gewoon zelf gelukkig, goed in je vel. Ja, dat is het belangrijkste. Wees ik geld, maar de mensen die jou geld, lief hebben. Hè? Ja, dat mij lief hebben. Maar geld maakt niet zoveel uit. Maar als je zelf maar gelukkig bent en trots op jezelf bent. En dat je jezelf waardeert. Dan zit je goed. Dan zit je. En jij zit goed?
Ik zit goed. Ik ben nu wel gelukkig op dit moment. Heel gelukkig. Ja, kun je dat ze? Ja, fijn. Ja, maar dat is fijn. Ja, dat is fijn, inderdaad. En ik heb heel vaak, zeg maar, andere periodes gehad. Maar ik ben nu wel dat ik dingen heb, op orde heb. En dat ik gewoon blij ben met mezelf. Hou dat zo. Ja. Hou dat echt zo. Het kan altijd beter, dat wel. Ik ben altijd gedreven. Want ik zie altijd beter, dat alles beter kan. Maar... Gaat deze oude lul in je kleine tegel meegeven? Ja? Oh. Je moet niet te vaak tevreden zijn. Nee? Nee, want als je altijd maar tevreden bent, mm-hmm. dan kun je jezelf niet verbeteren. Dat is waar, snap je? Ik moet nooit tevreden zijn. Ik kan altijd beter. Er kan altijd een stapje. Zo, jullie hebben altijd een stapje. Jullie hebben de Xenos weer voorzien van allerlei nieuwe bordjes. Super. Ik heb er nog je mag ze in je wc hangen. Je moet ook nooit streven naar iets wat onmogelijk is, maar iets wat net buiten je kunnen ligt. Want dat kun je bereiken, maar iets onmogelijks kun je nooit bereiken. Dan word je ongelukkig. Klopt. Nou, hier is een soort Dr. Phil hier. Dennis. Dennis, is er klaar mee? Je bent er klaar mee, jongen. Hij heeft de oliebollen gesnoven. Je hebt echt heel veel oliebollen. Ja, hoeveel heb je erop? Ja, ik zit een beetje onder poedersuiker. De poeder. Je zit inderdaad onder de poedersuiker. Je ziet wel vaker, hè? Wat ga jij nou doen? Nog meer poedersuiker. Ik voel hem aankomen. Dat slaat er zo weer vanaf. Het geeft geen vlek. Godverdamme. Dennis, vond je het een beetje leuk? Ik vond het een fantastische uitzending. Ja? Het was... Morgen weer. Nou. Wacht, ik zal je even helpen. Kom hier. Zo, ik bedoel, als ik vanavond nog achter de dames aan wil, Tom, dan... Ja, ik hoef niet achter de dames. Kunnen ze gelijk op je snuiven. Dan denken ze dat ik of heel veel heb gegeten wat klopt, of doorgesnopen ben. En ja, dat doe jij niet. Nee. Braaf, zoals jongen. Hier zit het. Hm? Ja, was verschrikkelijk, hè? Maar wil je nog wat meegeven aan je nieuw nieuws? Ga je het nog een jaar doen, nieuw nieuws? De jongens opleiden, want dat doe je veel. Je begeleidt de jongens die, zoals Reinoud die we net... Ja, maar dat is goed. Ik vind het goed dat je mensen begeleidt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Mijn contract loopt nog bij de nieuws door tot medio juli. Dus dan gaan we er ineens in ieder geval tegenaan. Ja, ja. Zeker. Dus... zijn we toch weer collega's. We gaan ons best weer doen. We zijn toch indirect weer collega's, ja. Ja, en heb jij nog goed boodschap naar de kijkers die nu kijken... Lekker veel drinken, genieten. Ja, je moet echt gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen. Dat is het enige wat ik kan meegeven. Nou, nog iets dieper, iets dieper. Een tegeltje, we willen een tegeltje. Oh, maar dit, op, kom op nou! Hoe heet het? Commando. Op commando is dat lastig. Ja, maar kom op. Eén tegeltje voor de kijkers. Dus, waarover? Help me even. Gewoon een levensles. Levensles. Ja, jij bent hier de oude man. Jij hebt al zoveel meegemaakt. Ja, over je Tinder days. Over je, wat een tegeltje over mijn Tinder days. Of de huur die je steeds net kunt betalen. Ja, maar dat is geen leuk onderwerp. Ik weet het niet. Ik heb even... Ik zit hier ook allemaal... Onder de ik ben klaar met de tegeltjes, denk ik. Kijk, onder de poeder, ik neuk je moeder. Nou, dat vind ik grappig. Prachtige het einde. Kunnen we hem daarmee maar afsluiten? Ik moet wel zeggen dat degene die mijn moeder neukt, die heeft het slecht, want die is al bijna 6 jaar dood. Al oh, zware boodschap. Ja. Dat is erg zeg. Doe er een eind aan breien. Dan dit is echt erg. Laten we er een eind aan breien. Ik ben er klaar mee. Ja. Ik zit echt nog te denken of ik nog ergens een tegeltje vandaan kan toveren of zo. Ja, ja. Nee, maar daar heb je niks aan. Nou, vertel. Dus het verschil tussen een Fransman en een Italiaan. Nou, ik stap er vast op hoor, ja, want precies. Dit is echt helemaal rug. De Fransman wil dat hij lekker eet en de Italiaan wil dat jij lekker eet. Ja, daar heb je verder ook helemaal niks mee. Dennis, kom er eens even bij, dan zeggen we de kijkers even gedag. Met je bako en je champagne. Je gaat nog even feesten op 2021. Dankjewel, lieve het kijkers. Het klinkt zo raar, hè, 2021. Ja, vind je dat raar klinken? Ja, dat is zo. Ik vind het niet gekker klinken dan 2020. 2020... Ja, het klinkt zo lekker uit je mond, weet je wel? Ja, het klinkt meer rond. Ja, ja, rond. Is goed. Lieve mensen, maak er een prachtig jaar van. Dankjewel dat jullie dit volhouden. Love you all. Oudejaarshow combinatie en samenwerken met Nieuw Nieuws en Geen Stijl. Dennis Schouten, Fabiola Volkers en Tom zelf. Jongens, donderdag zijn we er weer gewoon met chips, nootjes, bier op Geen Stijl. Een fijn 2021. En iedereen van de techniek en dergelijke, hartstikke bedankt. Doei! Goedendag. Comes from China. Het voelt vreemd op een been en lege dam. Als je even buiten wacht, hey, dan ga ik het voor je halen. Buiten staan. Dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep. Goedenavond, daar zijn we weer. Ik doe niet meer mee.